vanavond. Dus ik hoop dat het qua temperatuur, ondanks dat we blij zijn met het mooie weer, maar een beetje houdbaar is. Het wil toch wel een beetje neerdalen. Maar we gaan zorgen om dat proberen acceptabel te houden vanavond. En daar heeft u zelf ook een beetje de hand in. Ik wil graag meegeven dat mevrouw Kroon van de Partij van de Arbeid afwezig is en dat wethouder Gelling afwezig is vanwege gezondheidsomstandigheden. Dus we doen het met twee leden waarbij we anders met elkaar zitten minder. Mag ik u vragen om de agenda vast te stellen zoals die voorligt? Voorzitter. Mevrouw Luiken, SP. Wij willen graag een motie vreemd aan de orde indienen vanavond over de zwembaden. Oké, dan mag u die zo meteen indienen. Dan kan die denk ik ook verschijnen op de iPad van een ieder als... Nou, dat zal wel agenda punt 18a worden. Meneer Nijenbanning, VVD. Ja, voorzitter. Ik heb even een vraag met betrekking tot agenda punt 15. Het instemmen met de wijkvisie Ceres-Wijk. In de perspectiefnota wordt ik een en ander geschreven over de MFA Musselkanaal. En in de wijkvisie neemt het een behoorlijk centrale plaats in bij het formeren van de visie. En ja, voor mij is het even de vraag van, moeten we het vaststellen van de wijkvisie niet opschuiven tot na de algemene beschouwingen? Nee, want in de programmering hebben we afgesproken dat er vanavond gesproken wordt over de wijkvisie. En dat is vooral ook de visie van de wijk waar het over gaat. Dat is geen uitvoeringsprogramma of een projectenagenda. Daar wordt vanavond wel over ingesproken, maar het stukje wat echt gaat over het wel of niet formuleren en het creëren van een multifunctionele accommodatie, die staat op de lange termijn agenda van 10 juli. En krijgt u dat als een apart agendapunt aangereikt. Dus volgens mij kunnen we over de visie en de ideeën rond de ontwikkeling best spreken met elkaar op hoofdlijnen. Ja, voldoende, meneer Nijenbanning. Andere opmerkingen over de agenda? Nee? Dan is die vastgesteld zoals die voor ligt. Dan gaan we naar de inspreekster van vanavond. En dat is mevrouw Oortwijn van de Vereniging Bewonersbelangen Ceres-Wijk. En die spreekt in over de wijkvisie. Mevrouw Oortwijn, gaat uw gang. Dankjewel. Burgemeesters, wethouders, leden van de raad. Ik ben Aukje Oortwijn, penningmeester van Vereniging Bewonersbelangen Ceres-Wijk. Voor u ligt ter goedkeuring het concept Wijkvisie Ceres-Wijk, ons toekomstbeeld voor 2030. In de wijkvisie wordt een MFA genoemd. Een multifunctionele wijkcentrum dat als een belangrijk baken midden in de wijk staat. In deze MFA bevinden zich basisschool De Barre, de Putterspeelzaal, waar nu een wachtlijst voor is en een dreumesgroep is opgestart met twee dagdelen in de maand. En buurthuis en stoppen met vele activiteiten, zie bijlager. Begeleid door betrokken vrijwilligers, allemaal erg belangrijk voor Ceres-Wijk. In de wijkvisie is bovenstaande maar een klein deel van het totaal benoemd, terwijl deze accommodatie een erg belangrijke rol speelt in het verwezenlijken van het hierin genoemde toekomstbeeld. Nu even terug naar het heden, waar het idee van een MFA in Ceres-Wijk en met name de plannen hiervoor al lange tijd veel mensen bezighoudt. Het idee voor een MFA is ontstaan na een kosten-batenonderzoek van de gemeentelijke accommodaties in de wijk en het sluiten van basisschool De Meander. Hergebruik van de Meander en de Meanderlocatie, ideaal gelegen op een zeer centrale plaats midden in de wijk als basis voor een goed geïsoleerde en energiezuinige MFA. Na meerdere overleggen met alle betrokken partijen zijn we na vele aanpassingen wat betreft de kosten voor het verbouwen van de meander tot een ontwerp gekomen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Door een goede aanpassing en samenwerking kunnen we met deze aanpassing met de MFA optimaal gebruiken. Door de MFA-plannen is het noodzakelijk onderhoud van de barren en de stobben stilgelegd. We zijn inmiddels enkele jaren van beloftes, plannen en tekening verder. Maar tot onze spijt is er nog steeds geen duidelijkheid over het voor de toekomst van de wijk zo belangrijke MFA. De communicatie over het proces verdient geen schoonheidsprijs.
Dit heeft invloed op het vertrouwen van de bewoners en de vrijwilligers van de wijk, de komst van de MFA en het gemeentelijke apparaat dat naar hun mening weinig over heeft voor wat belangrijk is voor hun wijk. Terwijl de steun en inzet van de bewoners juist zo belangrijk is voor de uitvoering van de toekomstplannen en de wijkvisie. Zowel vrijwilligers als professionele krachten staan klaar om het multifunctionele wijkcentrum te gaan bemensen en het tot een groot succes te maken. Wij hopen dat de slogan van de wijkvisie samen voor een krachtige en prachtige wijk kan worden waargemaakt. Dames en heren, Ceres-Wijk rekent op u. Dank u wel, mevrouw Hoortwijn. Wij zullen zorgen dat uw bijdrage ter beschikking wordt gesteld aan de raadsfracties. Hebben ze ruim de tijd om dat eventueel bij het voorstel van 10 juli te betrekken. Ja. Misschien komt u dan opnieuw in te spreken, dat weet ik niet. Maar dan wordt het inhoudelijk ook besproken. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage. Dank u wel. Meneer Pals. Mogen we nog iets vragen aan mevrouw Orde? Nee, want ik heb u net uitgelegd, meneer Pals, dat de multifunctionele accommodatie een apart agendapunt is. Andere portefeuillehouder kent, dat we die eruit zouden lichten. Zo is die afstemming geweest over visie en MFA. Dat hebben we ook de inspreekster van tevoren verteld. Maar we hebben haar natuurlijk niet tegen willen houden om de bijdrage vast mee te geven. Maar willen we recht doen aan de multifunctionele accommodatie, dan wordt die op 10 juli, zoals bij de lange termijnagenda afgesproken, behandeld. Anders zou ik u die gelegenheid geboden hebben om vragen te stellen. Mevrouw Luiken, u kondigde aan een motie vreemd aan de orde van de dag. Ja, voorzitter. Moet ik de motie voorlezen nu? Dat lijkt me wijs. De Raad van de Gemeente Stadskanaal in vergadering bijeen op 22 mei 2007. Gelet op het feit dat de gemeente 3 openluchtzwembaden heeft, te weten Musselkanaal, Onswedde en Stadskanaal Noord, overwegende dat een goede spreiding van openluchtzwembaden van belang is, zodat zwemmen voor alle inwoners van onze gemeente betaalbaar en bereikbaar is. Voorts overwegende dat sluiting van één van de baden daarom niet aan de orde is, spreekt uit dat de 3 openluchtzwembaden in onze gemeente niet gesloten worden en gaat over tot de orde van de dag. Ingediend namens SP, D66, VVD en fractie Melis. Motie voldoet aan de vereisten en nemen we op als agendapunt 18a. Verschijnt op uw iPads, neem ik aan, als de wifi werkt. Gaan we naar de besluitenlijst van 20 maart, redactioneel. Pagina 1, 2 en 3 zijn ze daarmee vastgesteld met dank aan de notulisten. Naar aanleiding van pagina 1, 2 of 3, niet het geval, dan gaan we naar de lijst met openstaande moties en toezeggingen. Ik stel u voor om punt 98, Kademuur-Musselkanaal, af te voeren. Staat vanavond op de agenda. En de motie over de defibrillatoren. Daar was die weer. Om die ook af te voeren, want het staat ook op de agenda. Akkoord. Andere vragen of opmerkingen over de lijst met toezeggingen? En nog één opmerking, denk ik, over de datum van nummer 100. Er staat nog 12 juni. Maar u hebt op uw overzicht van de raadscommissie en de lange termijnagenda kunnen zien dat er een commissie is over de evaluatie van de openbare ruimte in oktober. En agenda voor de raad in november. Dus ik stel voor dat we de datum dienovereenkomstig aanpassen. Akkoord? Ja? Geen op- of aanmerkingen? Dan is dat ook vastgesteld.
En kunnen we naar de lijst met ingekomen stukken. U heeft een gewijzigde versie gekregen waarin 6 stukken op de agenda staan. En ik weet dat u over de combinatie van 4 en 6 gaande iets uitgebreider wilt spreken vanavond. Dat zullen we ook invullen. Ik zou graag willen weten of u naar aanleiding van de andere agendapunten ingekomen stukken nog wenst te spreken. Meneer Kramer, meneer Pals, mevrouw Meertens, meneer Kramer, Partij van de Arbeid. Niet? Klinkhamer, ja, die fout maak ik iedere keer. Die zit op mijn leeftijd nu in mijn hoofd, gaat er ook niet meer af. Uw iPad wil wel crashen, maar mijn hoofd niet. Voorzitter, nu doet u het weer. Ja, dat is een gevleugeld gezegd in uw partij, ja. Ook daar herhalen ze de dingen. Daar hebben we van geleerd. Ja. Meneer Klinkhamer. Dank u wel. Ten eerste dank voor de antwoorden op de vragen, de schriftelijke vragen die ik namens de fractie heb ingediend over de Westerschool, sluiting Westerschool. In de afgelopen weken is er veel onrust bij ouders en leerlingen ontstaan door de onverwachte aankondiging van het bestuur van Opron om de Westerschool te sluiten. Dit bericht viel bij onze fractie als een donderslag bij heldere hemel. Laat staan hoe de ouders zich gevoeld moeten hebben nadat dit bericht opeens bij hun gedropt werd. Dit nieuws heeft uitgebreid in de diverse media gestaan. Ook door de fractie van de Partij van de Arbeid is hier zowel in de kranten als voor RTV Noord aandacht aan besteed. En hebben wij onze zorgen hierover uitgesproken. Daarnaast hebben wij gesproken met een aantal direct betrokkenen van de Westerschool. Waaronder zeer bezorgde, teleurgestelde en boze ouders. Ouders die niet konden geloven en nu nog niet geloven dat hun school, gelegen in een prachtige buitenwijk van Stadsknaal, gesloten zou worden. Afgelopen donderdag hebben we met de fractievoorzitters en fractiespecialisten gesproken met de besturen van Opron en de directie van de Westerschool. Dit gesprek was vertrouwelijk, zogeheten achter gesloten deuren. We begrijpen van de besturen dat de MR van beide scholen nog met een advies richting de besturen komt. Dit zou dan volgens hen eind juni plaatsvinden. Duurt nog ruim een maand. Dit lijkt ons voor de ouders en de leerlingen als mede het bestuur van Opron behoorlijk lang wachten in onzekerheid. Onze fractie wacht het advies van de MR af. Na het advies van de MR gaan we ons beraden op de uitkomst van het advies en zullen nadien de discussie en debat gaan voeren. Wel hebben we een vraag. Is door de Opron niet te lang aangemodderd met deze school? Is het ook niet de verantwoordelijkheid van de gemeentebestuur om toezicht te houden op de gang van zaken bij Opron, zodat goed onderwijs gegarandeerd wordt? Dit gezien de ontwikkeling van de afgelopen 3 jaar, waarbij beide scholen predicaat zwak bleven houden. Is het niet zo dat bij andere gemeenschappelijke regelingen zoals WDK wel toezicht is vanuit het gemeentebestuur? En dat daar ook direct ingegrepen wordt op het moment als het daar niet goed loopt? Afsluitend, de fractie van de Partij van Arbeid wenst de ouders, leerlingen en een ieder die zich op wat voor manier dan ook verbonden voelt met de Westerschool veel sterkte en wijsheid toe voor de aankomende periode. Wordt vervolgd. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Iemand anders over ingekomen stuk nummer 5? Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij hebben kennis genomen van de schriftelijke vragen en alle persuitingen in zaken de plannen van de Opron rond de Westerschool. En wij willen onze bezorgdheid over deze ontwikkelingen uitspreken en zeker over de snelheid waarmee men een en ander wil uitvoeren. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat betrokken ouders, maar ook omwonenden en andere betrokkenen, zich ernstig zorgen maken. Het gaat om meer dan alleen het sluiten en verplaatsen van een school. Het heeft grote invloed op de leefbaarheid en de ontwikkeling van de hele omringende wijk. De wethouder heeft ons beloofd dat dit punt te zijner tijd op de agenda van de raadsvergadering zal worden geplaatst, zodat hier uitgebreid over gediscussieerd kan worden. En wat ons betreft is dat een goede toezegging. Daarom zullen wij verder vooralsnog niet op dit punt ingaan. Dank u wel. Iemand anders? Niet het geval. Wethouderbehoefte? Ja, die heb ik zeker wel, voorzitter. Dank u wel. Want volgens mij zijn er wat dingen niet helemaal duidelijk. En dat hangt ook samen met de vraag die de heer Klinkhamer stelt. Wat de rol van de gemeente nog is. Zoals u weet heeft deze gemeente het openbaar onderwijs sinds 2008 verzelfstandigd.
En een aantal jaar geleden is daar bovenop gekomen de scheiding die wettelijk doorgevoerd moest worden tussen bestuur en toezicht. Daarmee werd de rol van de gemeente op het openbaar onderwijs erg klein. Het is ook geen gemeenschappelijke regeling zoals WDECA is. Het is een zelfstandige stichting waarbij de gemeente nog toeziet op twee dingen. Ten eerste bekijken of er een genoegzaam aantal openbare scholen overblijft. Eén. En twee, in de gaten houden dat het openbaar karakter van de scholen gewaarborgd blijft. Verder is er geen enkele rol voor uw raad weggelegd. Op één ding na, daar kom ik zo op terug. Dus wat betreft het openbaar onderwijs, Opron kan een besluit tot sluiting van een school zelfstandig nemen. Zij nemen dan een besluit dat zij niet langer een school in stand wensen te houden. Dat geldt ook voor een nevenvestiging. Wat daarna gebeurt, als dat besluit genomen is, is dat u als raad, om in het kader van uw bevoegdheid om te kijken of er genoegzaam aantal openbare scholen overblijft, de vraag voorgelegd krijgt of u wellicht zelf die school in stand wenst te houden. Of een andere stichting daarvoor in het leven roept, of een andere stichting die optie, die opdracht geeft. Opron geeft feitelijk de opdracht terug om de Westerschool dan in stand te houden. En dan kunt u als raad zeggen, van dan vinden wij dat er te weinig openbare scholen overblijven. Dus moet een andere constructie gezocht worden om de Westerschool open te houden. Tot die tijd bent u niet aan zet. En inderdaad, daar gaan we dan een debat over voeren, mevrouw Meertens. Ik begrijp, en misschien is dat wel goed om te zeggen, dat u het betreurt dat er een voorziening dreigt te verdwijnen uit Stadskanaal Noord. Dat is dan inderdaad uw rol als gemeente, onze rol als gemeente om op leefbaarheid te gaan inzetten en kijken hoe we dat dan wel wellicht op andere manieren vorm kunnen gaan geven. Ik zou toch wel redelijk realistisch willen zijn in het feit dat het zo goed als zeker is, als Opron een besluit neemt, dat die school er ook verdwijnt. Voorzitter. Meneer Klinkhamer, Partij van Arbeid. Nou, laat ik je vooropstellen dat dit natuurlijk geen discussie is tussen openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. Hè? Het gaat niet om de openbaar en bijzonder tegenover elkaar te stellen. Dat is zeker niet de bedoeling. Wat ik wel nog wil zeggen, u bent natuurlijk, ik neem aan dat u op de hoogte bent van alle inspectierapporten van de afgelopen 3 jaar. Daarbij heeft u constateren dat het predicaat zwak van begin af aan al goed ingenesteld is in deze beide scholen. Misschien verwacht ik en misschien denk ik dat ik dat u dan, dat verwacht ik misschien wat te veel van u, maar zou u dan niet een lampje gaan branden zo van, goh, al 3 jaar lang gaat het niet goed op deze school. Moet ik de raad daar ook niet eens over inlichten? Over ons eens meenemen in het geheel? Of is dat buiten uw, laten we zeggen, uw functie om? Wethouder. Dank u wel, voorzitter. Opron die doet keurig verslag van waar ze mee bezig is via haar begroting en de jaarrekening waar u kennis van kunt nemen. Daarin geeft ze ook een overzicht van de kwaliteit van het onderwijs. Heel af en toe voeren wij daar gesprekken over. En daarom moet ik dan meteen weer zeggen dat wij er als gemeente niet over gaan. Tuurlijk, als wij daar dingen opmerken die ons niet aanstaat, dan doe ik mijn zorgen daarover uiten. En u heeft inderdaad met de bestuurder gesproken in een besloten overleg. En wat daar volgens mij redelijk duidelijk aan de orde kwam, en wat we ook in onze schriftelijke vragen beantwoording naar voren hebben gebracht, is dus juist die zwakke status Opron ertoe brengt om in te grijpen. En dat hebben ze op verschillende manieren geprobeerd. En dit is een ultieme poging om te proberen van dat predicaat zwak af te komen. Maar nogmaals, en ik kan het niet vaak genoeg herhalen, dat is een besluit van Opron zelf. En daar hebben wij verder niks op bij te sturen, aan te vullen, toe te voegen. Meneer Klinkhamer. Goed, ik hoor dat u mij een beetje probeert uit te lokken om inhoudelijk op deze stuk in te gaan. Dat ga ik niet doen. Want u gaat inhoudelijk wel iets de discussie aan. Die ga ik niet doen. Die bewaar ik even voor nadat de MR met advies komt. Dus wat mij betreft is dit voor ons eerst even voldoende. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Mevrouw Meertens, ook tevreden met de beantwoording? Dan hebben we punt 5 van de ingekomen stukken gehad. Over de andere ingekomen stukken nog aanleiding. Meneer Pals, D66. Over welk punt? Punt 1.
Over de vaarrecreatie in Kemperplaatsen, over de brief van 16 maart 2017. Ga u gaan. Ja. Ja, we hebben de brief ontvangen van het college, of van de, ja, van het college over de vaar- en recreatie camperplaatsen. Over de tarieven die wij in 2016 hebben vastgesteld en over de vaarbewegingen die er inmiddels zijn geweest. Onze fractie is behoorlijk geschrokken over de afname van de vaarbewegingen van 2015 naar 2016. Dat is liefst 440 scheepjes minder geweest. Waarin wij toch wel een beetje het sombere beeld voorspellen dat vaarrecreatie is een afnemende zaak en hier in de Kanaalstreek wel heel erg. We hebben met verbazing ook gelezen naar de aantal overnachtingen in het centrum van het Stadskanaal, waar 2108 overnachtingen zijn geboekt in 2016. Dit afgezet ten aanzien van de aanval vaarbewegingen van 1752. Is dat een behoorlijk getal. Maar des te meer bevreemdt het ons dat de aantal overnachtingen in het spoordok in Musselkanaal in 2017 237 zijn geweest. Dus wij vragen ons af, is het centrum Stadskanaal inmiddels niet de grootste concurrent van de spoordok in Musselkanaal geworden? Omdat in spoordok men moet betalen en in Stadskanaal het gratis is. Dus we willen de wethouder vragen van hoe zij daarover denkt. Vervolgens maken wij ons toch wel een beetje zorgen over de uiteindelijke begroting die is ingediend. En de kosten die het uiteindelijk heeft gekost om in deze streek vaarrecreatie in leven te houden. We hebben een begroting gemaakt voor 2016 van 196.500 euro... En uiteindelijk komen wij op het prachtige getal van 243.972 euro, wat maar liefst een overschrijding is van afgerond 50.000 euro. We vinden het dan al een behoorlijke overschrijding eerlijk gezegd. En we vragen het ook ons af of het realistisch is geweest dat die overschrijding er is geweest. U heeft iets in uw brief, heeft u daarover iets gezegd, over de begroting, een toelichting heeft u gegeven. Waarin u zegt van ja, het groen is niet meegenomen van een bedrag van 65,53. Maar goed, dat is nog lang niet die 50.000 euro. En we kunnen dat bedrag ook niet in de overschrijdingspost zien. Dus het is nogal een forse overschrijding waar we toch wel van denken van loopt dit zo langzamerhand niet de spuigaten uit. Want als je nagaat dat je bij 1752 vaarbewegingen. En dat kost afgerond 244.000 euro om dat in stand te houden in 2016. Dan kost iedere boot die door het kanaal gaat 139 euro. En dat is toch wel een aanzienlijk bedrag wat het ons als gemeenschap kost om vaarrecreatie in stand te houden. Dus onze vragen zijn dan ook naar aanleiding van dit stuk is, kunnen we dit volhouden financieel? Want het is nogal vanwege de overschrijdingen die er zijn. Willen we dit volhouden? Dat is punt 1. En kunnen we dit volhouden? Het tweede is, wij vinden dit wel een goede investering is geweest. Die hele vaarrecreatie, de aanlegstijgers, et cetera. Dus we gaan het ingekomen stuk behandelen, meneer Pals. We gaan niet het agendapunt helemaal opnieuw overdoen. Meneer Bols, CDA. Ja, dank u wel. Ja, even helder voor de procedure. Van zwembare openhouden tot kanaal dempen, zou ik bijna zeggen. Maar dat is voor D66. Ja, succes. Maar waar we het over eens zijn, is dat er uitvoerig verslag is gedaan. En daarvoor onze complimenten. Dank u wel. Dat soort verslagen roepen dan soms wel een vraag op. Heeft... het jubileum van de Snikkerweek, het Museumkanaal, heeft dat dan invloed? En zien we dan een jaar, nou enzovoort, dat soort zaken. Dat blijft altijd lastig. Maar eigenlijk hebben we één vraag. Er zijn nu zoveel cijfers bekend. Ziet u, beste wethouder, de mogelijkheden om nu dingen te besparen, te bezuinigen? Zijn er mogelijkheden om de kosten nu wat te drukken? Dat is eigenlijk onze vraag. Dank u wel, voorzitter. Nog meer fracties over dit punt? Meneer Pals, nog niet genoeg vragen? Ik heb nog niet genoeg vragen, voorzitter. Het verbaast me dat u mij het woord ontneemt, eerlijk gezegd. Nee, ik sta een interruptie toe op een gegeven moment. En daar houdt u van, debat in de raad. Dus
Maar ik wil graag doorgaan, want ik ben nog niet klaar op dit punt, voorzitter. Nou, dat is het. We gaan kijken. Oké. Misschien bij een hoeveelheid als deze dat we dan schriftelijk moeten antwoorden. Maar goed, ga uw gang. Ja, maar procedureel, voorzitter, heb ik dit punt in de agendacommissie ingebracht. Zijnde op de agenda te plaatsen zonder met debat. Als het vervolgens niet wordt behandeld en het komt zonder debat op de agenda te staan, dan is er toch iets verkeerd gegaan. Dus dat even. Nee, u krijgt de kans om vragen te stellen. Ik constateer dat het zoveel zijn dat het kan zijn dat ze ook schriftelijk beantwoord worden. Nee, voorzitter, dat valt nu wel mee. Ik rond af, dus in die zin zal ik u tevreden stellen. Maar als gezien deze hele cijferbrei, gezien de forse overschrijding die we hebben met de vaarrecreatie, gezien het in het licht van de. Van de hele kosten die we ons voorlichten, vragen we onszelf nog twee vragen. Willen we als raad of willen we het college, krijgen we het college het voorstel om de werkelijke kosten die het kost voor de lichtplaatsen, staanplaatsen en lichtplaatshoofdkade, zoals in punt 4 kosten per overnachting heeft uitgerekend, gaan we dat in 2018 gaan we dat honoreren? En de laatste vraag is, vindt de wethouder nog steeds, als u deze cijfers ziet, het afnamevaarrecreatie, de forse overschrijdingen die zijn geweest, dat u nog steeds onderzoek moet doen naar een jachthaven in dit centrum? Dit zijn mijn vragen. Dank u wel, meneer Pals. Voorzitter. Wie hoor ik? Mij. Ja, meneer Iedema, SP. Dank u wel. Ik heb nog een vraag aan meneer Boels. Meneer Boels die zei van kostenverlagende dekkingen mogelijk zijn, dat er besparing mogelijk is. Is het ook mogelijk dat er verhoging kan zijn in diezelfde vraag? Wij zijn nooit voor verhoging van kosten, meneer Iedema. Ja, ik zat te denken aan de kosten dat hier het gratis is aan de kanaal, wat ons een doorn in het oog is. Ik bedoel verhoging van opbrengsten? Ja, dat is een andere vraag. Maar kan dit in één keer opsparen? Voorzitter. Ik wil toch graag even reageren. Ik heb me even stilgehouden, maar meneer Iedema zegt nu hetzelfde als meneer Pals, dat het hier in Stadskanaal gratis is. Terwijl wij natuurlijk vorig jaar net hebben besloten dat er een tarief voor het gebruik van sanitair is van 2,50 en een tarief voor het gebruik van douches. En dat is bij Spoordok en Musselkanaal allemaal niet zo. En er is natuurlijk ook nog elektriciteitskosten. Dus uw suggestie dat het gratis is in Stadskanaal en in Musselkanaal niet, daarmee doet u volgens mij wel een beetje. U weet best dat dat niet zo is en daarmee maakt u een beetje sfeer hier. Meneer Pals, D66. Ik wil er toch graag op reageren, meneer Hofstra. Als u naar de kosten water ziet op pagina op bladzijde 3, dan is er inderdaad, er staat een kleine opgave, een kleine opbrengst tegenover van weliswaar 4821. Maar de meeste boten blijkt toch wel zo te zijn dat ze aan boord douchen en aan boord naar het toilet gaan. Is in Stadskanaal ook niet gratis? Duidelijk. Nog meer vragen over dit punt? Meneer Biesen, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb al eens een keer eerder met de heer Pals over dit punt gediscussieerd. En ik vind ook dat hij op dit punt nu wel erg negatief en vooral financieel kijkt. Want als we inderdaad naar de overnachtingen kijken, dan zijn die fors toegenomen. Volgens mij levert dit ook gewoon positieve imago op voor Stadskanaal en dit gebied. Dus, dat kost geld. En dat we niet alles kostendekkend kunnen maken, dat hebben we bij andere producten ook niet. Dus bij dit product ook niet. En dat doen we bewust. Die keuze die maken wij. We hebben net de tarieven verhoogd. Die hebben wij verhoogd tot een niveau van. Dat het acceptabel is, ook voor de branchevereniging. Dus ik wil vooral benadrukken dat dit heel goed is voor Stadskanaal en voor Musselkanaal en het hele gebied wat langs het kanaal ligt. Dat wilde ik toch even kwijt. Dank u. Van Acte, dank u wel, meneer Biesen. Daarmee voldoende, meneer Mellis. Ja, ik moet even iets de kwijt. Inventarisatie ontlokt en debat ontlokt veel meer. Nou, niet inhoudelijk over de punten die nou besproken of bediscussieerd zijn. Het gaat mij meer even in algemene zin om de procedure. We hebben niet zo heel lang geleden in de reglementen van orde vastgesteld dat we iets anders om zouden gaan met ingekomen stukken. En wat er nu vanavond weer gebeurt, maar ook in voorgaande vergaderingen, ik ben het helemaal kwijt eigenlijk. Ik snap eigenlijk niet meer wat er nu wel en niet mogelijk is met ingekomen stukken.
Misschien dat we daar eens een keer over kunnen hebben. Ik investeer graag een kwartiertje om u dat uit te leggen. Ik bedoel maar te zeggen, we hebben als reden opgegeven dat we die ingekomen stukken anders zouden doen. Dat het soms een best een langdurige procedure werd voordat we aan agendapunten aankwamen. Dat we te lang met ingekomen stukken bezig zijn, zouden zijn. Daar is verandering in gekomen, maar ik merk nu dat er eigenlijk nog niet veel veranderd is. Nou, de procedure is op een gegeven moment dat een ingekomen stuk op de lijst gezet kan worden met een advies door de agendacommissie. Die heeft hier geagendeerd op om het voor kennisgeving aan te nemen. Maar een brief van het college, vragen en antwoorden komen sowieso op deze lijst. En als een raadslid gemotiveerd voor de vergadering van de agendacommissie aangeeft dat hij het stuk graag op deze lijst wil zien, gemotiveerd met een aantal vragen. Het zou ook fijn zijn om dan de vragen een beetje te weten, te kennen, want hier gaan een aantal technische en algemene vragen door elkaar. Maar dan hebben we dat zo afgesproken en daar voldoet deze bespreking aan. Ik weet niet of ze straks allemaal daaraan voldoen, maar deze heeft meneer Pals aangekondigd en om verzocht. Helder? Ja, dus dat heeft u afgesproken met elkaar. Ik geef het woord aan wethouder Brongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een heel aantal vragen, dan wel ook opmerkingen en meningen uit de D66-fractie. De cijfers zijn zoals ze zijn en wat mij betreft uitgebreid en volledig aangeleverd. En uiteraard kunt u daar wat van vinden. Als we kijken naar de afname van het aantal vaarbewegingen, dan is dat inderdaad een gegeven. Maar ook een landelijke tendens in de vaarrecreatie. En dat merken wij ook hier in onze gemeente. De toename van het aantal overnachtingen stemt ons tot vreugde, zal ik wel zeggen. Want dat betekent dat mensen hier langer verblijven met hun boot. En daar hebben wij baat bij en de mensen die daar gebruik van maken, hebben daar plezier van. Als we kijken naar de begrotingscijfers voor 2016, wordt er gevraagd naar het verschil. In de beantwoording is uitgelegd dat het onderdeel openbaar groen, dan wel het groenonderhoud, niet meegenomen is in dit verhaal. Dat zijn we in 2017 wel van plan. Als u dan kijkt naar de baten die in het overzicht van bijlage 1 staan, en dan uiteindelijk uitkomen op een verschil van 50.000, zoals de heer Pals aangeeft, waar de baten ruim 2 ton zijn, dan blijft er uiteindelijk slechts een verschil over van 1600 euro. En dat is nagenoeg weinig, als ik het zo mag zeggen, in dit kostenplaatje. De tarieven is nog even over gesproken. De tarieven zijn door uw raad zelf vastgesteld en op dit moment staat dat, denk ik, kijken naar deze vragen en dit overzicht niet opnieuw ter discussie. Dan kijk ik even of er nog een aantal zaken overblijven in hoofdlijnen. Kunnen wij de kosten drukken of kunnen wij meer baten recreëren? Ja, dat is uiteraard aan de gebruikers, aan de vaarrecreanten. Op dit moment zijn onze tarieven zoals ze zijn inderdaad door uw raad vastgesteld en staan op dit moment niet ter wijziging voor. Meneer Pals, D66. Ja, dank u, voorzitter. Dank u voor het antwoord, wethouder. Waar u helaas niet op ingaat is eigenlijk het volgende. De aanleg, de bootovernachtingen en spoordok Mussenkanaal, wat gezakt is naar 237 overnachtingen. En onze vraag is of u het onderzocht heeft, of u het gaat nog onderzoeken, of het Centrum Stadskanaal niet ons eigen spoordok concurrentie aandoet vanwege het prijsverschil. Gratis mag ik niet zeggen, maar vanwege het prijsverschil die aanmerkelijk is tussen daar en hier. Dus dat is een vraag. U mag mij, denk ik, maar goed, het cijferbrein nu uitleggen lijkt me nogal ingewikkeld. Maar ik blijf toch van mening dat wij een verschil hebben van 50.000 euro tekort op de begroting. En nu heeft het over 1600 euro, wat ik hier helaas niet zo gauw kan vinden.
Maar dat wil ik nog wel even... Ja, u schudt ook zo, voorzitter. Dus misschien... Ik snap het niet helemaal, maar de rest van de raad blijkbaar wel. Dus dan is het misschien wenselijk om dat één op één uit te leggen, zodat ik het wel snap. Dat kan toch? Want ik zie dat... Dat is even de vraag. Helaas gaat u niet in op onze vraag of u het onderzoek naar een jachthaven nog steeds verantwoord vindt, gezien de afnemende cijfers van de uitkomst 2016. Wethouder Brommers. Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Pauls refereert aan een eventuele concurrentiepositie als we het hebben over Spoor Dok en het centrum van Stadskanaal. Zo zou ik dat in het geheel niet willen zien. Wij zijn verantwoordelijk voor de vaarrecreatie in onze hele gemeente. Het Spoor Dok is een andere voorziening dan hier in het centrum. En onze vaarrecreanten maken gebruik van beide voorzieningen. En in die zin is er zeker geen sprake van concurrentie. Het één op één uitleggen van de cijfers, u bent van harte welkom. En als we het hebben over het onderzoek van de jachthaven naar waar u nog naar vraagt, dat maakt nog steeds onderdeel uit van ons bestuursakkoord. En het bestuursakkoord is nog in de lopende periode, zeg maar. Dus vooralsnog nemen wij daar geen afstand van. Voldoende? Dan over de andere punten geen vragen, behalve 4 en 6. Mevrouw Schipper, Partij van de Arbeid. Het gaat over de tweede zwembad. Ik neem aan dat er nu nog wel aan de orde komt. Sorry. Oh, ja? Ja. Oké, sorry. Ja, nee, precies. Want, maar is het niet wijs om dat ja, het zal ook kunnen, te maar betrekken bij de motie die ook ik denk aan de voor het komt? Geval dat het alleen maar de motie is, dan voor het dacht ja, ik vanuit vraag, maar dat de beschrijvingen van die brief, en ik neem ook aan dat de brief aanleiding is geweest voor deze motie, vreemd aan de orde van de dag. Okay. Dus dat wil ik graag integraal bij 18 aan, want anders wordt het wel helemaal warm vanavond. Is prima. Ja hoor. Verder niet? Punt 4 en punt 6. Dan geef ik de voorzittershamer aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad, mevrouw Sterenborg. Want we hebben afgesproken door de ziekte van de heer Gelling dat gezien onze portefeuilles en de overlap, dat ik de beantwoording doe van uw eventuele vragen. Mevrouw Sterenborg, aan u de hamer. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zie dat meneer Iderma op dit moment de zaal even verlaat. Meneer Iderma zou even aangeven hoe en waarom. Maar dat ga ik dus nu voor hem doen. Dat ga ik dus nu voor hem doen. Hij is woonachtig in de directe omgeving en vindt het in het kader van belangenverstrengeling beter om even een stap opzij te gaan bij de behandeling van dit punt. Zeg ik het zo goed, meneer Iderma? Ja. Dus die verlaat even de vergadering. Goed, wie wenst over ingekomen stuk 4 en of 6 het woord te voeren? Mevrouw Luiken, SP. Voorzitter. De bewoners van het Ministerplein uiten in november 2016 via een schrijven hun bezorgdheid over de plannen aan het Ministerplein. In april 2017 deden ze dit nogmaals. De bewoners hoopten op een inspraakavond. Die kwam er. Helaas was dit geen inspraakavond, maar meer een informatieve avond. Dat betekent geen inspraak voor bewoners. We hadden graag gezien dat de mening van de inwoners meegenomen waren in de verandering in hun wijk. Vooral een horecaplein kan zeer ingrijpend zijn voor het woongenot van omwonenden. Wij denken dan aan geluidsoverlast en vernieling. De SP is op zich niet tegen verbetering of het aantrekkelijker maken van het plein. Wel vragen wij ons af waarom er zoveel geld moest kosten en waarom er geen gebruik gemaakt is van de stenen die er bijvoorbeeld liggen. We hadden dit graag anders gezien.
We willen ook weten waarom de ondernemers aan het plein geen bijdrage leveren aan dit geheel. Meneer Nijenbanning, VVD. Ja, dank u voorzitter. De VVD wil graag naar aanleiding van de reactie op de schriftelijke vragen in zaken het ministerplein enkele opmerkingen plaatsen. In de eerste plaats de gevolgde procedure. Op 6 maart heeft de portefeuillehouder in het fractievoorzittersoverleg in vertrouwelijkheid een voorstel gedaan in zaken de ontwikkeling van het ministerplein. De wethouder heeft op hoofdlijn het plan ontvouwd en daarbij een financieringsvoorstel gedaan. De wethouder wilde in het overleg een fiat hebben voor het plan, inclusief de financiële onderbouwing. Gezien het vertrouwelijke karakter en de snelheid van het plan kon het niet in een openbare raadsvergadering behandeld worden. Partijen hebben daarop aangegeven dit met hun fracties te willen bespreken. Daarnaast zijn door partijen nog aanvullende vragen gesteld, waarop de beantwoording enige tijd op zich liet wachten, maar uiteindelijk wel werd geleverd. In die beantwoording kwam nieuwe informatie naar voren. Onder andere dat de aannemer een financiële bijdrage in de bijdrage levert van 28.000 door de voorbereidingskosten niet in rekening te brengen. Bijzonder. Op basis van de beantwoording zijn schriftelijke vragen gesteld door de fracties van de SP, D66, fractie Mellis en de VVD. Voordat de schriftelijke vragen beantwoord werden, moesten wij vervolgens uit de pers vernemen dat de provincie een bijdrage levert. Ik wil hiermee aangeven dat de wethouder een besluit vraagt aan partijen waarbij ons niet volledig heeft geïnformeerd. Dat dit afbreuk doet aan de vertrouwensbasis, dat mag helder zijn. Voorzitter. Meneer Van Beek. Ja, dank u wel. Ik vind dat u nu wel heel ver gaat al. Dat u nu al het vertrouwen in twijfel trekt van de wethouder. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat daar gewoon een voorlichting gegeven is, een vraag neergelegd is. U heeft alle mogelijkheden gehad om het met uw fractie te bespreken. Er is helemaal geen sprake van dat het niet in de raad zou komen. Het maakt onderdeel uit van het centrumplan, is er gevraagd. Alleen om de voortvarendheid van het project en de vaart erin te houden, is het op deze manier gegaan. De fracties hebben allemaal aangegeven hoe ze daarover dachten. Een meerderheid van deze raad is uiteindelijk akkoord gegaan met deze tussenoplossing die door de wethouder gekozen is en voorgelegd is op de fractievoorzittersoverleg. Maar volgens mij is er niets aan de hand. Dus ik begrijp helemaal niet waar u zich druk over maakt. Punt 2. De schriftelijke vragen die gesteld zijn, daar heeft u keurig antwoord op gehad. En het lijkt wel of u op die stoelen daar waar meneer Hamster en mevrouw Brongers zit, dat u daar nu al wil gaan zitten. Maar volgens mij moet u eerst de verkiezingen afwachten. En dan kunt u daar aan de gang. Maar dan moet u eerst een aantal zetels halen en ook nog zien dat u in de coalitie terechtkomt. Daar wou ik het in eerste instantie even bij laten. Meneer Nijenbanning, gaat u verder. Meneer Pals wil graag eerst. D66. Ja, voorzitter. Ik wil toch graag even reageren op de woorden van meneer Van Beek. Dat komt bij mij over. Wij als meerderheid coalitie, lees maar even, hè, coalitiepartijen, wij waren eens met de beantwoording van de vragen en wij waren eens zoals het procedureel is gelopen. En de oppositie moet zich dan maar keurig netjes gedragen, stil zijn, wachten op de volgende verkiezingen. En dat we dan dus een keer aan de beurt zijn om het stokje over te nemen. Althans, zo komt het bij mij over. Ik vind uw reactie erg ongehoord, eerlijk gezegd. Voorzitter. Meneer Boels, CDA. Ja, nu gaan we los. Ja. Nee, maar ik zat een tijdje te luisteren en ik dacht, ja, ik vond die vragen, we vonden die vragen als fractie, omdat we dachten, ja, hebben wij iets gemist. Maar u heeft keurig antwoord gekregen, u heeft uitvoerig vragen gesteld, daar heeft u keurig antwoord op gekregen. En dan zal dat het ook wel een beetje zijn, want dat is, het gaat om een plein in ons fantastische centrum, waar we met z'n allen de mangel moeten opstropen. Want nou, u heeft vorige week dat bericht over de blokken enzovoort enzovoort ook al meegekregen. De tijd dringt. Het is feitelijk 11:55. En dan gaan we nu. Nou, ik begrijp het allemaal niet zo goed. En laten we inderdaad de verkiezingen buiten laten. Dan doen wij 18a wel. Maar dat, heel bijzonder. Heel bijzonder. Meneer Pals. Nee, ik was er ook nog, mevrouw de voorzitter. U mag na, meneer Pals. Wederom dezelfde reactie als de ChristenUnie. Ik verbaas me daar echt hooglijk op dat u op deze manier reageert.
U vindt de schriftelijke vragen zijn beantwoord. We hebben daar mee te doen. We moeten dat voor 100% moeten we daarmee instemmen. En als we het niet doen, dan vragen we gewoon de vragen. Ik bedoel, daar is toch niks bijzonders aan. Dus ik vraag me ook werkelijk af, ook in precies in het verlengde wat de ChristenUnie dan ook naar antwoord op de opmerking van meneer Nijenbanning. Ik zal u nooit beletten vragen. Ik vind het voorzitter, matig en eerlijk gezegd. Ik zal u nooit beletten vragen te stellen. Ik vind het fantastisch dat u vragen stelt. Ga er vooral mee door. Maar laten we het wel inhoudelijk hebben over de zaken die ertoe doen. En dit soort detail, tendentieus gedoe. Ja, wij staan ons daar verder van. Meneer Van Beek, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Meneer Pauls, u zegt dat wij, althans dat ik zeg, dat u geen vragen mag stellen en dat u van alles moet accepteren. Die woorden heb ik niet gebruikt. U heeft het recht om die vragen te stellen. Ik heb alleen gezegd dat er een meerderheid van de fracties en dus van deze raad daarvoor was. En dat het daarom doorging. Dat is het enige wat ik gezegd heb. En daar komt bij. Kijk, we zijn natuurlijk met z'n allen hier als raad hebben wij wel ingestemd met het centrumplan. En volgens mij maakt dit gewoon onderdeel uit van het centrumplan waar we allemaal al akkoord mee zijn gegaan. Dus ik begrijp echt niet waar u het over heeft. Meneer Nijenbanning. Goed, ja, ik heb alleen nog maar een enkele kanttekening geplaatst bij het proces. En ik wilde nu eigenlijk overgaan naar het inhoudelijk deel. Ik wil nog even een reactie geven op de heer Van Beek. Ik twijfel op dit moment nog niet aan het vertrouwen. Ik heb nog vertrouwen in de wethouder. Alleen op het moment dat mij op een avond een besluit wordt gevraagd en ik krijg niet alle informatie waarbij ik ook de plekken al heb aangegeven dat ik de financiële onderbouwing van het plan onvoldoende vond, mager vond. En dan krijg ik daar geen antwoord op. En dat is wat ik nu ook zeg. Die financiële onderbouwing die vind ik merkwaardig. En als ik gewoon zie dat ik gewoon na dat fractie of dat fractievoorzittersoverleg aanvullend bij brokjes nieuwe informatie krijg over de financiële onderbouwing, dan stoort mij dat bijzonder. Meneer Mellies. Nou, ik sluit me helemaal aan bij de heer Nijenbanning. Volgens mij is dat een correcte vraag, dat mag die vraag. En ik snap ook eigenlijk niet wat daar mis op is eigenlijk. Meneer Pals. Nou ja, ik sluit me aan bij meneer Jelle. Want ik bedoel, ik zit hier hooglijks, of met meneer Mellis, ik zit hooglijks verbaasd. Zit ik de reactie van meneer Boelsen, van meneer Van der Beek aan te horen. Dat was uw termijn? Oké. Meneer Biezer, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, ik was niet bij dat fractievoorzittersoverleg, dus ik wil gewoon even kijken naar wat gebeurt er nu eigenlijk. Waar zijn we wel niet mee bezig? Wij zijn bezig met het oplossen van een aantal vraagstukken binnen deze gemeente. En dat heeft te maken met krimp en alle gevolgen daarvan. En met een centrum wat aangepakt moet worden, waarvan de meerderheid van deze raad heeft gezegd dat moet gebeuren. Als ik zo naar de stukken kijk, dan vind ik dat de vragen die gesteld zijn goed zijn beantwoord. Ik vind ook, als ik bijvoorbeeld naar D66 kijk, die zegt van ruim baan voor de ondernemer. En dan komen die ondernemers met een plan en dan is er kritiek op wat er allemaal gebeurt. En ik neem ook aan dat de VVD er voor de ondernemer staat. En ik vind het nogal wat als ondernemers komen met een plan en daar ook nog eens geld bij fourneren. De SP zegt dat niet het geval is, maar volgens mij hebben de ondernemers 58.000 euro ingelegd. Dan vind ik dat wij als gemeente daarin mee moeten participeren om ervoor te zorgen dat wij een goede toekomst hebben. Want wij gaan voor de toekomst, zegt D66. Nou, als we niks doen, dan hebben we geen toekomst. Dat wilde ik graag even zeggen, voorzitter. Dank u. Dank u wel, voorzitter. Meneer Pals, D66. Ik wil toch graag reageren op meneer Biezen. Het verbaast me dat meneer Biezen, denk ik, het stuk ook niet gelezen heeft van ons. Wij gaan in op vragen die wezenlijk zijn over de financiering, over het project. Maar er is niet één, en let wel, er is niet één oppositiepartij, en dan spreek ik een beetje namens de oppositiepartijen, die heeft gezegd dat het geen goed plan is. Sterker nog, we hebben gezegd dat plan Minzenplein ondersteunen we van harte. Daar hebben we totaal geen kritiek op. We hebben kritiek op het proces zoals het gekomen is tot waar we nu zijn gekomen. Dat hebben we gezegd.
Nou, dan is het in ieder geval prettig dat de woordvoerder van de oppositie nu aangegeven heeft dat zij het centrumvisieplan in ieder geval van harte ondersteunen. Dan is dat in ieder geval duidelijk. Ik dank u wel. Daar is ook nooit geen discussie over geweest. Tot zover de vragen in de eerste termijn, of niet? Nee, ik wil mijn... Mijn betoog graag verder af. Ik heb alleen nog maar de proceskant belicht. En ik zou even naar de inhoudelijke kant. U ging achterover zitten. Ik dacht dat u klaar was. Gaat u verder, meneer Nijenbanning? Nee, want ik moest even wachten tot 2018 tot de verkiezingen. Dus vandaar. Maar goed, we nemen een voorschot. Goed, zoals ik al aangaf, ik heb de procesmatige kant aangegeven wat we daarvan vonden. Ook inhoudelijk blijven een vraagteken staan. En dan richt hij zich met name op de betrekking tot de gevolgde inkoopprocedure. De door de Raad vastgestelde inkoopprocedure berust op een aantal uitgangspunten. Integriteit, gelijkwaardigheid, efficiëntie, effectiviteit, dat soort terminologie. Belangrijk voor ons als VVD is de gelijkwaardigheid. De vraag die rijst bij ons, zijn alle aannemers binnen en buiten onze gemeente in staat gesteld om mee te dingen naar de uitvoering van het werk? Dat is een belangrijke vraag. Meneer Van Beek. Ja, dank u. Volgens mij heeft u toch gewoon in de beantwoording kunnen lezen dat de ondernemers zelf aan de slag zijn gegaan. En daar ook een aannemer bij hebben gezocht. En uiteindelijk bij de gemeente terechtgekomen is. Daar heeft u compleet gelijk aan, meneer Van Beek. Dat stond inderdaad in de beantwoording van het verslag. Alleen als je de inkoop- en aanbestedingsregels die wij als raad hebben vastgesteld, dat betekent dat je bij een werk van 150.000 of meer, meervoudig moet aanbesteden. Tenzij het college argumenten en motivatie geeft waarom ze daarvan is afgeweken. En dat heb ik in de beantwoording niet terug kunnen vinden. Dus wat mij gewoon bevreemdt in deze zaak is dat een aannemer die stort 28.000, die zegt, joh, ik breng mijn voorbereidingskosten niet in rekening en daarmee koopt hij zijn omzet. Dat riekt. Daar wil ik gewoon eerlijk in zijn. Op het moment dat de betreffende aannemer het werk niet zou krijgen, zou die dan ook 28.000 inleggen voor het ministerplein? Ik heb mijn twijfels daarbij. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag een verduidelijkende vraag stellen. Maar meneer Pauls die werpt zich al op als voorzitter van de, als woordvoerder van de hele oppositie. En hij zegt er vervolgens bij dat de hele oppositie voor het ministerplein is. Voor de aanpak daarvan. Dan denk ik bij mezelf van, dat plaatst deze discussie wel een beetje in een ander daglicht. Want dat had ik er nog niet uit kunnen destilleren. Maar volgens mij is het ook niet waar dat de hele oppositie voor de aanpak van ministerplein is. En kijk even naar links. Misschien dat mevrouw Machtel Luiken daar ook wat over kan. Mevrouw Luiken? Nou, volgens mij heb ik toch gewoon heel duidelijk, heel hard opgelezen. De SP is op zich niet tegen het verbeteren of het aantrekkelijk maken van het plein. U heeft in een andere discussie ook al eens een keer wat anders gezegd. Hè? Waarbij uw mening duidelijker was hierover dan van de andere oppositiepartijen. Voorzitter, wij vinden het inderdaad ontzettend veel geld. Maar dat betekent niet dat we niet zijn voor verbeteringen of veranderingen voor het Stadskanaal. Het moet alleen veel geld kosten. Het moet niet zoveel geld kosten zoals het nu gaat kosten, dus u bent er tegen. Meneer Nijenbanning, VVD. Goed, dan wil ik graag verder gaan. Ik heb aangegeven dat we gewoon grote vraagtekens hebben bij de gevolgde inkoopprocedure. Als VVD hechten wij aan de controlerende taak van de Raad. En wij willen de Raad dan ook vragen om een onderzoek door een deskundige en onafhankelijke partij te laten uitvoeren op het inkoopdossier. En de gevolgde procedures en afwegingen die gemaakt zijn bij het afwijken van het meervoudig aanbesteden. Als overheid en bestuurders dienen we elke zweem van belangenverstrengeling en bevoordeling uit te sluiten. Een onderzoek door een onafhankelijke deskundige kan dit aantonen. Ik wil hierbij dan ook de Raad oproepen om de rekeningcommissie een opdracht te laten vervaardigen voor de huisaccountant en te formuleren om het onderzoek uit te laten voeren naar 1. De inkoopprocedure zoals gevolgd door het college als bevoegd orgaan of die rechtmatig is geweest. Zijn de uitgangspunten van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gelijkwaardigheid, transparantie, met andere woorden hebben alle partijen een gelijke kans gekregen. Zijn die gevolgd? En we willen ook graag inzicht in de projectkosten. Worden wij als gemeente geen eigenaar van bloembakken, parasols en dat soort roerende zaken die gewoon die een korte levensduur kennen? Meneer Biesen, gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, ik schrik hier een beetje van, want aan de ene kant zegt de heer Nijenbanning, we hebben vertrouwen in de wethouder. Aan de andere kant zegt hij, het mag riekt. Het iets rustiger op de tribune? Aan de andere kant zegt hij van het riekt. Dat roept op mij wat fraudeachtige gevoelens op. Nu wil de heer Nijenbanning een onafhankelijke commissie de procedure laten onderzoeken. Ik vind het allemaal heel erg ver gaan. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Nou, meneer Nijenbanning heeft het over zweem van partijdigheid, dat soort dingen. Ik sluit me aan bij de woorden van meneer Biezen daarover, maar ik wil er nog wel even wat anders over zeggen. Op het moment dat u dat soort dingen hier in het openbaar zegt, tast u de geloofwaardigheid en het vertrouwen en het werk van de wethouder aan. En voordat u zo'n uitspraak doet, moet u wel heel stevig in uw schoenen staan en moet u wat meer hebben dan alleen het willen voorkomen van een zweem van belangenverstrengeling. Ik vind dat u daarmee erg ver gaat. En dat heb ik ook gemerkt in de tendens van de schriftelijke vragen die gesteld zijn. Dan denk ik van, volgens mij hebben we hier een sfeer van wantrouwen aan uw kant die niet nodig is. Meneer Nijenbanning, VVD. Ik heb al geschetst dat ik procedureel een aantal bedenkingen heb en dat ik ook inhoudelijk een bedenking heb tegen de gevolgde inkoopprocedure. En ik vind dat we als raad onze controlerende taak moeten invullen door te zeggen op het moment dat we inderdaad, als er één raadslid of meerdere raadsleden zijn die denken van joh, is dat helemaal goed gelopen en hebben onze inkoopbeleid, wat we zelf hebben vastgesteld, is dat goed gevolgd, is dat goed uitgeoefend? Dat vind ik dat we een terechte vraag naar kunnen zetten van joh, laat het door een onafhankelijk deskundige uitzoeken of dat het geval is. Daarmee kunnen elke bedenking, elke zweem kan weggenomen worden. En wij staan voor een transparante overheid, dus ik vind het belangrijk dat daar recht aan gedaan wordt. Meneer Klinkhamer, Partij van Arbeid. Ja, u brengt het wel heel mooi, meneer Nijenbanning. En u bent denk ik waarschijnlijk nu ook even, denk ik ook door meerdere coalitie of meerdere partijen aangesproken op uw uitspraken. Want ik steun volledig meneer Biezen hier, dat u eigenlijk een beetje meer suggereert, hier wordt wat fraude gepleegd. Dat suggereert u wel. En ik wil hier toch ook nog wat bij noemen dat u nu uw laatste betoog, uw laatste woorden, u gaat het nu een beetje vergoeilijken zo van nou, ik ga het niet onder dat en dat vallen, dat en dat. Nee, maar de intentie van uw verhaal is dat u toch wel een behoorlijke achterdocht heeft en een wantrouwen richting de wethouder. Meneer Pauls, D66. En u probeert dat wel op deze manier nu wat recht te zetten door de laatste woorden meneer wat Klinkhamer. Genuanceerder. Meneer Pauls. Het valt mij op dat de coalitie nogal wat opgewonden raakt van een vraag. Absoluut, actie is reactie en dan komt weer de reactie. Ik vind wel dat meneer Klinkhamer op dit moment woorden gebruikt die helemaal niet in ons opkomen. Meneer Nijenbanning heeft het terecht gezegd. We hebben hier een controlerende taak. Zolang de ene helft van de raad wat twijfels en wat vragen heeft over de gelopen procedures, staat het een raadslid vrij om daar vragen over te stellen. Wat u daar ook van vindt, wat u er ook van denkt, prima allemaal. Maar ik denk, iedere opmerking, meneer Klinkhamer, wat u er nog toevoegt aan dit, haalt u de hele discussie naar beneden. En dat is een hele ernstige zaak. Voorzitter, ja, ik snap deze Peppy en Kokkie duo idee wel. Maar laat het duidelijk zijn dat wat gezegd wordt, vragen stellen is prima, maar suggereren dat gericht op wantrouwen achterdocht, want dat zit wel in uw verhaal van meneer Nijenbanning, en dat u meneer Nijenbanning ondersteunt, dat moet u zelf weten. Maar de achterdocht en de wantrouwen in het verhaal wordt wel duidelijk op tafel gelegd. En u moet een sterke schoenen zijn, u ook meneer Pauls, want u ondersteunt meneer Nijenbanning in zijn bewoordingen, om dat goed te onderbouwen en goed te verwoorden wat u daarmee precies mee bedoelt. Want u komt alleen maar met statements en meer niet. Voorzitter. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dan wil ik toch even mijn mede-oppositiegenoten even een hart onder de riem steken. Kijk, we zijn zeer zeker niet van plan om echt met vingers te gaan wijzen. Echter, we hebben gewoon wel onze bedenkingen bij de procedures die gevolgd zijn. Kijk, het is natuurlijk een heel ander verhaal als een ondernemer met een servetje, met een plan achterop bij de gemeente komt van gemeente. Kijk eens, ik heb een plan.
Kunnen we hiermee? En de gemeente zegt, oh, wat, het is een mooi plan, gaaf. We zoeken een architectenbureau bij, die gaat het verder uitwerken. En we gaan ook draagvlak zoeken bij de ondernemers. En als het allemaal in orde is, dan gaan we er een aparte ondernemer bij zoeken. Nu is die ondernemer en een paar ondernemers van het plein, en dus de aannemer, is één partij. En we hebben voor 4 weken geleden hier in de paardshow een bijeenkomst gehad over integriteit. En bij twijfel niet doen. Ik vind deze procedure dat het bedenkelijk is en dat mag best onderzocht worden. Mevrouw Schippen, Partij van de Arbeid. Ik denk dat het beter is om, voordat er allerlei koren komen van dit, dat en dat, dat het beter is dat de wethouder eerst als antwoord gaat geven. Was u klaar, meneer Nijenbanning? Ja? Dan is het woord aan mevrouw Galema, portefeuillehouder vanavond. Voorzitter, ik ga hier even bij staan. En ik moet u zeggen dat ik redelijk verdrietig aan het worden ben. Met de hele discussie die u voert, denk ik, waar zijn we mee bezig in het kader van het imago van onze gemeente, het imago van het centrum van Stadskanaal, waar u al tijdenlang over aangeeft dat het ons zorgen baart, niet alleen bij ons in Stadskanaal, maar in meerdere plaatsen, wat er iets aan moet gebeuren en waar echt ontzettend intensief door de ambtelijke organisatie en door de wethouder werk is verricht, waarvan we dachten met z'n allen toen u de visie en het kader, want het is het kader voor u, vaststelde in meerderheid, dat we ook beloond zouden worden met de provinciale subsidie daarbij. Dat is ons op dat moment niet gelukt. We hebben daar nog steeds vertrouwen in. En wat ik nu hoor in deze discussie, op een klein onderdeeltje uit het geheel, dat u inderdaad een zweem en een sfeer weergeeft over hoe wij denken over een klein onderdeel uit dat geheel. U mag er vragen over stellen. Ik had ook gehoopt dat onze raad, en dan kijk ik u aan meneer Nijenbanning en meneer Pals, als u vragen heeft, de zorgvuldigheid als raadslid in acht neemt, om dan eerst ook een toelichting op dingen te vragen voordat u al een soort conclusie treft van wat er mogelijk niet zou kunnen kloppen. Want ik kan u volgens mij wel een paar antwoorden geven. Maar ik vind het verdrietig wat u in de plannen van Musselkanaal met zoveel applaus heeft begroet. Dat was ook een kader. Om uit verschillende onderdelen te werken met ondernemers, met bewoners, met partijen. Vooral vanuit een stukje burgerparticipatie. Te werken aan verdere verbetering van onze gemeente in de openbare ruimte. In de panden op een gegeven moment zoals ze ervoor staan en in het kader van de werkgelegenheid die wij zo belangrijk vinden, die we met de mond beleiden. Nu is hier vorig jaar een kader goedgekeurd en de ondernemers rond het ministerplein en de ministerlaan hebben geluisterd. En die hebben gezegd, wij moeten niet wachten, wij moeten zelf aan de slag. Het is niet alleen aan de overheid om te initiëren en aan te jagen. Wij moeten zelf aan de slag. En we willen graag dat de overheid faciliteert. En wat hebben ze gedaan? De koppen bij elkaar gestoken. En misschien de een wat meer dan de ander. En misschien kan de een wat meer dan de ander. Maar dat is aan de ondernemers. En die hebben iemand ingehuurd om vooruitlopend op een mogelijke beslissing van de provincie in de tweede tranche om de subsidie aan te vragen, om alvast een plan te maken hoe het er in de ministerplein en de ministerlaan uit zou kunnen zien, welke verantwoordelijkheden ze daarbij willen nemen in het kader van beheer en onderhoud, welke financiële injecties ze met elkaar willen geven. En dan hoeft u niet te weten of de ene detailist x% bijdraagt of de ander. Die staat gewoon voor de externe financiering van het geheel. Ze betrekken daar mogelijk mensen bij die in het kader van leren om iets te doen in de samenleving nu bij betrokken kunnen worden, omdat we de voorziening van de WSW niet meer hebben qua instroom. En in plaats van dat ik u hoor zeggen van, dat is nou goed,
dat wij, diezelfde gemeente die altijd zo'n stuk lef en kracht heeft en de dingen onderzoekt en pragmatisch te werk gaat, dat dit alvast gebeurt, want het past in onze uiteindelijke visie. Het past uiteindelijk in de inrichting van het centrum van Stadskanaal. Het past bij de ontwikkeling en ook de landelijke ontwikkeling dat we iets terug moeten brengen in het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte. En nou gebeurt dat en is de meerderheid in ieder geval vastgenegen om dat te accorderen. En dat heeft de wethouder u echt fatsoenlijk uitgelegd waarom die met snelheid dit wou doen. Zodat het kon aanvangen voor de zomerperiode, want dan hoop je, want u wilt ook graag meer vaarttoeristen, dan hoop je dat dat aansluit op die vaartbewegingen. Dat die mensen in een stukje van het centrum komen wat alvast gerenoveerd is. Wat weer beweging, reuring en dergelijke geeft. En we praten erover, sorry voorzitter, dit moet maar even van het hart. We praten erover alsof hier iets heel dubieus aan de gang is. En dan denk ik op een gegeven moment, daar wil ik dan toch wel even voor opkomen. Want u doet mijn organisatie en ook leden van het college echt tekort met wat hier gebeurt. En ik vind het ook jammer, want als we kijken naar die investering die er plaatsvindt, naar het bedrag binnen het gehele project, dan denk ik, waar heeft u het in verhouding over? En dan zegt u, meneer Nijenbanning, dan zegt u, ik heb moeite met de procedure, dat kan. Maar soms moet een gemeentebestuur ook snel kunnen opereren. Ook de belangen kunnen zien om voor de zomer daarmee aan te vangen. Om tegemoet te komen aan die ondernemers die nu iets oppakken wat ze nog nooit eerder deden in deze gemeente. Zelf met initiatieven komen, zelf met financiën komen. Ook al komt die provincie niet af om iets te doen, dat doen ze nu wel. Dat is een prachtige prachtig gebeuren, want dat is wat we willen. We doen het samen met externe partijen, niet meer alleen. Daar komen ze mee. En u zegt, ja, dat is toch wel een beetje lastig, die procedure. Niet helemaal correct. Dat wil zeggen dat u ergens iets laat liggen, in mijn ogen, van de flexibiliteit die anderen misschien op dat moment wel hebben. En dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Want u had ook een signaal af kunnen geven met z'n allen, raadsbreed. Kijk eens, provincie. Prachtig dag gedaan, doorgewerkt, vertrouwen, kracht en ondertussen een stukje gedaan. Dus laat ons in ieder geval in het najaar nu kunnen rekenen op die bijdrage die wij zo hard nodig hebben. Net als Delfzijl heeft gehad, net als Old Amt heeft gehad. Meneer Pals, D66. Mag ik voorzitter. Ja, ik waardeer dat de portefeuillehouder de voorzitter de portefeuillehouder overneemt. Maar ook u heeft onze schriftelijke vragen niet gelezen. Ook u refereert, u gaat mee wat de rest van de raad van de coalitie precies hetzelfde ziet. U schiet in de modus als er een oppositie is die niet eens is en die kritische vragen stelt met een kritische blik over de financiën. Want ik zal Kom ik zo ik zal, Nee, ik zal u de passage voorlezen wat wij in de brief hebben gezegd. We hebben in de brief gezegd, het mag duidelijk zijn dat ondergetekende fracties positief staan ten opzichte van de ruwe schets van de plannen van het ministerplein. En dat plan dat, zoals verwoord door de wethouder, kan bogen op een breed draagvlak onder ondernemers en bewoners. Met dit draagvlak als uitgangspunt kan de aanpak niet snel genoeg beginnen. En uw beantwoording, dat duidt er alweer op dat u de brief van, dat u eigenlijk de brief helemaal niet heeft gelezen. Want nogmaals, laat er geen misverstand over staan. De oppositie is ook helemaal voor aanpak van het ministerplein. Behalve, we zijn kritisch over de financiële onderbouwing daarvan. Voorzitter, ik bestrijd wat meneer Paul zegt. Want wij hebben die antwoorden verstuurd. Hè? Dus ik heb uw brief echt wel gelezen. En ik begrijp des te minder uw toonzetting van vanavond over het plan. Want als u nu zegt, het is goed om te horen op een gegeven moment dat iedereen over het plan uiteindelijk gewoon dan toch positief is, zowel de politiek als de ondernemers als de bewoners. Maar daarnaast heeft u nog niet weggenomen door de vraagstelling hoe dat die u hier neerlegt, waarom het slecht zou zijn. Als ik naar de investering kijk, dan heeft u financieel, heeft het college u
de investering laten zien, de opzet, zonder nog de financiële bijdrage van de provincie. Dat noemt u vast in stukjes informatie krijgen, meneer Nijenbanning. Wees blij. Volgende keer zal ik inderdaad aan het college voorstellen, weet je, doe alle verwachtingen die je hebt, zet ze er maar in. Dan valt het later tegen, zien we dan wel weer. Dit is zo transparant geweest dat wij ervoor uitgingen om te zeggen, wij gaan niet rekenen met geld wat we nog niet hebben. Dat heeft u gezien. Nu heeft u kunnen lezen, omdat ook de provincie de bijdrage in de communicatie bekend maakte, dat de wethouder zich het vuur uit de sloffen heeft gelopen en ondertussen 87.000 euro heeft binnengehaald op dit project. Noemt u dat een nadelig stukje informatie? Voorzitter, ik wil hier wel direct op reageren. Meneer Nijenbanning. Als u zegt van als wij met verwachtingen moeten gaan werken in de voorlichting naar de raad, dan wil ik u toch even verwijzen naar het agendapunt wat hier later op de agenda staat, de kadermuur. Daar wordt klippenklaar aangegeven dat er een aantal subsidiemogelijkheden bij de provincie liggen. En op het moment dat de wethouder bij de fractievoorzitters komt, dan is het toch niets meer dan logisch om mondeling even aan te geven, joh, we zijn in gesprek met de provincie, want we zien nog wel enkele mogelijkheden. Waardoor het financiële plaatje misschien wat draaglijker wordt. Voor ons was het financieel plaatje geen barrière om ja te zeggen tegen het plan. Blijkbaar wel. Nee, niet. De gevolgde procedure. Het feit dat de aannemer die het werk gaat uitvoeren, dat hij een financieel belanghebbende in het traject wordt. Dat... Oké, dus ik kan de bezwaren, voorzitter, concludeer ik over de financiën zijn nu weggenomen. Dus dat scheelt weer een stukje. Dan komen we iedere keer wel een stap verder. Ik vind het heel jammer wat u zegt over de... inkoopprocedure, meneer Nijenbaan. Ik vind het ook heel jammer, omdat u niet eerst vraagt, dat zou logisch zijn. Waarom is het college nou gemotiveerd, afgeweken van het inkoopbeleid van een meervoudige onderhandse aanbesteding? Maar u vraagt het niet. U geeft ook geen antwoord. U geeft in die stuk alleen, dat is rechtmatig of iets van die strekking. U had ook even die toelichting kunnen geven waarom, ik bedoel... Als raad hebben wij dat inkoopbeleid vastgesteld. Dan had u ook aan kunnen geven welke afweging u gemaakt heeft om van het aanbestedingsbeleid af te wijken. Of voorzitter, het meervoudig aanbesteden. Weet u, ik heb vandaag om 2 uur nog om andere dingen te doen. U draait de hele tijd om de brei heen, al maandenlang. En kennelijk vindt u dit een kardinaal punt. Heeft eigenlijk maar één vraag, maar die spreekt u niet uit. U verwijt ook de coalitie dat we dingen blokkeren. Nou, stelt u gerust alle vragen. Maar stelt u juist die vraag die u bedoelt. Kom nou eens tot de kern. De kern is heel duidelijk, dat is zoals ik hem nu geformuleerd heb. Ik wil graag dat onderzocht wordt of de inkoopprocedure zoals ze die als raad hebben vastgesteld, of die conform gevolgd is. Maar waarom stelt u dan... Mevrouw Halema zal ons waarschijnlijk verantwoorden zien wat de afwegingen zijn geweest om af te wijken van het meervoudig aanbesteden. Mevrouw Schippen, Partij van Arbeid. Ja, ik wou nog even iets toevoegen, want ik ben dus wel bij die opening geweest dat die kunstwerk daar weggehaald is en de andere kant op is gezet. Er is toen ook duidelijk door de wethouder gezegd dat hij net bericht had gekregen dat er dus geld was gekomen van het Europees Fonds. Nee, van de provincie. Of van de provincie, ja, sorry, van de provinciale fonds. Ja, dus dat was ook al bekend, althans dat had hij kunnen weten, maar volgens mij heeft het ook in de krant gestaan. En is er ook nog een berichtje over geweest. Dank u wel. En dus waren we blij op een gegeven moment, want het is een positieve beweging met minder investering dat er toch iets loskomt en dat sommige... ondernemers ook aan anderen laten zien dat als je jezelf met elkaar verenigt in het maken van plannen, met elkaar bereid bent te investeren en op een gegeven moment dat er wat loskomt. Voor de voorzitter, wij hebben meneer Maasing, CDA. Dat vergat u nog even te zeggen. Wij waren met z'n tweeën alleen namens de raad. Maar toen de mededeling kwam van die 70.000 euro, toen hebben wij ook nog even geapplaudiseerd voor de wethouder, dacht ik. Ja. Dus, verder. Voorzitter, maar daar kunnen we over van mening verschillen. Ik vind dat de wethouder in het fractievoorzittersoverleg, mag ik wel noemen, want het staat ook in uw brief, heel open is geweest in wat hij op dat moment voorlegde en wat op dat moment de financiële consequenties waren, daar is hij transparant in geweest. En ja, hij heeft door hard te werken op een gegeven moment die gemeentelijke bijdrage neerwaarts doen bijstellen door de subsidie van de provincie binnen te slepen. En dan, voorzitter, naar het inkoopbeleid. Want het inkoopbeleid geeft aan dat je tussen de 150.000 euro en de 5,2 miljoen meervoudig onderhands mag aanbesteden. En je mag
enkelvoudig onderhands aanbesteden, mits het college dat gemotiveerd doet. En naar onze mening hebben wij dat heel gemotiveerd gedaan. En waarom? Omdat deze aannemer de kosten al had gemaakt in opdracht van de ondernemers en niet in onze opdracht. Dus toen het compleet als plan bij ons kwam, met de investering, en u hebt ook niet anders gevraagd van welke ondernemers zijn dat, en eigenlijk vind ik dat dat de raad ook helemaal niet zo moet interesseren, want het gaat om die bijdrage, had deze ondernemer zijn kosten al gemaakt. Ook al had de meerderheid gezegd, we gaan het niet subsidiëren, we gaan er niet op investeren. Dus hij heeft geen omzet gekocht. Hij heeft, en misschien is dat wel een talent van een ondernemer, ingeschat dat als hij zich mee ontwikkelde aan de goede ontwikkelingen in het centrum, dat dat op een gegeven moment misschien wel van andere ondernemers meer opdrachten zou kunnen betekenen, of misschien wel van de gemeente. Maar hij heeft een investeringskans gezien en heeft het gedaan. Meestal zeggen wij dan tegen ondernemers, chapeau, dat is ondernemen, hè? Risico durven nemen. Dat heeft hij gedaan. Dat is ook nog een regionale ondernemer, wat u altijd vraagt in het kader van de werkgelegenheid. En dat totale pakket is hier neergelegd. Maar kunt u zich voorstellen dat andere ondernemers binnen onze regio zich nu afvragen, goh, de voorbereidingskosten zijn gemaakt, de voorbereidingen zijn gedaan, de aanbesteding van het werk, waarom niet transparant, waarom zou ik het niet mogen uitvoeren? Er zijn genoeg aannemers in onze omgeving. Ja, nou, maar dat gaat nog even verder als wat ik zei op een gegeven moment, maar dat ging in eerste instantie even om de zweem weg te halen. Hè? En de tweede instantie om het feit dat als het één op één doorgezet kon worden, dat er inderdaad het nu plaatsvindt en het mediaal, liefst voor de bouwvak, klaar is. Daar heeft het centrum belang bij, daar heeft de recreatie en toerisme en de vaarbeweging een belang bij. En als wij voor dit grote investeringsbedrag, dat meervoudig hadden moeten aanbesteden, meneer Nijenbanning, dan hadden er opnieuw bestekken gemaakt moeten worden, dan hadden we dat uit moeten zetten, dan hadden we behoorlijke sommen ook gewoon aan kosten nog gemaakt. En dan hadden we in de tijd veel verder opgeschoven, tot in het najaar. En het punt is, dat de vraag is dan, waren we daar goedkoper mee uit geweest? Nee, we zijn niet zo dom geweest van, we geloven wel wat de begroting is. We werken met een open begroting, dat zou u moeten kennen. Open begroting, mag ik de zin even afmaken, voorzitter? De open begroting houdt in dat de kosten die gemaakt worden, gecontroleerd worden of ze marktconform zijn. Dus op een gegeven moment denk ik, dit is zo'n snelle actie genomen door ondernemers met een aannemer die u ook kent, die vaker werkt voor die zaken, die erin geïnvesteerd heeft. En met elkaar laten ze zien dat ze wat over hebben voor dat stuk. Dan vraag ik me echt af, meneer Nijenmanning, wat is daar mis mee? Voorzitter. Meneer Pals. De portefeuillehouder schetst even een reglement van orde, waarin ze stelt van als wij de procedure hadden moeten volgen, dan had het niet zo snel klaar geworden, hè, dat ministerplein. Maar dan denk ik van, wie heeft er in feite de zweep erover gelegd? Hè? Ik bedoel, dat plein moest dat nou per se in september. Maar afgezien daarvan, nogmaals, ik citeer de brief, wij zijn voor. Hè? Maar ik bedoel, u had er natuurlijk ook als voorwaarde kunnen stellen naar degene die met de plannen bij u is gekomen. U zegt, prima, we zijn een gemeente die het doet aan aanbestedingen. Dat is de voorwaarde voor jullie plan. Dat had u ook kunnen zeggen, maar dat heeft u niet gedaan. Voorzitter. Meneer Van Beek. Ja, dank u wel. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, meneer Pals, dat er zelfs gesproken is, zowel door de portefeuillehouder als door mijzelf, in een overleg waar u ook gewoon bij zat, dat het een prachtige spin-off was voor het hele centrumplan. En dat we juist daardoor zeiden van dit moet doorgaan, zodat de rest van het centrumplan misschien wel tot de mening gaat komen van, hey, wat gebeurt daar, dat moeten wij ook gaan doen. En dat het dus een vliegwiel-effect zou krijgen. Volgens mij zijn die woorden gebruikt. En dat is dus ook een van de redenen waarom of dit zo gegaan is zoals het nu gegaan is. En volgens mij is daar niks mis mee en heeft de portefeuillehouder, plaatsvervangend laat ik het maar zo zeggen, uitstekend verwoord hoe het gegaan is en hoe het
rijlen en zeilen in deze gebeurd is. En daar is geen woord Frans bij en er is niks geen geheimzinnigheid aan. En zeker geen zweem van wat u noemt. Ja, dat ik er even bij laten. Voorzitter, als ik mag. Want... Meneer Bos. Ik proef een klein beetje een zweem van teleurstelling of zo bij de broeders. Maar wat ik me afvroeg... Ja, zijn wat... We hebben volgens mij ooit met z'n allen die voortvarendheid zo toegejuicht en die voortvarendheid ook toe opgeroepen. Ga nou door. Laat dit inderdaad het vliegwiel zijn, dat ene plein voor de rest van het centrum. Maar bekrachtigt u dat nog steeds? Staat u daar nog steeds achter? Want dat mis ik een beetje. Dat kunnen wij bekrachtigen, zolang snelheid niet ten koste gaat van zorgvuldigheid. En daar gaat het bij mij met name om dat die gelijkwaardigheid, dat alle aannemers in de kans worden gesteld, in staat worden gesteld om mee te dingen naar werken die hier in de regio worden uitgevoerd. Nou, goed te horen dat we die snelheid dat we die erin gaan houden en dat we de rest van het centrum kaart gaan aanpakken. Ik zie ook de heer Pauls als voorzitter van de oppositie knikken. Dank u. Mevrouw Galema, gaat u verder. Ja, nou voorzitter, ik vind het mooi dat het woord zorgvuldigheid wordt genoemd. Want dat is nou wat er gebeurd is. Zorgvuldigheid. En die we zeker niet teniet willen doen. In de zin van dat we door de procedures maar zo zwaar te nemen in de zin van dat we daar nooit gemotiveerd van af kunnen wijken. En wij hadden misschien als we dit plan zelf hadden ontwikkeld daar anders mee omgegaan. Maar juist het feit dat het uit de samenleving zelf kwam, bij het bedrijfsleven zelf wegkwam, die gewoon is gaan investeren zonder dat er ook nog maar een plan over een ministerplein was goedgekeurd of de provinciale subsidie naast onze goedgekeurde centrumvisie was gelegd, zijn ze aan de slag gegaan en ze moeten ook wel. Ze hebben harde jaren achter de rug. Nu wordt er opnieuw wat geïnvesteerd en zij hebben de plannen gemaakt, zij hebben iemand in de arm genomen. We hebben dat gecontroleerd, dat is beoordeeld op een gegeven moment hoe realistisch het is. We hebben daar met slimmigheid ingezet. Op een gegeven moment kunnen we een stukje van de financiering vanuit het onderhoudsbudget doen. Zij nemen verantwoordelijkheid over onderhoud en beheer in de toekomst. Wij gaan afspraken maken over hoeveel pleinen, openingstijden en dergelijke. En we weten gewoon snelheid te maken, zodat er ook nog een seizoen meegenomen kan worden. Ik zou niet weten welke zorgvuldigheid u daaraan toe kunt voegen, die niet behalve vertragend is, daar nog een antwoord op geeft. Als u het gewoon met het voorstel niet eens bent, zeg het dan, klaar, democratie. Prima, respecteer ik. Maar ga niet zoeken of leg niet iets neer waarmee u afbreuk doet aan deze gemeente, afbreuk doet aan de initiatieven in het centrum en eigenlijk uw klagen over de leegstand op een gegeven moment opnieuw naar voren haalt. Want dan denk ik, dat vind ik jammer als bewoners en ondernemers van het centrum dat horen. Meneer dat wij het eigenlijk maar laten gaan en ook procedures discussiëren. Meneer Pauls, D66. Ja, ik ben eigenlijk diep teleurgesteld door uw woorden van uw antwoorden. Want u schuift ons toch iets in de schoenen in de hoek wat we absoluut niet wilt. Hè. U heeft het continu over de oppositie, laten we dan maar even over oppositie spreken, van dat wij niet zo voor die plannen zijn, dat wij niet willen coöperatief willen meewerken, dat wij willen vertragen en dat soort dingen. Ik weiger dat van u te accepteren, want dat is minstens helemaal niet waar. Het enige wat wij willen is controle van de cijfers. Dus dan vraag ik u bij deze nu de vraag die meneer Nijenbanning u al heeft gesteld, gaat u er dan mee akkoord dat we dit plan voorleggen aan de onafhankelijke rekeningcommissie in overleg met de accountant? Dat is ook het enige wat we vragen. Voorzitter, ik wil er graag antwoord op geven. Dit is een simpele vraag. Dan begrijp ik niet waarom u de 19 heeft gevraagd. En dan begrijp ik ook niet, meneer Pauls, waarom u niet in de media heeft gebracht dat u zo enthousiast was met die verbeteringen die ingezet worden en dat het goed is dat we weer positief met elkaar bezig zijn, in plaats van dat ergens een onderdeeltje van uw brief is die niet in de media staat. Hij is openbaar, iedereen kan hem nu navragen. Maar dan mis ik dat enthousiasme bij u waar het dan echt om gaat. En als u zegt, meen ik serieus, op een investering van 318.000... waar u aangegeven wordt hoe dat gefinancierd wordt. Vanuit het onderhoudsbudget, vanuit de bijdrage van de ondernemers, vanuit de subsidie van
de provincie en het resterende bedrag blijft geloof ik 120.000 euro over vanuit de reserve stedelijke vernieuwing. Als u daar een accountant op wilt zetten, meneer Paul, die dat helemaal gaat onderzoeken of dit wel klopt, of wij dit wel in staat zijn om dat goed te kunnen volgen en te administreren, dan gaat u gemakkelijk om met gemeenschapsgeld. Voorzitter. Meneer Pals. Voorzitter, de portefeuillehouder maakt de dingen toch echt groter dan dat ze zijn. We hebben gewoon heel simpele vragen is, wij willen graag een onafhankelijk onderzoekje via de Rekenkamercommissie na onze accountant. Voorzitter. Meneer Van Beek. Over de... Nou heeft u het over rekenkamercommissie, net had u het over rekeningcommissie. Wat bedoelt u nu? Nou ja, de rekeningcommissie, sorry. Dat is altijd een... eigen rekeningcommissie. Ja. Oh, dan zal ik u direct het antwoord van de ChristenUnie geven. Ja. De rekeningcommissie is volgens mij niet de instelling die zich daarvoor moet lenen om zulk soort onderzoeken te doen. En daar komt bij, ik bedoel, de portefeuillehouder haalt het al aan. Wat gaat dat kosten als wij dat aan de accountant gaan vragen? Nou, volgens mij moeten we juist het geld op een andere manier besteden als in zulk soort flauwekul als waar u het nu over heeft. Meneer Pals. Nou, ik vind toch werkelijk dat de coalitie toch nu wel erg alle perken te buiten gaat. Dat nou, ik spreek namens mijzelf nu net en u moet mij niet coalitie gaan noemen. Ik noem u ook geen oppositie. Ja, u meent zich die status wel toe, maar volgens mij bent u gewoon D66 alleen in deze raad. Dan spreek. Gaat u verder, meneer Pals. Alleen al de toon, meneer Van Beek, dat u een raadslid het initiatief wilt ontnemen om iemand te laten controleren over de cijfers. En dat u het bestempelt als flauwekul, meneer Van Beek, ik vind toch echt dat het meneer Van Beek van de ChristenUnie echt niet waardig is. Nou, dan zal ik je nog even op reageren. Volgens mij heeft mevrouw Galema net uit en treurig uitgelegd hoe de financiën in elkaar zitten. Wij zien geen reden tot een onderzoek naar deze gang van zaken met deze financiën door de rekeningcommissie en vervolgens ook nog het opdracht gaan verstrekken aan onze accountant. Laat ik het dan zo zeggen. Meneer Mellies. Nou ja, dat is meneer Van Beek zijn goed recht om dat te vinden. Net als het ons goed recht is als oppositie daar ook iets over te vinden. Toch? Ik zeg niet dat het niet zo is. Duidelijk. Voorzitter, ik hoor en ik gebruik het woord volgens mij niet, oppositie, want ik hoor fracties spreken. En niet allemaal hetzelfde. Maar u vraagt een advies over een onderzoek via de rekeningcommissie naar de accountants, meneer Pals. Dan denk ik, het geld is nog niet eens uitgegeven. Meneer Nijenbanning hamert heel erg op de taken en de verantwoordelijkheden van de raad. Kaders stellen heeft u gedaan. Centrum visie. Instemming met het onderdeeltje, een postzegelstukje daarvan, van het hele grote project, is in meerderheid gebeurd. Democratisch. Geld is beschikbaar gesteld daardoor. Ik heb u net verteld wat de optelsom is. Redelijk eenvoudig op een begroting van 110 miljoen. En dan zouden wij nog voordat het uitgegeven is, nog voordat het werk is uitgevoerd, op een gegeven moment al een onderzoek gaan doen. Vind ik vrij voorbarig, als ik het mag zeggen. Want volgens mij is de controlerende taak van de raad op het moment dat het uitgevoerd is. En dan mag u rustig vragen stellen van is dat netjes via binnen het budget gebeurd? Zijn de bijdragen netjes binnengekomen? Maar als u nu al zegt van of dit wel gelijkwaardig, zorgvuldig en dergelijk is, dan gaat uw vraag inderdaad volgens mij veel dieper dan u hem nu eigenlijk bedoelt. En dan mis ik gewoon echt het belang, ook het belang van het maken van kosten, maar daar mag u uw mening over hebben. Maar dan vind ik het, als u mij een advies vraagt, vind ik het, voorzitter, belachelijk om zoiets te gaan doen. Laat ik maar gewoon duidelijk zijn, ben ik meestal toch. Ja. Meneer Nijenbanning. Dat waardeer ik ook. Maar wanneer had u die vraag dan verwacht? Ik bedoel, die aannemer die gaat aan de slag. En op het moment dat wij zeggen, joh, is die keuze van de aannemer, is die volledig rechtmatig tot stand gekomen, dan is het toch, denk ik, niet meer dan fatsoenlijk dat we aan de voorkant aangeven, goh, daar hebben we wel wat bedenking aan. U heeft die afwijking aangegeven en dat is met name gericht op snelheid en het feit dat de ondernemer al geïnvesteerd had. Maar dat is ook een weerwoord wat andere ondernemers kunnen gebruiken. Van ja, als wij ergens gaan investeren, dan hopen we ook de vervolgopdracht binnen te halen. Zo werkt het toch in die wereld? Nou, dit is iets te makkelijk, zoals u de wereld voorstelt. Want een meervoudige aanbesteding kan plaatsvinden bijvoorbeeld met 4 gegadigden.
Die worden ook gekozen, hè? Op een stuk ervaring of als het uit de regio kan of uit een combinatie. Daarmee proberen wij de werkgelegenheid te stimuleren. Maakt u dapper gebruik van, hè, bij bepaalde projecten. Ook bij de investeringsdrang van mensen. En nu stelt u hier, en ik heb u uitgelegd dat die kosten al gemaakt waren voordat er überhaupt door ons ingestemd is als college. Met die enkelvoudige aanbesteding in dit geval. En u zegt van op een gegeven moment, laten we dat dan nog maar eens onderzoeken of dat rechtmatig. Dat mag u vinden, maar in wezen, dan trek ik hem maar even naar het college, heeft u dus geen vertrouwen of wij gemotiveerd afgeweken hebben met verstand van zaken ten opzichte van het inkoopbeleid wat we hebben. Het is niet zomaar gebeurd, het is uit het inkoopbeleid voorgesteld aan het college, we hebben de afwegingen gemaakt en ik heb u de afwegingen genoemd. En zelfs met de controlefactor erbij, dat moet u wat zeggen, dat er met een open begroting wordt gewerkt. Als u dan toch de twijfel wilt blijven zaaien, dan denk ik van, daar zit wat anders achter dan gewoon feitelijk. En daarmee spreekt u iets uit over het college, u spreekt iets uit over eventueel de betrokken ondernemers erbij. En dat wil ik graag weer legd zien, want ik vind dat we dan heel veel mensen tekort doen. Nee. Meneer Nijenbanning. Mijn vraag in de inhoudelijke procedure van die aanbesteding is van welke afwegingen heeft het college gemaakt en u geeft aan snelheid en het feit dat de ondernemer al geïnvesteerd had. Ik vind dat nog redelijk mager. Ik bedoel, snelheid, als wij meer een planmatige aanpak hadden en we waren na vorig jaar oktober doorgegaan met de planontwikkeling, dan hadden we daar meer tijd en hadden we ook die inkoopprocedure misschien transparanter en meer op basis van gelijkwaardigheid kunnen voeren. Maar nu keert u dat argument voorzitter, tegen het argument wat ik heb. U vindt het nog redelijk mager. Ik zit zo langzaam te denken van ja, maar wat dicteert u dan wat u wil horen? Want er zijn zoveel stevige woorden door de portefeuillehouder gezegd. Ja, er is geen vezel in ons die nog denkt om een onderzoek door de rekeningcommissie of door de accountant te laten doen. Die overigens nota bene elk jaar dit thema natuurlijk uit in de treuren in ogenschouw neemt. Dus in die zin, maar goed, dat terzijde. U vindt het nog redelijk mager. Denkt u echt dat u vanavond nog een bevredigend antwoord gaat krijgen? Voor u? Ik denk dat onze standpunten redelijk uiteenlopen. Dus ik verwacht daar ook geen wijziging in. Maar voorzitter, wat ik zo jammer vind, dat ik meneer Nijenbanning ook niks anders hoor zeggen als alleen maar het woordje gelijkwaardigheid. Dat heb ik u nog nooit horen zeggen bij de meervoudige onderhandse aanbestedingen. Waarom die vier uitgenodigd en die niet en die niet? En bovendien, u heeft het over een aanbesteding en een inkoopbeleid. Dat is de bevoegdheid van het college. Dat mag u controleren, prima. Maar doe dat bij afrekening, zeg ik dan. Dan heeft u ook wat onderliggende gegevens om daarop. Maar als u het geen argument, de argumenten vindt die ik noem, een aantal opgeteld. Ja, dan denk ik, geeft u mij eens meer als een woordje gelijkwaardigheid. Kom dan echt eens met een onderbouwing. Op het moment dat je marktconsultatie doet, dan moeten meerdere partijen in de gelegenheid gesteld worden om te kunnen reageren en te kunnen bieden. En dat is voor mij gelijkwaardigheid. En dat gebeurt niet. En ik begrijp dat de ondernemer die hierbij betrokken is, dat hij voor eigen rekening en risico die voorinvestering heeft gedaan. En ik vind het een stukje ondernemersrisico, wat elke ondernemer neemt. En dat de ondernemer die het betreft gewoon maatschappelijk enorm betrokken is bij onze samenleving. Dat is alleen maar een pre. Maar in de inkoop- en de aanbestedingsbeleid staat ook iets over social return en social engagement. Dus dat wordt meegewogen in de aanbesteding. En dan vind ik het nog jammer dat het dan tot één aannemer beperkt blijft. Maar het stukje van Beek. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie nu dat het al 9:05 is. Maar ik bedoel, dat maakt me ook niet zo gek veel uit, hoor. Ik heb wel even. Maar het lijkt wel of we constant maar een beetje wel eens niet eens spelletje hier zitten te doen. En ja, volgens mij is dat niet de juiste gang van zaken. Dus ik wou eigenlijk vragen aan meneer Pauls, Nijenbanning, de SP en de fractie Melis. Zijn er nu nog zaken die u expliciet wilt weten? Of is de enige vraag nog over de aanbesteding? Is dat alles wat u wilt weten? Want ik bedoel, voor de rest is er naar mijn idee niets meer over. Meneer Nijenbanning. De enige vraag, de vraag die voor mij overeind blijft van, kan de raad zich vinden om een onderzoek in te laten stellen? Nou ja, ik ben daar al duidelijk in geweest, dus dan zal de rest van de raad daar even antwoord op moeten geven, denk ik. Meneer Hofstra. Voorzitter, dank u wel. Ook een verduidelijkende vraag richting mijn buurman. Bent u
überhaupt tegen dat het college gemotiveerd een enkelvoudige onderhands aanbesteding kan laten uitgeven? Nee, daar kun je niet op tegen zijn, want dat hebben we zelf als raad vastgesteld, als kader. Nee, dat bedoel ik. En de motivatie heeft u net gehoord van de vervangend portefeuillehouder. Klopt helemaal. En daar verschillen we dus ook van mening over. Van, zijn de argumenten die het college heeft gebruikt, de afwegingen die gemaakt zijn, zijn die voldoende zwaar om de keuze te rechtvaardigen? Nou, wij staan daar anders in. Nou, wat ons betreft zijn die motivaties wel duidelijk geweest en ook voldoende. Dus dan sluit ik me aan bij meneer Van Beek. Meneer Biese, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. De argumentatie gehoord hebbende en ook dingen gelezen te hebben, zijn wij tegen zo'n onderzoek. Meneer Bos, CDA. Ja, dank u wel. Nou, nog niet zozeer om de argumentatie. Ik heb eigenlijk geen argumenten gehoord die een onderzoek rechtvaardigen. Dus we zijn tegen een onderzoek. Dan is het duidelijk, lijkt mij, hoe de gang van zaken is. Meneer Pals, als laatste. Ja, als dit het laatste. Ja, nou, we willen toch even schorsen. Voorzitter, volgens mij brengt u het gewoon, hoor ik, in stemming. Dat is denk ik voldoende. Ja, lijkt mij ook. Ik ga daar verder geen argumenten aanleggen. Ik blijf erbij dat ik het graag zou zien dat we vrolijk en enthousiast zouden kunnen eindigen met het feit dat we gewoon mooi aan de slag zijn. Zeker in het kader van burgerparticipatie, want volgens mij is dat een hele belangrijke. Dat klopt. Meneer Pals, een schorsing is op dit moment niet aan de orde, want we hebben gehoord waar het om ging. En de raad heeft in meerderheid besloten dat er geen onderzoek hoeft plaats te vinden op dit moment. Daarbij hebben we dit agendapunt behandeld. En ik dank u voor uw uithoudingsvermogen voor dit agendapunt. En ik wil graag de voorzitter samen weer teruggeven aan de portefeuillehouder. Aan mevrouw Galema, sorry. Dank u wel. Gaan we naar inlichtingen vanuit het college. Wethouder Hamster. Een hele korte, voorzitter. Een half jaar geleden heeft meneer Mellies gevraagd hoe het zat met onze aansluiting op het wasloket. Toen heb ik gezegd dat zouden we in april gaan doen. Dat hebben wij gedaan. Tot zover, voorzitter. Als we de rest vanavond ook zo kort en krachtig kunnen, dan halen we het wel weer in. Andere inlichtingen vanuit het college? Nee, niet het geval. Dan gaan we naar het vragenuurtje. Zijn niet ingediend. Interpellatie is even min. Rondvraag. Ik ga linksom. Mevrouw Sanders, meneer Maarsing, meneer Bols, mevrouw Schreur, meneer Gelling, meneer Mellies. Even kort hoor. Gelukkig. We hebben in de december, jongstleden, hebben we het bericht gekregen dat er twee gigantisch mooie parken aangelegd worden, zonneparken. En ik was eigenlijk benieuwd hoe de gang van zaken daarmee is. Zijn ze daar al mee aan de slag? Gaat er nog gebeuren dit jaar? Wat is er bekend? Meneer Dijkstra, van der Heijden, Van Beek, mevrouw Sterenborg, mevrouw Meertens, meneer Biese. Ja, dank u wel, voorzitter. Op 11 mei, jongsleden, meldde het NRC dat de Rabobank haar relatie met de Noorse Broeders, CQ, de christelijke gemeente, in Nederland verbreekt. De bank wil volgens het NRC stoppen met de financiering van en het betalingsverkeer aan bedrijven, stichtingen en ex-bestuurders en bestuurders van de in opspraak geraakte geloofsgemeenschap. Op 19 mei, jongsleden, meldt datzelfde NRC dat ook de Triodosbank haar relatie met de Noorse Broeders verbreekt. De bank trekt volgens het NRC de kredieten in van bedrijven en stichtingen van de geloofsgemeenschap. Het besluit van Triodos werd meegedeeld door topman Peter Blom tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het NRC geeft aan dat de Triodosbank zo'n 6 miljoen euro aan het conferentiecentrum van de Broeders in Stadskanaal leende. Ook is voor 8 miljoen euro aan hypotheken verstrekt op panden in Stadskanaal. Volgens het NRC brengen de besluiten mogelijk de bouw van een samenkomstzaal en een woning van de Noorse Broeders in Almelo in gevaar. Gedurende de afgelopen jaren blijken meerdere banken in binnen- en buitenland hun relatie met de Noorse Broeders om diverse redenen te hebben verbroken.
Bovenstaande ontwikkelingen baren onze fractie zorgen. Zorgen over wat er eventueel met de diverse betrokken bedrijven en stichtingen in Stadskanaal en omgeving gaat gebeuren. En zorgen over de aangekondigde renovatie van het Pagescentrum. We hebben niet zozeer een vraag, maar verzoeken u in deze dringend de vinger fors aan de pols te houden. Dank u wel. Meneer Pals, meneer Nijenbanning, meneer Hofstra. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben in voorgaande vergaderingen en ook afgelopen jaren al vaak een keer u op het hart gedrukt om gebruik te maken van een app voor groen en grijs. En om die app ook te promoten. Het verheugt ons dan ook dat de fictie-app de lucht in is gegaan en dat wethouder Brongers die ook vorige week, dacht ik, of twee weken geleden officieel geopend heeft, om maar even zo te zeggen. Dat vinden wij een heel goede zaak en we hopen dat deze app ook heel goed gaat functioneren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Klenkhamer. Mevrouw Schipper. Ja, dank u wel. En mijn vraag, ik had gehoord dat de snikker dus al een hele poos stil ligt, omdat de kapitein met gepensioneerd is. Klopt dit of is dit ook, hebben de mensen zich vergist? Het zou natuurlijk jammer zijn als daar geen gebruik van kan worden gemaakt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schippers. Mevrouw Segers, meneer Idema. Dank u wel. Meneer Idema is weer... Heeft u plaatsgenomen in de vergadering? Ja, dank. Ja, even voor de notulen. Ja, nee, dat is goed. Ik heb een vraag over wat afgelopen vrijdag 19 mei in de Dagblad van het Noorden stond. Over 4 parkeerplaatsen gezamenlijk voor 40.000 euro. In de laatste stem van mevrouw Brongers was dat aan de raad wordt voorgelegd. Kan ze uitleggen wanneer dat gaat gebeuren? Dank u wel, meneer Idema. Mevrouw Luiken. Ik heb niet zozeer een vraag, maar wel een mededeling. Zaterdagavond ben ik aanwezig geweest op een jubileumfeest van Ruimatief, die 5 jaar bestond. Een hele leuke avond. En helaas schitterde de gemeente Stadskanaal van afwezigheid. Dat vond ik erg jammer. Meneer Kramer. Mevrouw Wanders, wethouder Brongers, de snikken. Ja, voorzitter, daar hebben wij ook iets over gelezen, maar voor de goede orde, de snikken is niet zeg maar eigendom van de gemeente, maar van de stichting daaromtrent. En dat lijkt me voldoende antwoord, laat onverlet dat wij het natuurlijk ook prachtig vinden als de snikken door hier het kanaalvaart en zijn diensten doet. Zal ik maar verder gaan met de de parkeerplaatsen in Musselkanaal. Het college heeft daar een voorstel toe gedaan om 4 parkeerplaatsen te realiseren en het parkeerverbod te handhaven, dan wel in te voeren. En daar zal u in de najaarsnota krediet voor worden aangevraagd. En nog even een reactie op de app, de bedoelde fictie-app. Dank voor de complimenten. We zijn inmiddels een poosje bezig. En de eerste ervaringen zijn positief. Op een later moment hopen wij u daarover bij te praten. En ook daadwerkelijk te laten zien hoe een en ander in zijn werk gaat. En hoe de zaken er dan bij staan. Dat waren, dacht ik, mijn vragen. Ja. Andere liggen volgens mij bij mij. De 2 zonneparken waarvan aangegeven is, de eentje op het bedrijventerrein in 2017 en de andere op het Mercurius Business Park 2018. We zijn op dit moment bezig met kijken voor de openingshandeling wie wij daar nog verder bij kunnen krijgen. Is ergens geagendeerd, denk ik, in juli dat de eerste handeling verricht wordt. Dus... wordt de uitvoering aangegeven, meneer Mellies? Nou, fijn te horen, dank u wel. Ja, tweede punt. Meneer Biezen geeft de zorg aan. Ik heb de stille hoop dat u niet alleen op de krantenberichtgeving bent afgegaan, maar misschien even hoor en wederhoor toegepast heeft. Want er is een wezenlijk verschil
tussen de Noorse Broeders, CNG of het Pagercentrum. Dus het lijkt mij goed op een gegeven moment om daar naar te kijken. Ik heb het Pagercentrum gevraagd in hoeverre zij erbij betrokken waren. En ook de berichtgeving, maar die staat ook in media, is het nog helemaal niet zeker dat de Rabobank aan CNG geen krediet meer verstrekt. Dus er zijn ook wat reacties op geweest die andersluidend zijn. En ik denk dat wij niet alleen alle onderwerpen aan moeten kaarten op basis van wat er toevallig in de krant staat. Want dan kan het heel goed zijn om even verder te vragen hoe zit het nu werkelijk in elkaar. En dat heeft onze aandacht. En dan, ja, mevrouw Luiken, u was bij Zorg actief. Of Ruim actief. En u zegt, jammer dat de gemeente schitter, dat geeft een beetje sfeer aan. Ik was bij Secret Forest Festival. Ik heb één raadslid gezien. Dus ik hoop niet dat wij door wel of niet de aanwezigheid te zien op een bijeenkomst van uw voorkeur elkaar gaan afrekenen wat het zegt over de gemeente. Want die is denk ik vaak genoeg ruim vertegenwoordigd op allerlei terreinen. Het gaat me niet zozeer om mensen persoonlijk, het gaat me er meer om. Er was een wethouder van Borgrodoren, onze ex-wethouder van de Kolk was aanwezig. En ik snap best dat niet iedereen altijd overal kan zijn. Daar gaat het niet om. Ik heb alleen gezegd dat ik dat jammer vind, dat het mensen opviel dat er niemand was. Er waren meerdere raadsleden aanwezig. Had vanuit het college de vraag kunnen zijn, wil iemand namens de gemeente daar een bloemetje overhandigen of wat dan ook, of iets zeggen. Er zijn ook geen oplossingen gezocht en dat vind ik gewoon jammer, meer niet. Nou, dit is een andere, als het schittert door aanwezigheid, want dat vind ik een iets andere bewoording. Wat dat er gaat, wordt er volgens mij ruim voldoende ingezet. En we kunnen inderdaad niet altijd overal zijn. Dus dit soort situaties komen ook wel eens andersom voor. Nou, dat dagelijkse bestuurders van andere gemeenten er niet zijn en Stadskanaal toevallig wel. Je maakt als colleges keuzes waar je vertegenwoordigd bent, wie er naartoe gaat. En dat moet er allemaal wel een beetje in passen. Wat zeg je? Extra formatie, ja, nee, geweldig. Laten we dat vooral doen. Volgens mij hebben we daarmee de vragen in de rondvraag behandeld en ga ik nu 10 minuten schorsen. Ik zie u om 9:30. Heropen de vergadering. En we gaan naar agendapunt 12, de conceptbegroting 2018 van SOSOG. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Maarsing. Meneer Mellies, verder niet? Meneer Maarsing, CDA. Ja, voorzitter, wij zijn het eens met uw voorstel om geen zienswijze in te brengen, in te dienen op de conceptbegroting van 2018. Wij willen nog eens benadrukken dat wij de samenwerkingsverband van afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen een belangrijk orgaan vinden, omdat er gebeurt natuurlijk heel veel in het afval. Van afval naar grondstof. Wij zien dat terug in de tarieven. Het gaat over 2,4 miljoen euro. Gaat heel veel geld in om. En het is natuurlijk toch in het belang ook van onze burgers, die de kosten gewoon rechtstreeks krijgen toegerekend, dat hier efficiënt en adequaat wordt geopereerd door de 9 gemeenten. En wat een wonder, voorzitter. Wat een bijzonderheid dat wij nu al een inzicht krijgen over de komende 4 jaar. Hoe die begroting eruit ziet. En dat is toch ook heel bijzonder dat er sprake is van een jaarlijkse verhoging beneden 1%. Dus dat hebben de samenwerkende partijen goed in de hand. En wij hebben daarover geen opmerkingen, alleen een voluit akkoord. Dank u wel, meneer Maarsing. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, anders dan de heer Maarsing van het CDA vragen wij ons af of het samenwerkingsverband nog wel voldoet aan de behoeften en of het niet ook mogelijk zou zijn dit anders te organiseren of wellicht zelf een eigen beheer te houden. Graag de visie van het college hieromtrent. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mellies. Geef ik het woord aan wethouder Brongers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de reactie vanuit een tweetal fracties. Inderdaad is er sprake van een geringe toename van de lasten ook de komende jaren binnen zorgverband. En daarom hebben wij ook voorgesteld om inderdaad geen zienswijze in te dienen. De CDA-fractie ondersteunt deze en geeft aan de samenwerking belangrijk te vinden. Dan een reactie op de fractie Mellies. Voldoet deze samenwerking nog? Geeft u aan. U heeft ook kunnen lezen dat wij in 2016 met alle betrokken gemeentes een dagdeel hebben geïnvesteerd om daarover te spreken. Wat kunnen wij met elkaar? Wat is de meerwaarde? Daaruit is gebleken dat alle gemeentes de mening hebben dat wij vooral ook als het gaat om het delen van kennis voldoende aan elkaar kunnen hebben. En vooralsnog de meerwaarde van deze stichting met z'n allen zien. En die willen wij ook graag in stand houden. Het is bekend dat door de herindeling het aantal gemeenten wat zal minderen, zeg maar. Maar dat doet niet iets af aan de kosten, omdat de kosten verdeeld worden over inwoneraantallen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder Brongers. Voldoende? Mag ik daaruit concluderen dat de voltallige fracties het eens zijn met het besluit om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2018 van SOZOG? Aldus. Gaan we naar agenda punt 13. U had bijna kunnen blijven staan, denk ik, wethouder Brongers. Kademuur, vervangen van de kademuur in Musselkanaal. Wie wil daarover het woord voeren? Ik ga het even noteren, dan kan ik straks ook geen fouten maken met de namen. Meneer Kramer, meneer Horstra, Nijenbanning, Biese, Sterenborg, Mellies en Boels. Meneer Hofstra, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, al lange tijd is de kademuur bij de IJzerklap in Musselkanaal ons een doorn in het oog. In de winter van 2014 namelijk al hebben wij aandacht gevraagd voor de staat van deze kademuur. En een jaar later, in maart 2014, werd de kademuur gedeeltelijk aangepakt. Het resultaat vonden we destijds niet de best. Vandaar dat wij samen met het CDA, dacht ik, destijds schriftelijke vragen hebben gesteld. En twee jaar geleden hadden wij ongeveer daar antwoord op. Het ging toen vooral om de twee verschillende kleuren stenen die waren gebruikt om de kademuur te repareren. Dat vonden wij voor de entree van Musselkanaal, vonden wij dat er niet uitzien en van onvoldoende beeldkwaliteit. Wij hebben aan de aanleiding daarvan, ongeveer een jaar geleden, een motie wilden wij indienen, vreemd aan de orde, waarin wij het college hebben gevraagd voor 1 juli, dat was vorig jaar nog, een opname te maken van de staat van de onderhoud van de kademuur en een plan te maken om de kademuur representatief te herstellen. We hoefden toen de motie niet in te dienen, omdat de wethouder een toezegging destijds heeft gedaan. Nou, het is inmiddels een jaar verder. Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd. Maar als we kijken naar wat er nu ligt qua resultaat, dan denk ik wel dat het uitstel, maar we hebben allemaal gezien in het raadsvoorstel wat er allemaal nog naar boven is gekomen, bijna letterlijk, dat het wel wat meer voeten in de aarde heeft gehad om een goed voorstel te krijgen. Er worden meerdere opties voorgesteld in het stuk. Het college kiest voor de vervanging van de kademuur door een betonnen damwat met schoonmetselwerk, wat lijkt op de kademuren aan de andere kant van de IJzerklap. Voor Musselkanaal is het heel belangrijk dat deze entree van Musselkanaal weer goed wordt vervangen en ook de steiger wordt vervangen. Zoals ik al zei, het is jammer dat het zo lang heeft geduurd, maar het is wel goed dat het dan in één keer goed gebeurt en het is ook goed dat het in overleg is geweest met de uitbaten van de gelegenheid en stichting Dorpsverlangen Musselkanaal. Dus uiteindelijk stemmen wij van harte in met dit voorstel en hopen wij dat Musselkanaal straks weer een mooie entree heeft. Dank u wel, meneer Hofstra. Meneer Biese, gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dit is een langdurige discussie geweest. Wij zijn als fractie hier tevreden met de oplossing die wordt aangedragen. Ik heb wel een vraag over de twee subsidies. Bij de ene subsidie geeft u aan dat die zeer kansrijk is. Dat gaat om de landschapsgelden. Ik zou graag willen weten hoe de kanseninschatting voor de LIDER-aanvraag is. Dus akkoord met voorstel, dank u. Dank u wel, meneer Biesse. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een langlopende zaak. Ik ben blij dat er inmiddels nou een oplossing voor is. Het begon allemaal met een aantal steentjes die niet helemaal pasten qua kleur. Inmiddels weten we door het onderzoek dat de constructie niet deugdelijk is. Dus het lijkt me evident dat het goed gerepareerd moet worden. Wij staan achter het voorstel om het te vervangen door een betonnen damwand. We hebben toch nog wel onze bedenkingen over de gemetselde muur. Dat is meer een esthetisch iets. Want ja, goed, de discussie die is begonnen dat er een aantal steentjes misten en dat die nieuwe stenen niet dezelfde kleuren hadden als. Dan ben ik zo bang dat we een aantal jaren verder zijn en er ligt een boot aan die ligt verkeerd aan en mist een paar steentjes straks. Dat we straks die discussie weer krijgen dat die nieuwe stenen weer niet helemaal passen bij deze bestaande of nieuwe muur. Dus ja, ik heb toch, en het kost toch behoorlijk wat geld. En ik vraag me af of dat allemaal wel nodig is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Mellies. Gaan we naar meneer Kramer, SP. Ja, dank u wel, voorzitter. De raad vraagt hier een krediet van 107.500 en het nettobedrag wordt ongeveer 65.000. Voorzitter, wij vinden dat gewoon een hoop geld, want wij moeten ook bezuinigen en wij kunnen het geld maar één keer uitgeven. Maar we vinden wel dat er iets moet gebeuren met die kademuur, want het is al een doorn in het oog. De oplossing die gegeven worden in het stuk, daar gaan wij voor oplossing 1. En dat is gewoon het slopen van de kademuur en het terugbrengen in de oude situatie. Alleen we hebben nog wel een vraag aan het college. En dat is van dat de provinciale gelden, dus de LIDER-subsidie en de provinciale landschapsgeld, dat we die ook kunnen gebruiken voor optie 1. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Kramer. Ga ik naar mevrouw Sterenborg, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, ook dingen die ik graag had willen noemen, maar wat ik een beetje overbodig vind hier nu nog. Een vraag die wij nog hebben, hoe zeker is het dat we die subsidiegelden krijgen? Wij vinden die 107.500 euro veel geld. Maar als we die subsidie binnenkrijgen, dan zou dat natuurlijk heel mooi zijn. Maar hoe groot is de kans dat we dat niet binnenkrijgen? En wat betreft fractie Mellies, misschien is het een optie om wat extra steentjes bij te bestellen. Ja. Oh, wel. Dank u wel. Meneer Boels, CDA. Ja, dit begint een mooie avond te worden. Ik heb een gepensioneerd marinier naast me zitten die graag op de snikker wil varen. Die kan aanleggen bij de steiger in Musselkanaal, waar volgens de heer Mellies over een aantal jaren nog veelvuldig schepen zullen aanmeren. Het wordt allemaal wel mooier en het wordt beter, ook in het centrum. Maar goed, nu de kademuur, of eigenlijk beter gezegd kadegate, zoals mensen het ook al noemen. Het heeft allemaal wat langer geduurd, 4 jaar terug alweer. De heer Hofstra heeft daar al uitvoerig over bericht. 4 jaar terug alweer gingen de eerste mensen klagen, trok aan de bel. Klagen klinkt negatief, maar dat waren oprechte gevoelens en terechte vragen. Er kwamen schriftelijke vragen, vragen in de rondvraag. In de eerste leek het ook nog een kwestie van smaak, maar over smaak vond ieder twist. En hier werd wel degelijk over getwist. Langzaam, maar zeker werd duidelijk, hier is veel meer aan de hand. Er kwam een onderzoek, veel zaken bleken niet duidelijk. Bijvoorbeeld de eigendomssituatie. De aanblik was al niet fraai en volgden nog meer scheuren. En wie verantwoordelijk was voor het onderhoud, was ook wel ongewis. Het meest erge was nog wel, het ziet er niet alleen zeer onaangenaam uit, maar het is ook nog gewoon onveilig. En eigenlijk is dat natuurlijk wel gewoon echt ontoelaatbaar. Maar nu, we lezen in de stukken dat het allemaal opgelost kan worden. We zijn er dit weekend nog maar eens op de fiets naartoe gegaan, ook voor een visuele inspectie. Dat was wat overdreven, want inmiddels, ja, volgens mij kan iedereen die kademuur wil dromen. We weten, daar moet echt iets aan gebeuren. En de situatie lijkt ook steeds ernstiger te worden. Gelukkig zijn er geen ernstige ongelukken gebeuren. We vragen ons wel af, wat kunnen we hier nou van leren? Wat kunnen we van leren van dit soort situaties, dat er niet nogmaals een situatie als deze 4 jaar lang zou duren, die eventueel wel tot ernstige situaties zou leiden? Ja, met recht kunnen we dit kadergate noemen.
Er worden ons verschillende opties geboden en wij kunnen ons vinden in de optie die het college voorstelt. Er is goed overleg geweest met direct betrokkenen, ook met dorpsbelangen, Muzzelkanaal. We hechten daar waarde aan. En feitelijk herstellen we dan wat in het verleden niet direct op een accurate wijze is uitgevoerd. Daarbij zijn er wel, en dat is eerder aan gerefereerd, substantiële kosten. Het gaat wel ergens over. Wij vragen ons, en die vraag is ook al vaker gesteld, hoe terecht en hoe reëel is het binnenhalen van die subsidie? Want dit gaat wel over een zeer fors gedeelte van het benodigde budget. En hoe staat het met het onderhoud? Is nu voor iedereen duidelijk wie op welk moment verantwoordelijk is hiervoor? Deze gekozen optie, het is wel echt slagroom op het toetje. We gunnen dit Muzzelkanaal. Ook hiermee kunnen we Muzzelkanaal weer verder op de kaart zetten. Kadergate, ik heb het woord eigenlijk gewoon te vaak genoemd vandaag, maar ergens was het ook wel logisch. Het heeft veel te lang geduurd. We hopen hiermee nu een dikke streep onder deze situatie te zetten. Deze wordt nu echt naar behoren opgelost en Muzzelkanaal krijgt weer de entree die het verdient. Opdat er weer kan worden genoten daar in Muzzelkanaal. Dat het toeristen aan mag trekken, dat het mensen uit onze omgeving aan mag trekken. Voorzitter, van Kadergate naar Bootmagneet. Tot zover. Het is goed dat ze allemaal op band komen, want als we dat ooit nog eens willen gebruiken in 2019, als we 50 jaar bestaan, halen we wel wat van dit soort dingen naar voren misschien. Ik zal de nota alvast klaarmaken daarvoor. Wat een hele mooie. Ik geef het woord aan wethouder Brommers. Voorzitter. Heb ik niet gezien aan het begin, dus ik heb geteld. Hij heeft mijn naam al opgenoemd, maar goed. Ja. Nou, dan aan u het woord, meneer Nijbaning, fractie VVD. Ja, ik wil toch ook even mijn positieve waarderingen uit voor het plan wat nu voor ligt. Ik bedoel, we moeten elke dag iets positiefs zien te melden. Dat zal mijn credo worden, denk ik. Maar ik heb toch wel even een vraag bij het voorstel. En, want ik lees nu voor het eerst dat de pastorij Onstwedde eigenaar is van het perceel en van de damwand. En ja, dan rijst bij mij de vraag waarom... Of is er gesproken met de pastorij over een vergoeding? Want het lijkt me dat er sprake is van achterstallig onderhoud. En het lijkt me dat voor je als gemeente iets overneemt, dat de vorige eigenaar het eerst in de goede staat moet stellen, alvorens je het overneemt. Of dat je bij de overname een afkoopsom voor het achterstallig onderhoud bedingt. Maar wellicht hebben die gesprekken plaatsgevonden, maar ik, ik zou graag even daar meer van willen weten. Wethouder Brommers. Ja, dank u wel, voorzitter. De kadermuren Muzzelkanaal inderdaad al enige jaren inmiddels de agenda van deze raad gepasseerd. De heer Hofstra van de Partij van de Arbeid gaf al een mooie terugblik in de tijd, dus dat zal ik niet herhalen. Ik heb u toentertijd toegezegd een grondig onderzoek te doen om te kijken wat nodig, wenselijk en wellicht... veilig was om deze situatie te verbeteren. Dat is inderdaad gebeurd. Het voorstel ligt nu voor om dat allemaal netjes in orde te maken. Met ook nog bij daar opgemerkt dat de eigenaar van de gelegenheid, dus een ondernemer, bereid is de steiger te voorzien van elektriciteit, verlichting en water. De jaren zijn al even genoemd. Enerzijds doen we dingen te langzaam als college wellicht en andere dingen te snel. Dat blijkt vanavond. Misschien vinden we een volgende keer een middenweg in de tijd. Alhoewel zorgvuldigheid een belangrijk onderdeel blijft. Dan even de reacties van de andere fracties. Hoe zeker is de subsidie? Is een vraag van de ChristenUnie. Zekerheid hebben we niet. We hebben nog geen definitief besluit. Alleen wij schatten de kansen hoog in, maar ik kan moeilijk een percentage noemen. En daarbij kom ik ook op de vraag van de SP. In hoeverre zou de subsidie relevant zijn als wij geen damwand en steiger zouden aanbrengen, maar alleen teruggaan naar de wal? Dan is de subsidie... dan komen wij sowieso niet voor subsidie in aanmerking, want dat heeft niet te maken met de beschikbare gelden vanuit
de landschapsontwikkeling en de leadervisie, zeg maar. De heer Nijenbanning die zegt nog, hoe zit dat met de pastorij? Is daar gesproken over een vergoeding? Uit onderzoek is dus gebleken dat de pastorij voormalig eigenaar was van de ondergrond. En van oudsher was dat het geval. Maar vanuit het juridische rechten en zaken zijn wij als gemeente gewoon onderhoudsplichtig. Dus derhalve is de zaak om niet overgedragen. En is dat die onduidelijkheid in ieder geval uit de wereld. En kunnen wij geen aanspraak maken op eventueel een bedrag voor overname. Dan even kijken naar de reactie van het CDA. Wat leren wij hiervan, is een van de vragen van deze situatie. Wat mij betreft zorgvuldigheid in handelen en als er opmerkingen komen vanuit de raad, het volledige traject, situatie, omgeving meenemen en iets breder kijken dan alleen de stenen die qua kleur niet zo goed bij elkaar passen. Dan kijk ik even of ik nog iets vergeten ben. De fractie Mellies. Hebben wij over een aantal jaren opnieuw deze discussie? Laat ik daar kort en duidelijk over zijn, wat mij betreft niet. Ja. Ik moet wel daar, wacht maar hoor. Fractie Mellies. In aanvulling op wat u net zei, mevrouw Bongers, ik geloof dat mevrouw Sterenborg de oplossing al aangedragen heeft daarvoor. Wat extra steentjes aanschaffen. Ja. Dat laat ik aan u. Verkleuren ze niet. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Vragen uit de eerste termijn beantwoord? Dat is het geval. Dank u wel, wethouder Brongers. Behoefte aan het tweede termijn? Meneer Hofstra, Partij van Arbeid. Nou, niet zozeer een vraag richting de portefeuillehouder, maar richting de fractie van de SP. Of de mening van hun veranderd is na het antwoord van de portefeuillehouder dat er geen subsidie is voor alternatief 1. Voor het gewoon het slopen, zeg maar. Nee, wij gaan voor optie 1, want wij vinden het gewoon een hele hoop geld daarvoor. En wat ik ook aangaf in het stuk, wij kunnen het geld maar één keer uitgeven. En er komen zware bezuinigingen aan. Dus wij zien het geld liever ergens anders in. Ja, de verklaring die snap ik op zich, maar ik vind het wel jammer. Want vorig jaar hebben wij nog samen een motie daarvoor ingediend om een onderzoek te doen. En ten einde de kadermuur te herstellen. Dus niet om hem te slopen. Dus ja, volgens mij is dan €65.000 voor een goede entree van Musselknal. Investeren in dat gebied, investering in de entree en in de stijgers. Voor mij is dat juist heel goed om ook juist Musselknal weer op de kaart te zetten. We hebben het net gehad over de bootjes, de rivaliteit onderling. Volgens mij is het juist heel goed om weer eens goed te laten zien dat de entree van Musselknal voor ons ook heel belangrijk is. Dus ik roep u op om alsnog met dit voorstel in te stemmen. U geeft geen antwoord aan de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik wil er wel even op zeggen. Ik vind het niet zo nodig. Kijk, zij hebben een motie ingediend samen. En er zijn vier opties uitgekomen. En wij konden een keuze maken tussen de vier opties. En wij hebben gewoon voor optie 1 gekozen. Klaar. Okay. We hebben het althans geprobeerd. Verder geen behoefte aan tweede termijn? Dan lijkt mij in ieder geval denk ik gerechtvaardigd dat ik ervan uit mag gaan dat de fractie van de SP tegen het voorstel kiest. Want dat is dan de consequentie. Andere partijen die tegen het voorstel wensen te stemmen. Dan is het besluit akkoord conform met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Zijn er de fractie van de SP. Aldus. Gaan we naar het voorontwerp provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen. Wie wenst daarover het woord te voeren? Maarsing, dan moet ik even goed opletten. Maarsing, Mellies,
Van der Heijden, Meertens, Pals niet, Nijenbanning niet, Hofstra en Kramer. Meneer Maarsing, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden dat het voorstel van GS over het voorontwerp provinciaal inpassingsplan, het PIB agrarische bouwpercelen, zeer ingrijpend is. En dat het onnodig de ontwikkeling van boerenbedrijven beperkt die gevestigd zijn op verschillende locaties. Het ging eerst even om de dicht bij elkaar liggende locaties, maar men heeft dus die afstand eruit gehaald. En voorzitter, u stelt als college zeer terecht het voorstel zet een deel van de bedrijven gewoon op slot. Als college wijst u dit voorstel dan ook vierkant af en u onderbouwt dat breed met veel argumenten. Wij zullen die argumenten niet herhalen als CDA, want het zijn er 3 pagina's. Maar we zijn het helemaal eens met die argumenten en ondersteunen dus de reactie. En wij hopen dat veel meer gemeenten een soortgelijke reactie afgeven of reeds hebben afgegeven, maar we zijn er niet snel mee. Voorzitter, daar komt nog bij, en dat lezen we niet in de brief, dat we dat in 2019 de omgevingswet wordt ingevoerd. Implementatie mag wel 10 jaar over gedaan worden. Maar zeker is dat er meer ruimte komt voor keuzes door de gemeenten. En wij doen als gemeente Staatskanaal voor ons nieuwe omgevingsplan mee aan de pilots in onze provincie. En wij hebben daarover in de vorige raadsvergadering de spelregels vastgesteld. En onze houding, ja, mits het voldoet aan, en dat is die formule, maar die is 4 regels, ik zal hem niet weer voorlezen. Maar duidelijk moet zijn dat wij als CDA aan burgers en bedrijven ruimte willen geven voor ontwikkeling met zo weinig mogelijk beperkingen, minder procedures en sneller. En natuurlijk met behoud van kwaliteit. Dat snapt iedereen wel. Voorzitter, het CDA steunt uw reactie voluit. Dank u wel, meneer Maarsing. Dan ga ik naar de heer Van der Heijden, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben kennis genomen als ChristenUnie van het provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen. Hierop heeft het college een reactie geschreven en die hebben wij ook gelezen. Allereerst onze complimenten voor de opgestelde reactie. Want volgens ons zijn de bezwaren goed onderbouwd met argumenten. En ook ik ga ze niet voorlezen, het zijn er heel veel. Dank daarvoor. Zoals genoemd in de reactie en in lijn met het bestaand beleid van onze gemeente. We hebben nog wel 2 vragen. De heer Maarsing had het net al over de pilot. Is het niet zo dat dit plan in strijd is met het nieuw te ontwikkelen omgevingsplan? En is de procedure ook opgeschort zoals u verzocht heeft? Want de reactie van 31 maart, de vooroverlegreactie, doet hij er dan nog toe? Zoals gezegd, we kunnen ons in deze brief vinden en we zijn het volledig eens met de reactie van het college. Dank u wel, meneer Van der Heijden. Dan ga ik naar de heer Hofstra, Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ja, door de vorige 2 sprekers is het een en ander al gezegd. Ik vind het belangrijk om ook vooral te hameren op wat wij in ruimtelijk opzicht in het verleden hier ook besloten hebben. Dat wij namelijk flexibel omgaan met regelgeving. En daar past het op slot zetten van het platteland niet bij, ons inziens. Dus het is goed dat u deze voorreactie heeft gegeven. We hebben ook de vraag die meneer Van der Heijden heeft gesteld, is de procedure dan ook daadwerkelijk opgeschort? Het gaat over bedrijven waarbij 2 tot en met 4 hectare sprake van is. Andere uiterst is bij ons bijvoorbeeld meegestallen. Het is wel belangrijk, ons inziens, dat we daar wel heel zorgvuldig mee omgaan. Dat is de andere kant van de medaille. Maar tot zover akkoord met deze reactie. Dank u wel, meneer Hofstra. Gaan we naar meneer Kramer, SP. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het meeste is al gezegd, dus we houden het lekker kort. Wij gaan in hoofdlijnen akkoord met het agendapunt. Alleen we hebben nog 1 vraag over de handhaving van de inpassingsplan. Graag een reactie hier. Wat is uw vraag daar, de laatste?
De handhaving van het inpassingsplan, hoe dat wordt gehandhaafd. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Kramer. Dan gaan we naar fractie Mellies, de heer Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij kunnen ons wel vinden, even de bril open, ons wel vinden in de reactie die het college schrijft in de brief aan de gedeputeerde staten. Wat misschien nog wel licht, nog wel vermeld had kunnen worden, was hoe de provincie bijvoorbeeld denkt om te gaan met mogelijke planschadeverzoeken. Mocht het inpassingsplan toch aangenomen worden door de provincie. Nou ja, voor de rest. Oh ja, dat is één puntje wat me toch opviel ook. Is wat nu eigenlijk de reden was dat het nu pas aan de orde wordt gesteld. In de brief van de provincie van 10 februari jongstleden werd het college verzocht om voor 27 maart te reageren en de raad hierin te horen. Nou blijkt dat bij veel gemeenteraden het al in maart en zelfs in februari al in een raadscommissie behandeld is. Nou hebben wij in het voorjaar twee raadscommissies laten vervallen en zelfs een raadsvergadering laten vervallen. En ja, mijn vraag is dus ook, waarom had het niet al eerder behandeld kunnen worden? Dank u wel. Dank u wel, meneer Mellies. Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. In uw vooroverlegreactie stelde u niet gelukkig te zijn met het inpassingsplan, waarbij de bestemmingsregeling voor het gebruik van agrarische bouwvlakken wordt aangepast. U bent van mening dat de regelingen van de bestemmingsplannen voor agrarische bouwvlakken als gemeentelijke aangelegenheid moet worden gezien. U ziet geen provinciaal belang bij wat een provinciaal inpassingsplan noodzakelijk maakt. In uw brief geeft u een aantal goede en naar onze mening volstrekt logische inhoudelijke argumenten waarom het verbod op verschillende bedrijfsonderdelen van een agrarisch bedrijf op verschillende locaties te vestigen geen gewenste ontwikkeling is. U geeft aan dat juridisch gezien het voorgestelde verbod privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk gezien twijfelachtig is. We kunnen ons vinden in die uitleg die u daarbij geeft. Wat ons betreft, wellicht het belangrijkste punt in deze zijn de gevolgen van een dergelijk besluit voor de ontwikkelingen van de agrarische sector in onze regeling. Invoering van dit PIP kan grote gevolgen hebben voor de bedrijven gevestigd in dit gebied, maar ook voor de hergebruiksmogelijkheden van leegstaand agrarisch vastgoed. En in ons krimpgebied moeten we alles doen om dit soort negatieve en niet noodzakelijke ontwikkelingen te voorkomen. Dat kunnen we ons niet permitteren. Ik zou nog aan u willen vragen, als wij hier een besluit over nemen, dan gaat u gedeputeerde zaken hiervan op de hoogte stellen. En wij vragen ons af wat dan eventueel het vervolg zou zijn. Bestaat de mogelijkheid dat dit voorontwerp toch verder wordt uitgewerkt? En zo ja, wat zijn dan nog de mogelijkheden om dit eventueel tegen te houden? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Meertens. Dan is het woord aan wethouder Brongers. Voorzitter, dank u wel. Het provinciaal inpassingsplan agrarische bouwpercelen. Gedeputeerde staten hebben zoals gebruikelijk een voorontwerp aan ons toegezonden. En daar kunnen wij als gemeente op reageren. Een van uw vragen was waarom is dat zo laat, eigenlijk te laat voor een formele reactie, staat dat hier op de agenda. Dat heeft te maken met het proces in tijd en het feit dat u voorafgaand aan deze avond, dat het al even geleden is, dat u een raadsvergadering heeft gehad. Dus op die manier is dat niet gelukt. Wij hebben onze reactie wel alvast naar de gedeputeerde staten gestuurd. Ook gezegd dat wij de reactie van uw raad nog na zullen zenden. En dat was een van de vragen ook van de gemeentebelangen. Hoe gaat het dan met het vervolg? Inmiddels is ons bekend dat bij de provincie een ruim aantal zienswijzen zijn of reacties zijn binnengekomen. En is er inmiddels ook al een bestuurlijk overleg gepland om deze zaken te bespreken. Wij vinden op een aantal punten, die heeft u kunnen lezen in ons voorstel, zal ik niet herhalen, het inderdaad nodig om te reageren op de inhoud van dit inpassingsplan. Er wordt gevraagd naar de handhaving. De vraag is mij exact niet helemaal duidelijk, maar
Naar ons idee is het voorstel zoals het voorligt vanuit de provincie in gewone zin moeilijk te handhaven. En als wij zaken niet kunnen handhaven op inhoud, dan rijst de vraag of wij dat zo moeten formuleren en regelen zoals hier staat. Overwegend complimenten. Gaat u verder, wethouder. Sorry, Melis. Over de handhaving, meen ik gelezen te hebben dat er ook advies ingewonnen is bij de Omgevingsdienst Groningen. En nou weet ik ook dat niet iedereen even het aantal producten afneemt van de Omgevingsdienst Groningen. Maar is het niet zo dat wij dat belegd hadden of hebben bij de ODG? Het handhaven? In die zin hebben wij daar, ligt de uitvoering daarvan bij de Omgevingsdienst. En daarom hebben we daar ook advies in gevonden. Zo van, kijk er eens naar, als stel dat deze plannen door zouden gaan, wat betekent dat dan voor het handhavingstraject? Dus dat betekent dus, mocht dit doorgaan, dan is dus Omgevingsdienst Groningen de instelling die het moet gaan handhaven. Daar komt het dus op neer. Voorzitter, maar ik heb ook even een stuk gelezen. Maar kijk, de Omgevingsdienst Groningen, die maakt natuurlijk de dienst niet uit. De gemeenten die besluiten hierover, die nemen standpunten in en de Omgevingsdienst kan gewoon zijn werk doen. Punt. Maar de Omgevingsdienst heeft wel gezegd, kijk wel even uit wat jullie beslissen, wat jullie besluiten, want het is dus heel een heel moeilijk voorstel. Ook om te handhaven, omdat er rechten zijn voor de een en rechten gevestigd zijn. En weet ik allemaal nog meer wat zij voor argumenten. Dus de Omgevingsdienst schrijft eigenlijk, wij zitten er eigenlijk niet om te springen om zo'n voorstel te handhaven. Want dat zou heel veel moeite kosten en dus ook heel veel geld. Dus een beetje positief. Maar wij zijn het meestal wel eens, meneer Melliers, dus. Fijn te horen, meneer Maarsing. Dank u wel, meneer Maarsing. Wethouder Brongers. Net zoals de Partij van de Arbeid aangeeft, zijn wij ook van mening dat wij dit soort ontwikkelingen voor agrariërs zeker niet op slot moeten zetten. En willen wij daar ook graag ontwikkelingen in blijven zien en ook mogelijk blijven maken. Dan heb ik volgens mij de meeste reacties van u gehad, overwegend positieve reacties, waarvoor dank. Wij zullen dit aan de provincie laten weten. En zijn er, dacht ik, geen vragen meer over. Meneer Van der Heijden, ChristenUnie. Ja, u heeft indirect wel de tweede vraag over het opschorten beantwoord, omdat er een nieuw overleg is gepland. Alleen over de in strijd zijnde met het nieuwe nieuwe omgevingsplan had ik nog geen antwoord op. De omgevingswet, zoals wij daar nu als pilot aan werken, dat de ontwikkelingen zijn als zodanig nog niet meegenomen in dit PIP, zeg maar. Dus in die zin wat te prematuur. Maar onze gedachtegang is uiteraard wel al gebaseerd op hetgeen wij willen bewerkstelligen. En daar kom ik ook op de opmerking van de heer Maarsing, de ja, tenzij gedachten zoals die u als raad ook heeft afgesproken bij het vaststellen van de plannen tot dusver als het gaat om de omgevingsvisie. Ja, helder op, bedankt. Ja. Ik wil een vraag stellen, want kijk, ik heb gehoord. Oh. In dit geval. Dat is niet door, hè? Meneer Maarsing. Ja, ik zat even aan de knoppen. Volgens mij is dat mijn functie ook hier. Dus ik zou het heel prettig vinden dat ik u ook even in de gelegenheid kan stellen. Maar u hoort mij al niet meer, dus dan. Dan kan ik alleen maar de microfoon. Nou, wacht u dan even tot u het woord krijgt. Dan hoef ik de knoppen niet te behandelen en in te drukken. Ik heb nog wel wat last van de oren van zaterdagavond van de Secret Forest Festival. Maar, dus daar kan het ook aan liggen. Maar ik geef u het woord, meneer Maarsing, CDA. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, wat nog wel even interessant is natuurlijk, dat overleg vindt nog plaats. Maar ik hoorde van de heer Meljes, die heeft dat allemaal nagezocht. En dat is natuurlijk heel verstandig. Ze hebben naar al gemeenten gereageerd. En ik meende gehoord te hebben van de heer Meljes dat bijna alle gemeenten in Groningen dezelfde reactie hadden gegeven dan wij. En als dat zo is, dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat de provincie GS van Groningen hier gewoon mee door zouden gaan. Want dan hebben ze wel wat beters te doen. En misschien, want de reden was het Groninger verdienmodel, hebben ze gezegd in de stukken. Nou is daar veel discussie en ik zal u nu uitleggen wat dat allemaal betekent. Maar het is toch wel even belangrijk dat de provincie ook luistert als de gemeenten een standpunt hebben. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Luistert, ja. Sorry. Ja, voorzitter. Ik geef gewoon het woord weer aan meneer Meljes, die luistert ook. En uw knop werkt als het goed is. Ja, ik weet niet of mevrouw Broggens al klaar was met haar betoog, maar was u klaar met Ik was klaar met mijn eerste termijn, maar ik wil graag nog even reageren als de voorzitter dat goed vindt op de reactie van de heer Maasing en de reactie van andere gemeenten, zoals u ook gezegd heeft. Inderdaad, nog even een aanvulling. Veel andere gemeenten, ik dacht tegen de 20, waarvan 16 heel kritische hebben gereageerd op dit plan. Ook LTO heeft een reactie gegeven. En laat ik niet op de stoel van de provincie gaan zitten. Maar het overleg gaat plaatsvinden. Daar zullen alle gemeenten hun bijdrage leveren en nadrukkelijk melden wat zij van deze plannen vinden. En daar doen wij ook aan mee. Meneer Meljes. Dank u wel, voorzitter. Nou, laat me beginnen dat ik... Even de inventarisatie. Zijn er vragen blijven liggen door de wethouder? Ja, dat denk ik wel. Het kan zijn dat ik het gemist heb, maar mevrouw Meerts van de GWS die stelde een vraag. Wat is de procedure? Stel dat de provincie straks zegt, we gaan toch akkoord met dit inpassingsplan, onverkort en ongewijzigd. Wat staat daar dan aan procedure nog voor ons open? Wethouder. Dit gaat om een voorontwerp en om een vooroverlegreactie. Dat proces wordt nu in gang gezet. Uiteindelijk komt dan het definitieve plan aan ons voor. En dan volgt weer de reguliere procedure, als ik het goed heb met de zienswijze en alles wat daarmee te maken heeft. Nu zijn volgens mij de vragen uit de eerste termijn en opmerkingen voldoende behandeld. Behoefte, dank u wel wethouder, behoefte aan tweede termijn. Mag ik daarmee concluderen dat de raad unaniem de vooroverlegreactie die door het college naar gedeputeerde staten is gestuurd onderschrijft? Aldus. Gaan we naar agenda punt 15, wijkvisie Ceres-Wijk. Wie wil het woord voeren? Meertens, Sterenborg, Meljes, Schipper, Wanders en Sanders, dat raad. Mevrouw Schipper, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Samen een kijk op de wijk, zo is de titel van het visiestuk. Sinds 2014 zijn al verkennende gesprekken gevoerd. Bewoners Ceres-Wijk hebben nadrukkelijk te kennen gegeven dat zij waarde hechten aan een eigen onderzoek onder hun bewoners voordat het inhoudelijk over de wijk in gesprek gaat met anderen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Resultaat is dus dit plan wat we nu gaan vastleggen. Wat voor de bewoners heel belangrijk is, is het wijkcentrum De Stobbe. Een wijkcentrum die veel gebruikt wordt door bewoners van het Ceresdorp.
Ook het maatschappelijk werk heeft een grote functie hierin en natuurlijk de peuterspeelzaal. Onze fractie heeft met name door mevrouw Kroon hier meermalen aandacht voor gevraagd. Door ons veelvuldig bezoek aan de peuters weten we wat het betekent voor deze wijk. En dan kunnen we ook heel veel lezen dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van het centrum wat midden in het Ceriswijk staat. Natuurlijk is dit niet alleen van belang. Het sociale en woning spelen ook een grote rol in de toekomst. En nu op dit moment ook. Deze wijk kent een grote samenhorigheid en dat is in deze tijd iets waar je trots op mag zijn. Ook dat deze wijkvisie breed gedragen wordt, is van groot belang. We weten dat er plannen aankomen voor een nieuwe MFA. En dat en de verdere ontwikkeling van de wijkvisietraject wachten we af. Maar de nu aan de orde zijnde plannen zijn we het volledig mee eens. Dank u wel. Eens met de visie die hier voor, met de visie die hier voor ligt, hè? Want, visie die voor ligt, ja. Ja, want u geeft en de plannen wachten we af. Verdere plannen wacht u af, juist, en ook ja. Die over het MFA. Nee, dat ja. We dat even echt proberen gescheiden te ja, houden. Precies. Vanavond. Ja, dat komt omdat het dan zo hier staat. Maar u heeft in het begin van de avond al duidelijk gezegd dat er twee verschillende onderdelen zijn. Ja. En dat vind ik ook een heel goed plan, want daar komen we uiteraard nog weer op terug. Oké, okay, zijn we dat eens? Is dat duidelijk? Dank u wel, mevrouw Schipper. Mevrouw Anders, SP. Ja, voorzitter. Voor ons liggen de kijk op de wijk en wijkvisie in zaken de Ceriswijk. De SP is heel blij dat de inwoners hierbij nauw betrokken zijn. En dat ze ook middels een enquête en half gestructureerde open interview hun mening hebben kunnen ventileren. Uit het onderzoek van de Hanze Hogeschool, gehouden in 2015, is gebleken dat men tevreden is over de ruimte en ook dat men er prettig vindt wonen. Wel was er onduidelijkheid. Over de voorzieningen was men minder tevreden. Vooral het ontbreken van winkels werd als nadeel gezien. Als conclusie waren de aanbevelingen van het rapport onder andere het verscherpen van duidelijkheid, het verhogen van het aantal vrijwilligers, het verhogen van winkelaanbod en speciale hondenuitlaatplekken. Zowel kijk op de wijk en wijkvisie geven al aan dat er is geluisterd naar de inwoners en dat er verschillende punten al zijn verbeterd en dat verder aan ontwikkeling wordt gewerkt. Onze complimenten daarvoor. We vragen ons echter wel af hoe we het probleem winkelaanbod gaan oplossen. Tot slot wil de SP mevrouw Oordwijn van de vereniging Bewonersverlangen Ceriswijk nog even bedanken voor het inspreken. En zoals u al aangaf, voorzitter, staat onder andere het MFA 10 juli op de agenda. En gaat het vanavond over het instemmen met de wijkvisie. En de SP kan hiermee akkoord gaan. Dank u. Dank u wel, mevrouw Wanders. Ga ik naar mevrouw Sanders, CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u vraagt ons in te stemmen met de wijkvisie Ceriswijk. En via een interactief proces waarbij verschillende organisaties zeer betrokken zijn, is deze visie tot stand gekomen. De bewoners en zeker ook de vrijwilligers zijn bij deze onderhandelingen betrokken geweest en dat stemt tot tevredenheid. Onze CDA-fractie laat weten in te stemmen met deze visie waar woorden als samen één, Ceriswijk een wijk, een fijne woonwijk voor betrokkenen, kijk op de wijk en een eendrachtige, prachtige wijk naar de toekomst toe, niet alleen loze woorden zijn en moeten zijn, maar waar alle betrokkenen en vooral ook de vrijwilligers zich achter moeten en kunnen scharen. Wij zijn positief, zij zijn ook positief. Wij moeten mensen kunnen en blijven stimuleren. We moeten met de mensen samen iets bedenken om het recht te geven dit ten uitvoer te brengen en aan elkaar door te geven. Nu en later. En later, daar bedoelen we ook het MFA mee waar we nog een keer op terugkomen. Mevrouw Oordwijn heeft het vanavond ook al prachtig verwoord. De vrijwilligers, die moeten we hoog in het vaandel houden. En dan zijn wij blij met een wijk voor alle betrokken mensen. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Sanders. Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Voor ons ligt de wijkvisie Ceriswijk. Een beknopt stuk, voorzien van kleurrijke foto's en een mooie subtitel. Samen één voor een krachtige en prachtige wijk in 2030.
Uit deze visie klinkt positiviteit, vooruitstrevendheid en optimisme en dat is een goede zaak. Een compliment voor de betrokkenen bij de totstandkoming van deze visie. Wij kunnen zeker instemmen met deze visie en we zien dan ook graag de nadere uitwerking van de vervolgstappen met belangstelling tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Meertens. Mevrouw Sterenborg, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen akkoord gaan met de wijkvisie. Het is zorgvuldig opgesteld en het wordt breed gedragen. Het is een veelomvattende visie die veel inzet en middelen kost. Zoals wij de visie lezen is deze notitie een werkdocument. Ik bedoel ermee te zeggen dat niet alles vastomlijnd is, maar richtinggevend. Daarom is het goed dat het in stappen, gedeelten wordt uitgevoerd. We verwachten van het college dat wij op de hoogte worden gehouden van deze te nemen stappen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Sterenborg. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Het doel van de wijkvisie is te komen tot een beeld van de wijk over 10 jaar. We lezen in het voorstel dat deze wijkvisie in nauwe samenwerking met een groot aantal lokaal betrokken inwoners en organisaties tot stand is gekomen. En dat de wijkvisie breed gedragen wordt door de inwoners. Nou, dat lezen we graag. De fractie Mellies stemt dan ook graag in met de wijkvisie Severswijk. En wensen de betrokkenen veel sterkte en voorvarendheid bij het verwezenlijken van het programma en de projectagenda. Dank u wel. Is toch niet een fractie gewijzigd in deze raad, hè? Nog niet. Daarmee partijen gehad, geef ik wederom het woord aan wethouder Brongers. Ja, voorzitter, even dacht ik, wat kan ik nog aan de reacties toevoegen die uit de verschillende fracties komen. Overwegend positief en goede plannen. De nadruk werd ook door een aantal nog even gelegd op hoe deze visie tot stand is gekomen. Nadrukkelijk met belangen, partijen, politie, Welstad, Levier, maar vooral ook met de wijkbewoners zelf. Dus de betrokkenheid heeft hier een grote rol gespeeld. De visie zoals die voor ligt heeft dus draagvlak bij de bewoners al daar. En het zou ook wel bijzonder zijn als wij daar omheen gingen. Echt een visie. Hoe is het met de wijk over 10 jaar? Er kwam nog een vraag van de SP van hoe wordt er omgegaan met de winkelleegstand. Of met de winkelvraag behoefte om daar winkels ook in de wijk te realiseren. Nou, al dat soort vragen worden meegenomen in het maken van de verdere programma's en de projectenagenda. Of het er allemaal komt is nu uiteraard nog niet te zeggen, maar zijn wel gespreksonderwerpen. Want nogmaals, het gaat vooral om een visie en een toekomstbeeld van de wijk over 10 jaar. En zowel Ceresdorp als Cereswijk, wat als één wijk wordt gezien en waar op een goede interactieve manier de laatste tijd aan is gewerkt. Dank voor uw instemming en ik zal de boodschap overbrengen dat wij de bewoners en overige instanties succes wensen met de uitvoering van het verdere programma en de projectenagenda. Dank u wel, wethouder Brongers. Behoefte aan tweede termijn? Of kan ik concluderen dat de raad unaniem de wijkvisie Ceresdorp vaststelt? Akkoord. Gaan we naar agenda punt 16. De wijziging centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen. Meneer Klinkhamer. Meneer Nijbanning. Meneer Dijkstra. En meneer Mellies. Meneer Dijkstra, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het gaat in dit stuk om de wijziging centrumregeling beschermde wonen in opvang in Groningen. Al in 2015 is deze centrumregeling onder samenwerking betreffende nieuwe taken vanuit de AWBZ tussen de Groninger gemeente te borgen gestart met instemming van onze raad. Op 20 december 2016 hebben wij al ingestemd
met de nieuwe inloopvoorziening GGZ per 1 januari 2017. De ChristenUnie vindt het fijn dat de wijzigingen zijn bijgehouden zoals we hebben gevraagd de vorige keer. We ondersteunen deze aanvullingen die zijn getoetst aan de bezoekers van deze voorziening, waardoor deze inloopvoorziening GGZ past bij de huidige tijd, zodat deze recht doet aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor wijzigingen in de uitvoering. Het draagvlak voor dit voorstel is in orde. Mooi dat de participatieraad is geïnformeerd over deze wijziging. Dank u. Dank u wel, meneer Dijkstra. Meneer Nijenbanning, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb één vraag ten aanzien van de wijziging van de centrumregeling. En dat is van, er wordt aangegeven dat de 3% van het Rijksbudget beschermd wonen voor de uitvoeringskosten, dat dat niet toereikend is. En dat de centrumgemeente heeft aangegeven daar niet mee uit de voeten te kunnen. Van, kan de wethouder een indicatie geven van wat het bedrag is, de omvang van het bedrag wat eigenlijk boven die 3% uitstijgt? En welk deel komt daar ten laste van de gemeente Stadskanaal? Dank u wel, meneer Nijenbanning. De heer Klinkhamer, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. U vraagt om akkoord te gaan om de benaming centrumregeling beschermd wonen opvang Groningen te wijzigen in centrumregeling beschermd wonen opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen. Een hele mond vol. U heeft in uw schrijven de wijzigingen in een gele kleur gemarkeerd. Onze dank hiervoor, maar dat scheelt nog wel behoorlijk veel werk. Dan kunnen we de wijzigingen bekijken en kijken of we daarop kunnen reageren. We hebben wel een aantal vragen. Of een opmerking en een vraag. Wat wij eigenlijk missen in de inloopvoorziening artikel 1 bij K, daar staat het onderdeel preventie en meer op het alcohol- en drugspreventie, zeker voor 18-plus jongeren. Ik kon het nergens weer terugvinden, terwijl wij ooit nog wel eens over gesproken hebben, dat wij heel als gemeente toch wel wat preventief op dat stuk aan het werk gaan. Dus ik heb dat niet weer terug kunnen vinden, misschien dat de wethouder hier nog iets over kan zeggen. Verder heb ik nog een vraag over, ja, die vond ik nog wel ingewikkeld, betreft verwijtbaar overschreden budget. En hij stond nog gelukkig in geel gemarkeerd. Ik denk, nou, daar kan ik daar nog een mooie vraag over stellen, want de andere was al bekend natuurlijk. Dus ik ga u een vraag stellen. Als ik goed lees, is het verwijtbaar overschrijdend budget een risico voor de centrumgemeente. En een niet wijdbaar overschreden budget is een risico voor de deelnemende gemeente. De gemeente is Stadskanaal een van de 23 gemeentes. Kunt u een voorbeeld geven van een verwijtbaar en een niet verwijtbaar overschreden budget? En wat betekent dit voor onze gemeente? Welke mogelijke gevolgen heeft dit? Dan als laatste vraag heb ik nog. De artikel 7 kosten uitvoeringtaak boven regionale inloopvoorziening GGZ worden naar rato omgeslagen per inwoner regiogemeente. Kunt u dit uitleggen wat hiermee bedoeld wordt en heeft dit gevolgen financieel voor onze inwoners? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Fractie Mellies, de heer Mellies. Ja, voorzitter. Ons wordt gevraagd, het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft, toestemming te verlenen tot het wijzigen van de centrumregeling wonen en opvang Groningen en door deze te vervangen door de centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGZ Groningen. Wat een prachtige volzin. Wij hebben kennis genomen van de wijzigingen en de argumentatie ervan en kunnen instemmen met het voorstel. We hopen dat met deze wijziging een toekomstbestendige centrumregeling verkregen wordt die de benodigde flexibiliteit biedt. Daarmee recht doen aan de dagelijkse praktijk en ruimte laat voor wijzigingen in de uitvoering. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mellies. Geef ik het woord aan wethouder Bloem. Voorzitter, dank u wel. Dank aan de fractie van de ChristenUnie voor het feit dat de wijziging zoals die is aangekondigd positief wordt ontvangen. Ik denk dat het goed is dat de regelingen die we vanaf 2015 hebben moeten organiseren, dat we daar op gezette tijden naar kijken. Werkt het zoals we het graag zouden willen? En als dat niet zo is, wat gaan we dan doen om het te verbeteren? Nou, daar zijn nu afspraken over gemaakt met betrekking tot de inloopvoorziening
GGZ. En daarvoor is er ook een wijziging dus in de centrumregeling aan de orde. De vraag van de VVD-fractie met betrekking tot de overschrijding van, of de mogelijke overschrijding van de 3%. Ik heb zo niet praat om welk percentage dat gaat. Dus daar moet ik u het antwoord op dit moment even schuldig over blijven. Maar dat kan uiteraard uitgezocht worden. Met betrekking tot de opmerkingen van de Partij van de Arbeid. Het is duidelijk dat op het moment dat er sprake is van uitvoering van regelingen. En een partij die doet dat niet op de manier zoals dat is afgesproken. En dat brengt extra kosten met zich mee. Dan is dat in de termen van deze regeling verwijtbaar gedrag. Op het moment dat het gaat over kosten die gewoon gemaakt moeten worden bij het uitvoeren van de gedecentraliseerde wet en de voorzieningen die daarbij horen, ja, dan betekent het dat het gaat om extra middelen die dan blijkbaar ingezet moeten worden. En daarvoor geldt dat die naar rato door de samenwerkende gemeente en de regeling worden opgeroest. Dus dat is het verhaal van verwijtbaar en niet verwijtbaar. Dus laten we het maar heel plat zeggen. Als je dingen doet die, waarvan je zelf kunt bedenken van dat is niet zo'n slimme oplossing geweest, dan betekent het dat je daar dan ook zelf voor staat. En dat dat niet een, daar sta je dan als centrumgemeente voor en niet als gezamenlijke gemeente. Het verhaal van alcohol en drugs zegt de Partij van de Arbeidsfractie ook, dat wordt niet expliciet genoemd. Het is natuurlijk wel zo dat wij hier een verhaal hebben gestart in het verleden, wat met name ging over alcoholgebruik. We gaan ook ten aanzien van het verhaal van de drugspreventie een aantal stappen zetten hier in de gemeente. Daar is door het college een besluit over genomen. Dus dat betekent dat die onderwerpen in de sfeer van de preventie gewoon blijven gehandhaafd. En waar die raakvlakken hebben met de voorzieningen waar we het hier over hebben, ja, zal dat daarin worden geïntegreerd. Dat mogen ook duidelijk zijn. Volgens mij heb ik daarmee de belangrijkste opmerkingen en vragen die gesteld zijn beantwoord, voorzitter. Gaan we even kijken of dat juist is, die constatering. Klopt? Behoefte aan tweede termijn? Niets. Unaniem. Ga ik die hele volzin niet herhalen. Nu zo prachtig opgesteld is. En dan zeg ik dat agendapunt 16 conform voorstel is besloten. Unanieme stemmen. Gaan we naar agendapunt 17. De afhandeling van de motie van de defibrillatoren. Wat een moeilijk woord blijft dat toch. Wie wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Schipper? Mevrouw Meertens? Van der Heijden? Mellies? Mevrouw Schipper, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Nadat de Partij van de Arbeid de motie heeft ingediend over het vermeerderen van de defibrillatoren, gemeente, komt het college nu met het voorstel om dit te gaan uit te voeren. Natuurlijk zijn we hier heel blij mee. In geval van nood is het belangrijk dat er op meerdere plekken snel hulp kan worden geboden. En dit plan geeft dus aan dat het in alle wijken van of in elke kern van onze gemeente deze kasten voorradig zijn. Nu hebben we nog even verder navraag gedaan en nu blijkt dat voor hetzelfde budget als wat hierin genoemd wordt, misschien nog wel meerdere kasten zouden kunnen worden geleverd. Mijn vraag is dus nu, klopt dit en wat zijn dan de mogelijkheden? Misschien is het een optie om woonwijken ook mee te nemen in het geheel, maar daar weet u ongetwijfeld meer van dan ik, dus wacht ik het antwoord af. Maar voor dit moment is mijn partij heel blij met het voorstel en zeggen we graag akkoord. En we zijn blij dat deze extra kasten en voor de veiligheid van onze burgers gaan komen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schipper. Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, wij zijn verheugd dat de motie van 21 november jongstleden heeft geleid tot het voorliggende voorstel. En wij kunnen ons vinden in dit voorstel, ook voor wat betreft de daarbij horende jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Van der Heijden, ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Het is goed dat er meer AED's in buitenkasten komen. En we hebben ook ingestemd met de motie destijds. Zoals u weet zijn we als ChristenUnie al lang bezig met het zo goed als mogelijk maken van een snelle respons bij hartfalen. Zo hebben we in 2011 schriftelijke vragen gesteld over het ontbreken van de AED's in verschillende gemeentelijke gebouwen. Ja, dit is destijds goed opgepakt. En door de vragen van de ChristenUnie is er toen een notitie gemaakt, een notitie AED Stadskanaal 2011. We zouden graag zien dat, onder andere na aanleiding van de uitbreiding van de AED's in buitenkasten, maar ook aangezien we alweer 6 jaar verder zijn, deze notitie wordt herzien. Er is immers gelukkig ook veel georganiseerd in onze gemeente op dit gebied. En deze motie staat namelijk verder niet stil bij het koppelen aan de zogenaamde 6-minutenzone en de app die daarvoor is, de AED for You. Dus we zouden graag daar antwoord op willen. Dank u wel, meneer Van der Heijden. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, van mij een vraag. We hebben binnen het AED gebeuren het open systeem en het gesloten systeem. Ik neem aan dat deze 6 defibrillatoren uitmaken van het gesloten systeem, waar de Stichting Hartveilig dan over gaat. Mijn vraag is even, zijn deze kasten nou wel of niet openbaar toegankelijk? Nou, dat was de vraag eigenlijk. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mellies. Wethouder Boel. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de positieve reacties. Die gaan van verheugd tot akkoord gaan met het voorstel zoals het hier ligt. Even ingaan op de vraag-opmerking vanuit de Partij voor de Arbeid-fractie. Wij hebben in dit voorstel uitvoering gegeven aan de motie waarin werd gesproken over het realiseren van tenminste 6 AED's in onze gemeente, bovenop datgene wat er al was. En volgens mij hebben we dat gedaan. Daar is een kostenraming aan toegevoegd en dat bedrag wordt daarin genoemd. Ik stel ook voor dat we ons houden aan de 6 AED's die op dit moment conform die motie geïnstalleerd gaan worden. Het bedrag zoals dat nu wordt aangegeven kan wellicht wat lager. Daar hebben wij ook informatie over gekregen. Nou, dat zal dan in de jaarrekening blijken als dat zo is. Maar voorlopig zeggen we hebben 6 AED's geïnstalleerd, of die gaan we installeren. En daar willen we het graag bij houden. En dan kan ik dan meteen koppelen, denk ik, aan de opmerking van de ChristenUnie, waarin wordt gerefereerd aan een notitie uit 2011, zo weer 6 jaar geleden. Een uitzonderlijk staaltje van sterk geheugen. Maar ik denk dat het heel goed is om die notitie te bekijken, ook in het licht van een toch wat meer feitelijke informatie over de werking en de functionaliteit van de AED zoals die nu in de gemeente aanwezig zijn. En het is natuurlijk zo dat de Stichting Hartveilig, laten we maar zeggen, de AED's exploiteert. En dat doet door middel van vrijwilligers die op het moment dat het aan de orde is worden gebeld en met een pincode vervolgens bij de apparatuur kunnen om daarmee de levensreddende handelingen te gaan uitvoeren. Dus dat is mijn antwoord op die vraag. Dan heb ik volgens mij de vragen die gesteld zijn beantwoord. Meneer Mellies, fractie Mellies. Mijn vraag was nog deze kasten, die 6 kasten die dus aanstonds zijn die openbaar toegankelijk? Die worden door de vrijwilligers van de Stichting Hartveilig, mensen die daar bekend zijn, worden die kasten, laten we maar zeggen, gebruikt. En zit daar dan net zoals bijvoorbeeld bij de MFA Noordzee een soort van code op? Ja. Ja, ik vraag het even met een reden, want ik kan me zo voorstellen dat als de meldkamer, als de melding binnenkomt bij de meldkamer en het is 's avonds, alle winkels zijn dicht en de meldkamer zou bijvoorbeeld ook weten waar die kasten hangen. En ik noem even een voorbeeld, hoor. Ik ben 100 uitlaat hiervoor bij het gemeentehuis en ik zie iets gebeuren en er is iemand onwel, hartstilstand. Ik maak natuurlijk 1 en 2, maak de melding, blijf bij de persoon, want ik loop er niet meer weg. Ja?
Maar misschien dat er iemand in de buurt, ja, of dat de meldkamer weet van... Hey, meneer Mellies, er hangt achter u, bij de ABN, hangt een kast met code zus en zo. Dus u de kortste klap, hè, want dan hoef je niet te wachten op de Stichting Hartveilig. Is dat zoiets? Bestaat er bij de meldkamer de mogelijkheid dat de meldkamer doorgeeft waar die kasten eventueel hangen met erbij die code? Nou, er is, voorzitter, door de Stichting Hartveilig natuurlijk een bepaalde procedure bedacht voor het in werking stellen van de kasten. Dat niet door de eerste de beste gebeurt, maar dat gebeurt door een aantal mensen die zijn opgeleid om met die kasten op een bevoegde manier om te gaan. En dus ook met de daarbij behorende apparatuur. Natuurlijk is het prijzenswaardig dat u zegt van nou, ik zou ook graag zelf best wel met zo'n kast willen omgaan. Dan zou mijn advies zijn om u te melden als vrijwilliger bij de Stichting Hartveilig. Zodat u ter plekke onmiddellijk hulp kunt bieden. Het is dus geen open systeem. Meneer Mellies. Nou ja, goed, dat was niet helemaal mijn insteek. Kijk, ik kan me gewoon heel veel voorstellen, elke minuut die telt. En als zo'n kast achter mij er hangt. En kijk, ik bel natuurlijk niet voor niets. Ja, ik bel niet van, ik wil de inhoud van die kast hebben. Ik bel even een melding en ik ga er met die AED vandoor. Dus ik bel wel of met een reden. Dus ik kan me zo voorstellen dat elke minuut telt dat al die gesloten kasten, maar ook de open kasten. Want ik kijk even naar meneer Van Heijden. Die app, ik weet niet of ik mijn laatste bekeken heb. Er staan heel wat kasten, ook de gemeentehuis staat hierin. Die staat ook precies bij waar die hangt. En die staat gewoon 40 uur als bereikbaar te boek. Dus ook daar valt nog wel wat te winnen. Dus ik bedoel maar te zeggen, als dat systeem, ook het open systeem, nou aangemeld zou kunnen worden bij de meldkamer. In de meldkamer weten we al die kasten liggen. En die weet op dat moment ook of ze bereikbaar zijn. Nou, ik denk dat daar nog wel een wereld te winnen valt. Maar goed, dat is even aanvullend. Wethouder. Ja, daar heb ik dan niet zoveel aan toe te voegen. Ik denk dat uiteraard is het zo dat elke minuut telt. En als het systeem geoptimaliseerd kan worden, dan kan dat zeker. Maar dat lijkt me in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor de Stichting Hartveilig om zijn eigen optreden te evalueren. En ook te kijken hoe zich dat verhoudt tot de acties die er vanuit de meldkamer worden gepleegd. Maar ik neem aan dat ze dat op een goede manier bijhouden. Dank u wel. Geen tweede termijn, neem ik aan. Mevrouw Schipper, Partij van Arbeid. Ik had nog even een vraag over de vraag die ik gesteld had van eventueel meer. Kijk, ik begrijp dat het nu even bij 6 ophoudt en dat is ook prima. Maar misschien voor in de toekomst, als het dan toch... want ik heb begrepen dat het nog wel in gesprek blijft met de ambtenaren en de desbetreffende leverancier. Dat het dan misschien in de toekomst nog misschien een optie kan zijn om misschien te gaan uitbreiden. Dank u wel. Voorzitter. Meneer Van der Heijden, ChristenUnie. Ja, volgens mij heb ik een toezegging gehoord. Zou die op de lijst kunnen? Heeft u een toezegging gehoord? Welke toezegging heeft u gehoord, meneer Van der Heijden? Nou, dat er een nieuwe notitie, of tenminste een herziene versie van de notitie gaat komen. Oh, ik hoorde de wethouder zeggen dat het belangrijk is om daar, dat daarnaar gekeken wordt. Maar ik heb hem niet horen zeggen dat hij een nieuwe nieuwe notitie toe zei. Nou, vandaar dat ik nog even navraag. En ik dacht heel handig van, dus dan kun je die afweging nog maken. Dus dan zeggen we niks toe, belasten we niet op voorhand. Want notities om notities, u weet hoe we daarover denken. Als er aanleiding is om hem te optimaliseren, zou er een nieuwe kunnen komen. Maar dat gaat u volgens mij bekijken. Dan hou ik het heel scherp in de gaten. Maar dat lijkt me goed. Dan kom ik daarop terug. Ik ben het eens met de voorzitter. Dit is een gesloten systeem, hè? Ja. Mag ik daarvan de sms-code? Okay. Dank u wel, wethouder. Mag ik concluderen dat we dit voorstel met unanieme stemmen aannemen om tot deze uitbreiding te komen? In ieder geval met die 6 buitenkasten. Dat is het geval. Aldus. Gaan we naar agenda punt 18. De financiering van de jeugdhulp 2018-2020. Luiken, Klinkhamer, Meertens, Van der Heijden en Schreur. Mevrouw Schreur, CDA. Voorzitter, in dit voorstel van financiering
Financiering Jeugdhulp 2018-2020 geeft u aan de financiële solidariteit met andere Groninger gemeenten volledig te handhaven bij de inkoop van jeugdhulp door de RIG gedurende deze periode. De fractie van het CDA kan hiermee instemmen. De consequentie dat hiermee de ontvangen rijksbudgetten ingezet zullen worden bij de afspraken die is daarmee ook akkoord. Wij hebben kennis kunnen nemen van de gemeenschappelijke regeling PGNZ en uw reactie daarover. Als CDA-fractie vragen wij u om hiermee te zorgen dat alle jongeren met problemen goed in beeld blijven bij de gemeente, zodat er voldoende hulp aan deze jongeren geboden kan worden. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Schreur. Mevrouw Meertens, gemeentebelangen. Ja, voorzitter. Doet hij het? Ja. U hebt bij dit punt een flink aantal stukken toegezonden. U geeft ons in de oplegger bij dit onderwerp een viertal beslispunten. En om heel eerlijk te zijn is dit geen gemakkelijke leesbare materie. Het is een complex en moeilijk te doorgronden onderwerp en zeker voor niet de zakenkundigen lastig om hier op dit moment een goed overwogen besluit in te nemen. Dit mede omdat er nog zoveel onzekerheden en onduidelijkheden zijn. Het gaat om grote bedragen en hoge risicopercentages. En zoals u in uw laatste zin van de oplegger schrijft, het zal pas geleidelijk aan duidelijk worden of en in welke mate deze financiële inhoudelijke transformatie is gelukt en wat het inhoudelijk en financieel betekent voor de individuele gemeenten die nog stappen moeten zetten in hun organisatie van de toegang. Voorzitter, wij moeten hierbij redelijk blind varen op de adviezen van u en uw ambtelijke specialisten op dit punt. Wij gaan ervan uit dat wij aan de hand van uw informatie en steekhoudende argumenten een goed en juist besluit nemen door akkoord te gaan met de vier genoemde beslispunten. Wat ons echter wel triggert in dit geheel is dat niet duidelijk wordt uit de stukken waarom bijvoorbeeld de gemeente Groningen en zoals u schrijft wellicht ook de nieuwe gemeente Westerwolde niet mee zullen gaan in het solidariteitsprincipe. Weet de portefeuillehouder waarom deze gemeenten deze keuze hebben gemaakt en wat is hiervan dan de achterliggende gedachte? Dat was het, dank u wel. Dank u wel mevrouw Meertens. Mevrouw Luiken, SP. Voorzitter, we zien dat de kosten op de jeugdhulp oplopen. De decentralisatie zou juist een verbetering en minder uitgaven moeten zorgen. Eén regisseur, één gezin, preventie, verlaging van de wachttijden en vermindering van de bureaucratie. Wat is hiervan terechtgekomen? Vier brancheorganisaties zoals GGZ, Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en orthopedagogische behandelcentra stellen dat dit niet het geval is. Koffie. Ze hebben dan ook eind februari 2017 een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Zo zou er volgens de organisaties te veel gestuurd worden op systemen, geld en controle en gaat er veel energie en geld naar randzaken. Samen inkopen voor zorg met zoveel gemeenten in een solidariteitssysteem is een goed uitgangspunt. Laten we er wel voor waken dat de kwaliteit voor de jeugdzorg op peil blijft en niet alleen maar concentreren op geldbesparing. Dank u wel, mevrouw Luiken. Gaan we naar meneer Van der Heijden, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Het is al vaker gezegd solidair blijven. Solidair waardoor een situatie ontstaat van inhoudelijke en financiële duidelijkheid. En daarmee stabiliteit voor nog eens 3 jaar. Dat is voor ons een van de redenen waarom we instemmen met beslispunt 1 en 2. Zoals het college al aangeeft, is het risico moeilijk in te schatten wat de inhoudelijke en financiële risico's zijn voor onze gemeente. We kijken ook uit naar de jaarcijfers van 2016 van het RIG, die waarschijnlijk nog voor de zomer zullen komen. Misschien dat dat dan meer duidelijkheid gaat geven. We hebben verder kennis genomen van de gemeenschappelijke regeling van 24 maart en de brief aan het DB. Tot zover. Dank u wel, meneer Van der Heijden. Meneer Klinkhamer, Partij van Arbeid. Dank u wel, voorzitter. De RIG vraagt de gemeente om voor 1 oktober 2017 de gemeenteraad een definitieve raadsbesluit te laten nemen over de financiële solidariteit. Het raadsbesluit kan dan pas genomen worden omdat de jaarcijfers van 2016 nog niet bekend zijn. En terecht, als je alles compleet hebt, dan kun je ook een besluit nemen. Het verslag lezende, wat mij eigenlijk een beetje wat opvalt in het hele verslag.
is dat de oorsprong van de RIG lag eigenlijk bij de gemeente, waar de gemeente eigenlijk gezegd heeft, wij gaan de RIG inzetten voor het organiseren van alle ondersteuning. Die huren wij eigenlijk in. Dat wordt onze, nou, die geven we de opdracht met alle... Ik onderbreek u even, meneer Klinkhamer, maar we hebben de volgende raadsvergadering volgens mij gebak. hebben we met elkaar afgesproken, hè? En mijn gehoor is toch beter dan als ik halverwege de avond dacht. Het kan ook zijn, meneer Klinkhamer. Het kan ook zijn dat meneer Kramer wat verbinding zoekt met meneer Klinkhamer. Omdat die namen al wat in de war zijn van het begin af aan. Die werden al een beetje verwisseld. Maar goed, tezijde. Gaat u verder met uw betoog? Oh ja, de opdracht van de regio. 23 gemeentes die bij aangesloten zijn, die zouden dan zorgen dat de vraag van de gemeentes, dat ze daar een plan op maken en hier vervolgens iets mee gaan doen. Dan praat je een beetje over het uitzetten van iets naar de gemeentes en genaamd de RIG. Wat mij opvalt in het verslag eigenlijk, dat een beetje een omgekeerde wereld lijkt te worden. Dat de RIG wat beleid bepalend gaat worden naar de gemeentes. In plaats van de gemeentes naar de RIG. En dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want de deskundigheid en de expertise zit natuurlijk bij de RIG. Alleen de oorsprong ligt natuurlijk niet... dat er een kanteling plaatsvindt. Tenminste, dat lijkt me dan niet. Dan moet je hem hier bespreken. Dat we een kanteling gaan maken in het maken van beleid. Dat is mijn eerste vraag. Misschien dat u daar nog iets over kunt vertellen. En het tweede stuk waar ik tegenkom is. Kunt u verhelderen wat de uitspraak van de RIG over dat financiële en uitvoerrisico's relatief zwaarder doorwerken op een individuele gemeente? Die snap ik wel. Kleine gemeente, dat wordt lastig. Nou zouden wij gaan fuseren. Dat gaat voorlopig nou, de aankomende tijd niet door. Als je dan even dit plan betrekt met die drie gemeentes, zeker die kleinere gemeentes, wat voor consequenties, financiële consequenties heeft dat nog meer extra dan wat we nu al hebben? Of wat zal de toekomst daarin nou ja, brengen qua financiële onkosten? Nou ja, goed, en verder, op zich vind ik het een goed initiatief. En ik wou eigenlijk ook nog wel even een pleidooi houden voor de RIG. Want ik denk dat wij als een van de 23 gemeentes heel trots moeten zijn dat wij een RIG hebben waar 23 gemeentes bij aangesloten zijn. Die alles wel georganiseerd en structureert en zorgt dat alles wel op zijn plek komt. En natuurlijk, overal worden foutjes gemaakt. Maar ga eens dit vergelijken met een gemeente her in het land die geen, of een provincie waar geen RIG is of een andere een samenwerkingsverband. Nou, ik zal u vertellen, het is een dikke chaos. En dan mogen we blij zijn dat wij die chaos hier niet hebben en dat we op deze manier met een RIG nog een hele mooie toekomst kunnen opbouwen. En dus wat mij betreft mogen we hier trots op zijn dat wij al zover zijn met al die 23 gemeentes. Tot zover. Dank u wel, meneer Klinkhamer. Dan geef ik het woord aan wethouder Hamster. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het bijna jammer dat ik na die woorden van de heer Klinkhamer nog aan het woord moet. Want ik denk dat de heer Klinkhamer een terechte constatering doet. Namelijk dat de RIG ons verder heeft geholpen. En dat wij als 23 gemeenten erg blij mogen zijn dat wij een jaar of vier geleden inmiddels... besloten hebben dat wij gezamenlijk de inkoop zouden organiseren. Die RIG inderdaad is een bijzonder construct. Ontzettend licht opgebouwd. In die zin, er werken weinig mensen echt exclusief bij de RIG. Maar het zijn vooral ook de ambtenaren vanuit de gemeente die daar aan de slag gaan. Een ambtenaar, een collega van ons hier in huis, zit één dag per week gewoon op de RIG mee te werken. Zo komen er van allerlei verschillende gemeenten de ambtenaren. En dat draagt er ook aan bij dat we hier in Stadskanaal ook lokaal meer kennis aanwezig hebben. Maar dat moet nog groeien. En ik denk dat dat ook een goede constatering is. We hebben natuurlijk de nodige zaken geleerd. Maar we zijn nog lang niet zover dat ik denk dat wij in Stadskanaal zelfstandig die inkoop op het niveau dat we zouden willen kunnen organiseren. En daarvoor hebben we nog heel veel sturingsinformatie nodig. En dat is ook met name de reden dat wij hebben gezegd, we gaan nog een aantal jaren door. Stabiliteit is het woord dat de ChristenUnie gebruikt. Inderdaad, stabiliteit, maar ook doorontwikkelen. We moeten eigenlijk nog meer naar de gemeente gaan groeien, die hele jeugdzorgtaak. Die RIG is opgericht voor drie dingen. Dan kom ik even bij een vraag. Inkoop,
contractbeheer. Want als je inderdaad iets inkoopt, is het ook wel slim dat je het contract aan je beheerder neerlegt. En ook een stuk advies. Want het is inderdaad zo, die kennis die wordt daar bijeengebracht. En als gemeente maken we er graag weer gebruik van die kennis. Maar we hebben als gemeente ook gezegd, het moet vooral geen moloch gaan worden. Het moet vooral niet iets worden dat groter wordt dan de gemeente. En op een gegeven moment dat we puur kunnen volgen als gemeente. En dat hebben we door het construct proberen te organiseren. Het heeft er ook aan bijgedragen dat wij al een beetje kunnen gaan transformeren. Doordat wij als 23 gemeenten samenwerken, als 23 gemeenten één Groninger functioneel model hebben samengesteld en samen met de aanbieders daarover in overleg zijn gegaan, hebben we al een beetje kunnen sturen op die inhoud. Een beetje. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Andere regio's kijken wel eens met jaloerse blikken naar ons, dat we inderdaad naar die samenwerkingsmodus gegaan zijn en dat wij stapjes kunnen zetten. Dat wat betreft de RIG, wat mij betreft. Die transformatie moet natuurlijk nog doorgaan. En wij denken dat wij daar de komende jaren de RIG ook nog heel goed kunnen gebruiken. En dat we daar ook in gezamenlijkheid stappen over moeten nemen. Er zijn twee gemeenten, ja, op dit moment nog drie gemeenten, die zeggen wij gaan het niet doen. Wij gaan niet solidair zijn. Ze blijven wel gebruik maken van de RIG. En misschien is dat ook wel weer winst voor de aanbieders. Dat voordeel heb ik nog niet genoemd. Is het natuurlijk heel mooi dat zij op één plek gewoon de communicatie met de gemeente plaats kunnen laten vinden en niet naar 23 verschillende gemeenten nu nog volgend jaar 20 toe moeten om hun zaken te regelen. En in die zin is het ook een stuk bureaucratievermindering wat we ermee geregeld hebben. Maar waarom, en dan maak ik een sprongetje naar mevrouw Meertens, hebben Westerwolde, want daar hebben we het over een aantal jaren de kleinste gemeente in onze provincie en de gemeente Groningen, veruit de grootste gemeente, nu gekozen om zaken toch zelfstandig te gaan doen. En daar hebben ze verschillende redenen voor. De gemeente Groningen, dit komt op band, vind ik bijna een beetje jammer, maar het komt erom neer, die vindt ons gewoon lastig. Ze hebben gewoon, als ommelanden, ze hebben genoeg massa, omvang en capaciteit om zaken zelf te kunnen regelen. En dan zijn er ook nog 22 anderen die er ook allemaal nog wat van vinden. Ze hebben daarbij een redelijk bijzonder model gekozen waarin zij hun toegang hebben vormgegeven. En dat willen ze graag ver doorvoeren. En als wij dat daarbij moeten luisteren naar de inbreng van 22 andere gemeenten en de rol die daar ook dan gevraagd wordt in transformatie. En ze kunnen het zelf. En ze zeggen die omlanden die hebben daar niet bij nodig. Westerwolde die handelt vanuit een andere overtuiging. Namelijk dat zij zorg heel dichtbij en lokaal willen organiseren. En dat zij een omvang hebben waarin zij gewoon die cliënten één voor één moeten leren kunnen kennen. En op hun schaal dat ze zelfstandig zouden moeten kunnen inkopen of wellicht subsidiëren. Ze hebben een hele andere omvang. Technisch gezien wordt dat nog wel steeds via de RIG gedaan. Dus hun keuze. Voorzitter. Meneer Mellies, fractie Mellies. Even daarop inhakend. Maar is het dan gezegd dat die twee gemeenten die het dan zelf gaan doen, dat de jeugdzorg dan ook minder zou moeten worden? Ik denk dat je wel grote risico loopt. Het interessante van de samenwerkende gemeenten die samen gaan transformeren, is ook dat we elkaar dat van elkaar leren enerzijds en we elkaar scherp houden. Want wij gaan straks solidair zijn, tenminste als uw raad vanavond positief besluit. Dat betekent ook dat je een verantwoording naar elkaar hebt. Namelijk dat je je toegang zo goed als mogelijk organiseert. Stel nu, wij maken er een zootje van onze toegang, verwijzen niet goed door of veel te snel de dure zorg. Dan betekent dat Leek en Bedum voor ons mee mogen gaan betalen. Op een gegeven moment zullen die aan de bel gaan trekken van beste gemeente Stadskanaal. Jullie jagen ons op kosten. Dus we zijn nu al een modus aan het zoeken hoe wij inderdaad die toegang van elkaar in ieder geval kunnen beschouwen en daar ook advies op kunnen laten komen vanuit de RIG. Van een soort auditsysteem. Zodat we ook van elkaar weten en dat we ook elkaar kunnen overtuigen. We hebben dingen gewoon goed georganiseerd hier. We zijn er nog niet, maar we zijn dingen goed aan het organiseren. Laat ik het zo maar zeggen. En dat we wel elkaar erop kunnen aanspreken. Volgens mij is dat nodig met solidariteit. Want anders, je moet vertrouwen in elkaar hebben dat de ander het goed doet. En soms heb je daar ook gewoon even die controle bij nodig. En dat gaan we de komende jaren nog verder ontwikkelen. En of Bellingwedde en Vlagwedde op dit moment nog en de gemeente Groningen dat beter organiseren, daar laat ik maar nog niet over uit. Ik weet wel dat de gemeente Groningen door haar andere toegangssysteem een veel forsere overschrijding heeft dan veel andere gemeenten. In verhouding zelfs ook. Voorzitter.
Meneer Klinkhamer, Partij van de Arbeid. We hebben natuurlijk al een samenwerking met straks de nieuwe Westerwolde, de CJG's. Die werken natuurlijk al nauw samen, Stadskanaal en laat ik zeggen, Vlagwedder nog maar even noemen dan. Nee hoor. Maar hoe ziet het er straks uit? Wat voor consequentie heeft het als Westerwolde zegt van nee, wij doen niet mee. En Stadskanaal doet wel mee aan solidariteit. En je werkt samen bij elkaar. Financieel heb je dus niet een samenwerking. Nee. Maar hoe ligt dat dan met de verantwoordelijkheden? En dat zijn een vraag op meerdere niveaus. Laat ik bij het begin beginnen. De gemeente Vlagwedder heeft ons ongeveer een jaar, anderhalf geleden aangekondigd dat zij richting Westerwolde afscheid zouden gaan nemen van de samenwerking in ons Centrum voor Jeugd en Gezinnenveiligheid. En eigenlijk feitelijk werken we al de nodige tijd gescheiden. En vanaf 1 januari volgend jaar is dat ook helemaal formeel zo geregeld. Wat betekent het voor verantwoordelijkheden? Ja, als Stadskanaal zijn wij volledig verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp voor onze eigen inwoners. Dat geldt ook voor alle andere gemeenten, dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Via de RIG kopen we dat in. En daar probeer je lokaal wel een beetje op aan te sturen van wij vinden deze pakketten heel belangrijk, daar hebben wij meer van nodig of daar willen we meer op zetten. En een gemeente Westerwolde die zal ook binnen de pakketten die zorgaanbieders aanbieden keuzes maken en wellicht met zorgaanbieders dan in gesprek gaan. Ik denk dat het wel handiger en meer body geeft om met 20 gemeenten naar zo'n zorgaanbieder te gaan en te zeggen van rechtsaf, dan dat je daar als gemeente met 25.000 inwoners komt. Wellicht 10 gebruikers van zorg. Dus ik denk dat wij op deze manier een goede keuze maken. Mevrouw Luiken moet ik nog even aanhalen. Wat is hiervan terechtgekomen? Het is bijna een retorische vraag van alle goede doelen. Ik denk dat u zich ook de vraag erbij moet stellen, op welke termijn wil je die doelen bereikt hebben? Kleine stapjes, baby steps, komen steeds beter in de richting. Er gaat meer geld naartoe. Dat geldt voor de zorg breed. En de jeugdzorg is wel een korting opgekomen. En we hebben een kleine overschrijding geboekt. Dus er gaat nu wel minder geld naar jeugdzorg dan een aantal jaren geleden. En die verbetering van die zorg, die zit er wel aan te komen, is mijn beleving. We hebben discussies gehad over wachtlijsten. Die zijn afgenomen. Dat heeft wat discussie gevraagd, zo hier en daar. Maar juist in die discussie tussen de lens, tussen de gemeente met de richtdaar als partner tussen, zien we dat er wel het gesprek te voeren valt. En dat we dat stappen kunnen zetten. En dat we ook elkaar leren kennen als gemeente en zorgaanbieder. Zeggen van wat willen we nou bereiken? Wat vinden we nu belangrijk? Zo net werd de heer Boen vraag gesteld over drugsaanpak. Samen met een aantal aanbieders zijn we inderdaad wel in een aantal fasen aan het werken naar aanpakken van drugsproblematiek. Morgen hebben we een voorstel in het college liggen, verklap ik stiekem. Ga ik nog niet doen. Waar u binnenkort over geïnformeerd wordt. Nee, maar het blijkt gewoon dat problematieken die we in Stadskanaal aantreffen, dat we wel stappen kunnen zetten in de verbetering van die zorg door stroomleiding van de processen van ons Centrum voor Jeugd en Gezin naar aanbieders, eventueel via de RIG. En ik hoop u binnenkort daar over bij te kunnen praten welke stroomleiding we daar verder nog in zien. Voorzitter. Ja, dank u wel. Ik zou graag eindigen willen met de woorden van de heer Klinkhamer. Dat wij. Klinkhamer. Ja, echt. Goed op bordje zo zitten. Dat wij heel blij en trots mogen zijn met een RIG en met de dingen die we. Dat we heel blij en tevreden en trots mogen zijn op een RIG en zoals we dat georganiseerd hebben. Ja. Daarmee de vragen en opmerking voldoende beantwoord. Behoefte aan tweede termijn? Niemand? Unaniem? Aldus. Gaan we naar agenda punt 18a. De motie die ingediend is door SP, VVD, D66 en fractie Mellies. Ik geef de motie eerst in bespreking. Voor de fracties. Dat lijkt een overbodige zaak. Nou, dat schiet op. Wat zeg je nou? Ik neem aan dat de partijen die hem ingediend hebben een bepaalde motivatie hebben om in te dienen. En ik denk dat andere fracties iets van de motie vinden die ingediend is. En dan gaan we even kijken hoe het ervoor staat. En dan wilt u misschien ook nog een reactie uit het college horen.
Maar ja, hij is ingediend en het is nog niet zo laat, dus u heeft nog wel even tijd. Hè? Dus wie over de motie? Mevrouw Luiken? Over de motie, ja. Ja, over de aanleiding of wat u ervan vindt. Meneer Bolt zie ik, mevrouw Schipper, meneer Van Beek, meneer Biezen. Mevrouw Luiken, SP. Als woordvoerder voor de partijen die hem ingediend hebben. Ik heb het qua start, overgenomen. Qua start van de discussie. Jongen, nou ja, het is jongen, gewoon, zo laat is het toch nog niet? Eigenlijk is het gewoon heel kort door de bocht. Wij willen gewoon een antwoord en het duurt en het duurt. En wij zouden graag zien dat heel veel partijen hebben zich al uitgesproken over het feit dat ze de zwembaden open willen houden. Dus laten we dat dan ook gewoon bekrachtigen met z'n allen. Oké. Mevrouw Schipper, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Wat vind ik van de, om te beginnen van, we hadden, zouden dit ook behandelen, de voortgang van de openluchtzwembaden. En daar was ook, lag ook, dacht ik, mijn zin is een heel duidelijk stuk voor, dat de zwembaden voorlopig zouden open blijven tot 2020. We hebben dus volgend jaar ook nog de verkiezingen. En dus, ze blijven gewoon open in de periode, of in elk geval voorlopig. Hè. Voorlopig blijven ze open. Dat is duidelijk een plan, zijn ze aan het maken. Musselkanaal is bezig om hier een plan voor te maken. Het college heeft gezegd van, we geven de andere plaatsen, zoals Onstwedde en Noord, ook het gelegenheid om hier een plan voor te maken. Dus ik snap eigenlijk niet waar deze motie voor dient. Ik vind het ook eigenlijk een beetje, ja, ik had het erboven gezet en misschien komt het een beetje vervelend over, een beetje scoren voor de bühne. Want we hebben straks wel verkiezingen. Het is bekend dat iedereen hier, of tenminste de meeste van de raadsleden hier zitten, die willen allemaal de baren open houden. En dat was ook in het voorstel van het college om daar in 2020 over in gesprek te gaan, of 2019. Hè, maar dat is dan regeren over andere partijen, want wie weet wie hier dan zit. Dat weten we niet, want de verkiezingen komen eraan. Dus de motie snap ik niet helemaal. Ik was alleen, en dat had ik, mijn reactie zou ook zijn op het stuk van het college, dat ik blij was met het feit dat voorlopig de baden open blijven. En dat ik daar graag in 2018 tot 2019 onderdeel wil zijn om hier een discussie over wil voeren. En dat de plaatsen zoals Onstwedde en Noord en Musselkanaal samen met het plan komen dat we in de toekomst gewoon die open zwem, die baden hier open houden. En daar ga ik vooralsnog van uit. Dus ik snap de motie niet helemaal. Dank u wel. Meneer Pals, D66. Ja, voorzitter. Ja, even een vraag aan mevrouw Schipper. Het is een beetje verwarrend antwoord wat u eerlijkheidshalve geeft. Want u zegt, wij verkiezingen schijnbaar heel belangrijk in uw optiek. Wat zegt u? Verkiezingen is blijkbaar in uw argument en in uw beslissing een heel belangrijk argument. Maar waar wilt u dan nog over... Kijk, laten we zo zeggen, de drie zwembaden, de drie werkgroepen, zijn druk bezig om een goed voorstel te maken naar het college en naar ons als raad, waar we over beslissen. Dus ik denk ook wel dat we, om die mensen een hart onder de riem te steken, denk ik van dat we gewoon hun in ieder geval de zekerheid moeten geven dat die zwembaden open blijven en hun eerder moeten stimuleren om met een goed plan te komen, dan eigenlijk aan het eind van de rit nog even een keer te zeggen van we stemmen tegen de zwembaden. Maar u zegt eigenlijk ook, u bent ervoor. Dus dan denk ik van, ja, wat is er dan tegen om nu in ieder geval zekerheid te bieden aan de mensen die nu aan de slag zijn, behalve dan in de verkiezingen. Voorzitter. Ik geef even mevrouw Schipper kans om een reactie te geven op meneer Pals. Daarna komt mevrouw Luiken. Er staat niet eens een data bij. U wilt gewoon de zwembad open houden. Er zit helemaal geen plan. Er zit helemaal niks. Er zit erachter. Ik ga ervan uit dat de Musselkanaal, Onstwedde en Noord zelf een plan hebben. En we hebben al meerdere malen gezegd dat wij graag willen dat de buitenbaden open blijven. En hier staat ook dat dus het college ook van zins is om hiermee op door te beduren om
de plannen af te wachten. En ik ga er vooralsnog van uit dat de plannen worden gemaakt door die wijken, die steden die, waar die zwembaden liggen, dat ze open blijven. En dat is ook wat wij willen. En ik bedoelde dus om te zeggen van de verkiezingen, en u maakte daar nou een punt van, dat is natuurlijk onzin. Want het is gewoon, we willen allemaal hetzelfde. Alleen, deze motie verbaast me ten zeerste omdat ik dus niet begrijp wat voor nut, wat het toevoegt. Wat voegt het toe? Dat we dus nu gaan beslissen dat we dus over de ruggen van andere mensen die hier straks in de raad zitten, de zwembaden gaan openhouden. Nee. Nou ja. Even, zet mij de microfoon maar even uit, meneer Nijenbanning. Ik had net aangegeven dat mevrouw Schipper het antwoord kon geven op de reactie van meneer Paulsen. Daarna ging ik naar mevrouw Luiken. Dan ga ik naar meneer Van Beek en dan kom ik bij u. En bij meneer Bols. Voorzitter, het verbaast me eigenlijk wat mevrouw Schipper hier doet. Nog niet zo lang geleden heeft in de krant gestaan dat de Partij van de Arbeid voor het openhouden van zwembaden is. Hun voorzitter heeft op Facebook aangegeven dat zij altijd al waren voor openhouden van de zwembaden. Waarschijnlijk omdat de verkiezingen aankomen. Ik vraag me dan dus af, als iedereen zo voor is, waarom we niet gewoon met z'n allen nu zeggen, we houden de zwembaden open, ongeacht de plannen die er komen. Over die plannen kan je even goed nog stemmen. Als je nu zegt, we weten het nog niet, dan betekent het dus dat jullie de deur open houden om de zwembaden niet open te houden. Dank u wel, mevrouw Luiken. Meneer Van Beek, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de motie is mij ook niet geheel duidelijk. Ik bedoel, als ik gewoon lees, spreekt uit, de 3 open luchtzwembaden in onze gemeente niet gesloten worden. Punt. U houdt ze tot in het oneindige dan open. En u realiseert zich dan ook de consequenties wat dat gaat kosten. Ik bedoel, ik hoor net meneer Kremer zeggen bij de behandeling van de kademuur, we kunnen maar 1 keer ons geld uitgeven en we moeten bezuinigen. Dan begrijp ik dit dus niet. Want u zegt nogal wat hier staat. U houdt gewoon 3 zwembaden in de benen. En of dat nou 1 miljoen kost of 3 miljoen, daar gaat u dus gewoon mee akkoord. Kennelijk op voorhand, terwijl we eigenlijk volgende week of over 3 weken de algemene beschouwingen krijgen. Waar het volgens mij financieel niet allemaal zo rooskleurig is. Dus ik begrijp dit niet helemaal. Ik mis in ieder geval een onderbouwing. Dank u wel, meneer Van Beek. Nee, ik ga even de volgorde aan. Ja, u kunt staan te springen, maar iedereen die zijn hand opsteekt krijgt gewoon op een gegeven moment de kans. Dus ik hou die volgorde een beetje netjes aan. Meneer Nijenbanning, VVD. Ja, het eerste punt is aanhakend op wat mevrouw Schipper zei. Volgens mij hebben ze bij de algemene beschouwing in 2013 aangegeven dat het sluiten van de openluchtbaden onbespreekbaar was. Dus niet zo vergankelijk lijkt mij dan. En, onzin daarnaast, natuurlijk, hè? Daarnaast is, in reactie op de heer Van Beek, is het gewoon, wat we hiermee aan willen geven, is dat de prioriteit, ook in financiële zin, absoluut bij de voorzieningen voor onze inwoners ligt. En dat zijn heel essentieel voor ons de openluchtbaden. En dat willen we hier nadrukkelijk mee aangeven, van onze voorkeur, onze prioriteit is aan het openhouden van de openluchtbaden. Dank u wel, meneer Nijenbanning. Meneer Bols, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zat al even te wachten, maar dank u. Ja, dit is wel een mooie avond. Ik hoop dat de vrijwilligers van al die zwembaden ook meeluisteren. Want het sentiment voor die zwembaden is het groeit en groeit en groeit. We zijn het met z'n allen eigenlijk wel over eens. We moeten er alles aan doen om die baden open te houden. Maar we weten nog niet precies wat. En daar wordt nu hard aan gewerkt door die vrijwilligers. Dat is goed. En ze voelen zich ongetwijfeld gesteund door al die opmerkingen hier. Ik denk, wij herinneren ons nog goed. Het was bijna een jaar geleden bij een CDA-fractie. Lagen tijdens zo'n heissessie lagen met z'n allen in het zwembad. En zeiden tegen elkaar, we moeten er maar aan gaan doen. En vandaar dat wij toen in september hebben gezegd van ja, werk daar nu keihard aan, zorg nu dat die baden open blijven. Dat is super belangrijk. Maar werk eraan, kom met concrete plannen. Nou, en dat heeft een jaar geduurd ongeveer en nu ligt daar die brief. Er is gewoon nog 3 jaar tijd nodig. En dat vinden we met z'n allen misschien wel erg lang. Dat is vooral ook voor die bezoekers en voor die vrijwilligers erg lang. Maar we kunnen er volgens ons ook niet heel veel meer over zeggen. Laat en geef die vrijwilligers nu de ruimte en de tijd om met gefundeerde plannen te komen, met plannen dat die zwembaden nog 40 jaar open kunnen zijn. En dan kan de gemeenteraad dan wel kijken wat er dan noodzakelijk is. Maar laten we ze niet, die vrijwilligers, met een kluitje in het riet sturen, niet met een proefballonnetje van ja, het is wel goed, komt wel goed. Nee, geef ze die ruimte, alsjeblieft. Laten we ze die ook geven. Ja, en ik heb nog even gezocht of er een bijlage bij die motie zat met een exploitatiemodel of zo, maar er zit dus verder ook niks bij.
Wat ons betreft, nee, niet deze motie, maar alle vertrouwen in die vrijwilligers in zowel Muzenkanaal, Stadskanaal als Onstwedde, die nu keihard aan de slag zijn om er iets moois van te maken. Geef ze de ruimte. Dank u wel. Meneer Pals, D66. Nou ja, goed, ik nog even reageren op meneer Boels. Ik zou willen zeggen, juist om die vrijwilligers geef je ze een extra ondersteuning door te zeggen, wij zullen never nooit de zwembaden gaan sluiten. Want ik denk dat, kijk, het is aan de raad, om plannen te beoordelen en om te zeggen, het komt financieel goed. En niet ja, misschien moeten we ook de ondernemers in het centrum de ruimte, nou, maar dat is een ander. Ik vind dat toch een beetje een tendentieus antwoord, meneer Boels, dat u toch dingen door elkaar knoopt. Ik hoop toch wel dat u zo professioneel blijft dat u dat doet. Maar ik wil het nogmaals hameren, het is juist met name op die vrijwilligers, dat ze worden ondersteund door de raad en zeggen, jongens, ga door met die plannen, kom met goede plannen. De raad is kritisch, maar wij sluiten in ieder geval niet de zwembaan. Ja, dan houden we echt een verschil van mening. Dan houden we een verschil van mening in, Paul. Onze contacten met zowel het Bad Noord als die van Muzenkanaal, de Horsten, als het Vlasmeer zijn uitstekend. We weten dat er op verschillende wijze wellicht, of wellicht uiteraard, wordt gewerkt keihard aan die plannen. Die mensen hebben echt geen extra zetje nodig. Die hebben de ruimte nodig om in vrijheid samen te kunnen werken aan die prachtige plannen. En die pakken ze, die nemen ze. We hebben er volste vertrouwen in. Mevrouw Schipper, als laatste, dan ga ik even schorsen, want ik wil ook het college de gelegenheid geven om een reactie op die motie te geven. Goed. Dus dan maken we even gebruik van een korte schorsing en dan komen we terug. Mevrouw Schipper, partij om even terug te komen op wat net tegen ons tegen mij gezegd wordt om dingen door elkaar te halen. Van ja, wij zijn voor open blijven van de zwembaden. En ja, ik heb zelf in mijn column geschreven dat we daar ons uiterste best voor zouden doen. En ja, het heeft in onze verkiezingsprogramma gestaan. Wij zijn voor open blijven van de zwembaden. Tot alle hebben we altijd gezegd. En dat blijf ik nu ook zeggen. Maar deze motie, dat voegt niks toe. We hebben hier het rapport liggen, van, of in elk geval het voorstel van het college, die zegt heel duidelijk van het blijft tot zo, zeker de komende 3 jaar open. En dan denk ik van, en dan komen ze allemaal, en dat heeft de heer Boels heel goed verwoord, al die mensen moeten met plannen komen om zo goed mogelijk, en zodat ze dus jaren open kunnen blijven. En als we nu zeggen van, nou, ze blijven sowieso open, ze blijven sowieso open. Dat durf ik best hard te maken, maar niet met een motie. Dat heeft totaal, het voegt totaal niks toe. En ik vind het niet eerlijk om constant te zeggen van, dat heb je toen gezegd, dat heb je toen gezegd. Ik zeg hier nou heel duidelijk, ik zal er alles aan doen om die zwembaden, waar dan ook, open te houden. Want buitenluchtbaden zijn de allerbeste zwembaden die er in deze omgeving zijn. Dank u wel. Ja. Maar elkaar mogen herhalen en wijzen, dat is het leuke van het politieke spel en het politieke debat. Laten we even met dat gevoel de schorsing ingaan. Voorzitter. Laten we even met dat gevoel de schorsing ingaan. Ik schors hem 10 minuten en dan komt een reactie van het college. Voorzitter, er zit nog steeds een partij gemeentebelang in de raad die ook graag zijn mening wil spreken. Ja, ik heb gevraagd wie het woord erover wilde voeren van hem. Ik heb het u niet kenbaar zien maken. Dat heb ik wel gedaan, voorzitter. U staat ook. Ja. Dan is het voor mij dan te laat, sorry meneer Wiese. Maar dat heb ik niet gezien. Misschien iets duidelijker. Ik kan het ook in tweede termijn doen. Nee, voorzitter. Nee, het is misschien goed om mee te geven nog voor de schorsing. Ja. Wij missen ook de onderbouwing van de motie. Dat is hier eerder aangehaald. Als wij dit gaan doen, dan hoeven partijen waarschijnlijk ook geen plan meer te maken, want dan maakt het niet uit. Want ik hoor ook partijen zeggen van tegen elke prijs laten we die zwembaden gewoon open zijn. Dus wat ons betreft doorgaan op de lijn zoals die in de collegebrief ligt. Alle ruimte geven aan de organisaties om met goede plannen te komen en dan gaan wij die wel beoordelen. Dank u. Dank u wel, meneer Biese. Ik schors tot 11:30 en dan komt er in eerste instantie een reactie van het college en kunt u eventueel de tweede termijn ingaan. Heropen de vergadering en ik geef het woord aan wethouder Boen voor een reactie op de ingediende motie. Ga u gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met te zeggen dat wij in een zorgvuldig traject
de afgelopen maanden met uw raad gecommuniceerd hebben door middel van gesprekken met de fractievoorzitters over de stappen die gezet moeten worden in het dossier openluchtzwembaden. Dat heeft geresulteerd in een brief die vandaag bij de ingekomen stukken stond. En in die brief hebben wij naar ons idee helder aangegeven, en dat is ook door u allen goed begrepen, als ik mij niet vergis, wat de stappen zijn die we gaan zetten. Dat betekent dat er in september in de Raad een voorstel ligt met betrekking tot de periode tot en met 2019, als het gaat om het openhouden van de openluchtbaden. Dat wij ook aangeven wat er in die periode geïnvesteerd zal moeten worden. En wij zullen ook een later tijdstip met u afspreken welke concrete stappen er gevolgd moeten worden om tot een afgewogen besluitvorming te komen over de openluchtbaden. Dat betekent dat wij daar vooraf nog geen enkele richting aan willen geven, maar dat wij met name de betrokken partijen, zoals die ook in de discussie net genoemd zijn, de volle ruimte willen geven om te komen met voorstellen over het in stand houden van de openluchtbaden, waarmee nog geen voorschot wordt genomen op de besluitvorming daarover, maar dat is ook met de baden, met de wijken, de vrijwilligers, et cetera, gecommuniceerd. Dus iedereen weet wat dat betreft waar die aan toe is. Ik heb mij wel verbaasd over, voorzitter, over de verschillende geluiden die je op zo'n avond hoort met betrekking tot het financiële beheer. Aan de ene kant wordt er gezegd van we moeten zuinig zijn, we kunnen het geld één keer uitgeven. Op een ander moment wordt er toch een soort van, laat ik het maar even noemen, een blanco check uitgegeven. Van we gaan dit besluit in ieder geval zo nemen en we zoeken wel uit hoe we dat vervolgens tot dekking gaan brengen. Nou, dat is niet de wijze waarop wij met dit dossier omgaan, met geen enkel dossier willen omgaan. Zorgvuldigheid en ook datgene wat we in de brief hebben geschreven, beantwoordt naar ons idee prima aan de vragen die er op dit moment liggen, de wensen die er zijn en ook de verantwoordelijkheid die wij moeten nemen om over dit dossier tot een verantwoordelijke en een gedegen afweging te komen. Daarvoor hebben we gezegd, we kiezen de weg zoals we die hebben aangegeven. Daar hoort naar ons idee nadrukkelijk niet bij dat we eigenlijk een soort van onverantwoorde uitspraak gaan doen met betrekking tot het openhouden van de baden. Dat kan best zijn dat we dat allemaal graag willen met elkaar. Dat wil ik verder helemaal niet ter discussie stellen, maar het gaat erom dat wij met elkaar verantwoorde besluiten moeten nemen die ook financieel haalbaar zijn. En op het moment dat er een motie ligt zoals deze, waarin eigenlijk dwars door alle afspraken die er gemaakt zijn en procedures die er in gang zijn gezet, wordt gezegd van laten we dit maar gaan doen met z'n allen. Ja, daarvan moeten wij toch heel nadrukkelijk aangeven dat dat wat ons betreft volstrekt onwenselijk is. En dat daarmee op een onverantwoorde wijze wordt ingegrepen in de financiële positie van onze gemeente. Daar wou ik het voorlopig even bij laten, voorzitter. Uw advies is om wat te doen met de motie? Het zal u niet verbazen dat wij de motie ten zeerste afraden. Dank u wel, wethouder Bon. Aan u, raad. Meneer Mellies, fractie Mellies. Ja, ik vind toch dat we met het verhaal van de portefeuillehouder eigenlijk de vrijwilligers en al die andere organisaties die zich bezighouden met hoe kunnen we met z'n allen die zwembaden op een effectieve en doelgerichte wijze in stand houden. Ik denk dat het goed is om te zeggen, we geven een signaal standaard af, we laten ze open. En we gaan het onderzoek aan, samen met die vrijwilligers. Want ik denk gewoon dat die vrijwilligers in al die organisaties ook best bereid zijn om mee te denken over hoe gaan we dit zo effectief, kosteffectief vormgeven. Dus ik zeg signaal afgeven en gewoon gezamenlijk ons best doen om die zwembaden gewoon straks kosteneffectief aan te houden. Meneer Boel, CDA. Maar denkt u dat of hoort u dat van die organisaties? Ik heb er vertrouwen in dat die organisaties, die zwembaden, met ons meedenken en dat ze echt niet nu denken van oh, we hebben een blanco check en oh, nou gooien we geld over de balk en nu gaan wij niks meer doen.
Meneer Biesen, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn vraag aan de fractie van de heer Mellies is... tot welke prijs wilt u die zwembaden nou openhouden? Want u zegt, laten we die zwembaden openhouden. En dan is gewoon mijn vraag, ja, maar wat gaat dat dan allemaal kosten? Dat weet u ook niet. Dus dat onderzoek, het is even het verschil in insteek. Zegt u nu van, ja, we willen die zwembaden eigenlijk wel open houden, maar we doen nu even geen uitspraak. De verkiezingen komen er straks aan. Of zegt u van, nou, we doen een uitspraak, ze blijven open. En laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten en kijken wat die onderzoeken opleveren. Want ik ben er heilig van overtuigd. Maar dat staat toch niet in de motie? In de motie staat, we gaan de zwembaden open houden. Dat zegt u. U zegt maar geen enkel voorbehoud... Wij laten de zwembaden open, zegt u in de motie. En dat kan ik dus totaal niet begrijpen. Meneer Van Bijk, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, we hebben net de portefeuillehouder gehoord. Volgens mij is het zo duidelijk als het maar kan. En de komende 3 jaar, of in ieder geval dan tot en met 2019, blijven de zwembaden open. We krijgen een stuk wat keurig onderbouwd is. Ja, en hier, hoe sympathiek of het ook allemaal is dat iedereen zegt, die zwembaden moeten open blijven. Ik bedoel, dat vinden we hier met z'n allen wel, maar niet tot elke prijs. En niet zomaar een blanco check meegeven, wat de portefeuillehouder ook zegt. En dat blijkt hier wel uit. Een blanco check. En dat gaat mij toch wel wat te ver. Ik bedoel, ik hoor wel eens partijen roepen, stenen, mensen en ga maar zo door. Dan denk ik van, ja, en hier gooi je de miljoenen dan maar zo neer? Dat begrijp ik niet. Dus vandaar dat ik niet ga instemmen met deze motie zoals die hier ligt. Mevrouw Luiken, SP. Ik wou wel even aangeven dat inderdaad deze gemeente heel veel geld aan stenen uitgeeft. En deze stenen zijn voor de mensen. Dat vind ik toch een beetje een ander verhaal. Maar als we de motie zouden aanpassen, op wat voor manier dan ook, zou u dan wel instemmen met zo'n motie? Meneer Van Beek, ChristenUnie. We hebben hier toch een voorstel liggen vanuit het college dat die tot 2019 open blijft. Laten we die onderzoeken nou gewoon even afwachten. Ik bedoel, ieder van de baden krijgt de mogelijkheid om een plan te ontwikkelen, een plan in te dienen. Samenwerking met gemeente, ICS, sport, alles komt er daarbij te pas. Laten we daar nou niet op gaan vooruitlopen. Laten we nou die vrijwilligers dan geen valse hoop gaan geven. Daar wou ik het even bij laten. Anderen? Meneer Bos, CDA. Ja, het is wel leuk natuurlijk. Ik zat nog te wachten dat er iemand misschien nog ging zeggen. Ja, maar die organisaties hebben zich gemeld. De vrijwilligers komen in het nauw. Het gaat iets niet goed. We zien iets over het hoofd. Maar ik begrijp eigenlijk op de linkerzijde dat we het maar bedacht hebben dat dit misschien wel goed zou kunnen zijn. Maar die organisaties, en dat zijn onze geluiden, en ik hoor die ook bij andere fracties. Die organisaties vinden het hartstikke fijn dat ze 3 jaar lang de tijd hebben om keihard te kunnen werken aan een gedragen, duurzaam plan om nog 40 jaar die zwembaden open te houden. Dan laten we niet de kennis van die vrijwilligers in geding brengen. En laten we ze ook vooral niet in de wielen rijden, want daar zijn vrijwilligers gewoon heel goed in. Zelf dingen doen. Ik denk dat ik eventueel naar mevrouw Schipper, Partij van de Arbeid. Ja, ik wil toch nog wel even één keer wel nog even duidelijk maken dat wij toch vooral vanuitgaan van hoe de plannen er ook uitzien. Dat ze met name gericht zijn op open blijven van de zwembaden. Dat vind ik toch wel heel belangrijk om te melden. Hoe dan ook, dat ze dus daar, dat we niet gaan kijken van, oh jee, in de toekomst gaat het miljoenen kosten. Maar dat we dus op een verstandige manier kunnen zorgen dat die zwembaden open blijven. Daarmee ieder zijn zegje gezegd. Wilt u dat we de motie in stemming brengen of kan ik de conclusie ongeveer trekken, denkt u? Wilt u hoofdelijke stemming? Wilt u dat bij hand opsteken of moet het met stembriefjes? Oplezen, ja, we moeten even... Meneer Maarsing. Maken wij het onszelf nou niet heel erg moeilijk? Alle fracties hebben zich uitgesproken voor het behoud van de zwembaden. Maar op basis van voorwaarden. Maar maken wij, maar goed, u bent de voorzitter.
Ja, ik heb daar wel ideeën over en volgens mij zijn er ook wel argumenten over en weer gedeeld. U heeft een brief waarin een procedure is afgesproken die al eerder met u gedeeld is. U hebt de tijd, maar u wilt blijkbaar niet wachten tot de financiële discussie die plaatsvindt of het onderzoek wat gecommuniceerd is met organisaties of niet, maar wilt zo gewoon een vriendelijke beslissing nemen. Bedoeld als een signaal misschien, maar de inhoud van de motie is natuurlijk een heel andere tekst. En wij hebben met teksten te maken, want daar kan je op terugvallen. Maar goed, het lijkt me goed als er verder geen discussie plaatsvindt om die stemming maar af te wachten. Dat is democratie. Ja, hoofdelijke stemming mag. En dan beginnen we bij nummer 17. Dat is mevrouw Schipper. Mevrouw Schipper. De vraag is of u voor of tegen de motie stemt. Tegen. Mevrouw Schipper. Ja. Mevrouw Wanders. Voor. Mevrouw Segers. Voor. De heer Van Beek. Tegen. De heer Biezen. Tegen. De heer Boels. Tegen. De heer Dijkstra. Tegen. De heer Gelling. Tegen. De heer Hofstra. Tegen. De heer Van der Heijden. Tegen. De heer Iedema. Voor. De heer Klinkhamer. Tegen. De heer Kramer. Voor. Mevrouw Luiken. Voor. De heer Maarsing. Tegen. Mevrouw Meertens. Tegen. De heer Mellies. Voor. De heer Nijenbanning. Voor. De heer Pals. Mevrouw Sanders. Tegen. Mevrouw Scheur. Tegen. Mevrouw Sterenborg. Tegen. Dat betekent dat de motie verworpen is met 14 stemmen tegen en 8 voor. Dan zijn we aan het eind van de raadsvergadering. Het is nog keurig gelukt voor het nachtelijke uur. Dan wens ik u wel thuis en tot de volgende keer. Oh, God.